Makkers van Plak is onze vriend. Jij hebt die 100k veel meer dan verdiend. Voor zo'n aantal heb jij hard moeten werken. Je ging er echt voor en dat was ook te merken. Je was vaak in de stad met een lach elke dag. Je was daar met de gang, pull up, eng, bang, bang. Je kreeg een gun, nu kon jij je verweren. Maar jij had al snel door, de stad zit vol met geweren. Roefeen is jou dankbaar voor je roleplay en verhaallijn. Tussen de mensen keken mee, wie zou de Riddler zijn? Veel mensen nemen een voorbeeld aan jouw content. Ga zo door bro en blijf wie je bent. Hey, ik ben Makkers van Plakkers. Ik heb nu 100k en dat ging met gemakkers. Ik ben niet te stoppen, kijk maar naar mijn views. Ik ben de leukste streamer van het land, vertel me eens wat nieuws. Ik ben met Milio en we rappen op de flow. Ik ben al mijn kijkers dankbaar, ja, dat sowieso. Abonneer voor content, goede prijs, kwaliteitsniveau. En dan nu weer terug naar Milio. Makkers van Plakkers, onze vriend. Jij hebt die 100k veel meer dan verdiend. Je gaf nooit op, jij ging door tot diep in de nacht. En nu op weg naar 6-0, wie had dat ooit verwacht? Want je was vaak in de stad met een lach elke dag. Je was daar met de gang, pull up, eng, bang, bang. Makkers en Milio, wij staan samen op één. Iedereen zijn dronken waarheid worden bekend in Roefeen. Hij was vaak in de stad met een lach elke dag. Hij was daar op de streets met de boys op de fiets. Bekend zijn in Roefeen, dat moet je proberen. Luister heel erg goed, dan gaan wij het je leren. Stap 1, groei een baard, kan hem goed. Stap 2, zorg dat je de juiste mensen ontmoet. Stap 3, koop een gun en gebruik hem meteen. Geef je vrienden wat love en de support is insane. Wij hebben liefde voor kijkers en ook voor abonnees. Liefde voor G, Willem Riddler en ook liefde voor Mace. Liefde voor alle harde werkers in onze stad Roefeen. Liefde voor mensen met hun dromen en hunzelf op één. Makkers van Plakkers, onze vriend. Jij hebt die 100k veel meer dan verdiend. Voor zo'n aantal heb jij hard moeten werken. Je ging er echt voor en dat was ook te merken. Je was vaak in de stad met een lach elke dag. Je was daar met de gang, pull up, eng, bang, bang. Je kreeg een gun, nu kon jij je verweren. Maar jij had al snel door, de stad zit vol met geweren. Roefeen is jou dankbaar voor je roleplay en verhaallijn. Duizenden mensen keken mee, wie zou de Riddler zijn? Veel mensen nemen een voorbeeld aan jouw content. Ga zo door bro en blijf wie je bent. Hallo jongens, zijn we er? Is het zover? Ja! Hey, hallo en welkom bij de livestream. Ik zie dat dit dingetje niet klopt. Zo, welkom. Ik moest jullie allemaal even heel veel aanraken. Sorry daarvoor. Welkom bij de livestream. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn vandaag weer live. We zijn er weer. Iedereen weer blij. Iedereen weer juichen. Leuk. Hartstikke leuk. Hey Chris, dankjewel voor die 3 euro. Ik zag hem, man. Ik zag hem voorbij komen in het intro-schermpje. En jongens, ik heb een beetje met mijn belichting getweaked en aangepast. En als het goed is, vind ik het er gewoon wat netter uitzien nu of zo. Ik weet niet. Ik zag er altijd een beetje gelig hier uit. En ik heb een aapje geplaatst. En ik heb een nieuw bloemetje geplaatst. En Max. Hoe cool is dat? Hoe leuk is dat, weet je? Ik dacht, nou, dat kan wel gewoon, toch? Hey, welkom bij de livestream, jongens. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn weer lekker enthousiast binnengesprongen. En we gaan voor het eerst mijn hele leven iets anders doen dan Roefeen. Namelijk Roefeen. Leuk dat jullie er wel zijn. Welkom bij de livestream. Nee, we gaan gelijk de game. Ik weet niet waarom ik sta hier, maar die belichting niet gezien. Het komt door mijn mond of zo. Let op. Of lag dat aan mij? Kijk, er komt gewoon licht door mijn mond. Ik ben Godzilla. Dat is mijn... dat ben ik hier, Roefeen. Dat is mijn nieuwe roleplay karakter. Heb je een kleurtje gekregen? Nee, het is meer gewoon... het is een beetje donkerder. Ja, het is een beetje donker. Ik vond het wel wat fijner, wat relaxer om naar te kijken. Niet zo fel, niet zo... niet zo heel druk of zo, weet je. Gewoon lekker iets donkerder, iets fijner om naar te kijken. Max, kan je mijn naam zeggen? Rodi? Nee, Rodi, ik ga niet je naam zeggen. Rodi, dat doen we niet aan Rodi. Slash speer. Slash skateboard. Zo. Wat gaan we zeggen allemaal, jongens? Hoi Max, hallo. Welkom allemaal, jongens. Ik weet niet waarom normaal. Ik dacht, kijk even een beetje naar de chat. Maar we gaan net zoals vorige keer, jongens. Stef, die heeft 3 euro gemist. Fokieke, dankjewel Stef voor de 3 euro. We gaan zoveel mogelijk geld ophalen deze stream. En we zaten op ongeveer de 2100. En ik dacht, oké, als we vorige keer 2000 hebben gehaald. Weet je, dat is wel een heel, heel bizar bedrag. Ik word gebeld. De hele tijd word ik gebeld. Wie is dit? Hallo. Hallo. Oh, maar deze, ik hoor hem ook gewoon niet. Maar ik zou mijn stem al net aan doen. Wat ik wilde zeggen is... aangezien ik vorige keer al 2000 heb, wat heel bizar is, dacht ik, nou, misschien is het mogelijk om deze stream
bijna 1000 euro of 900 euro ongeveer in totaal bij elkaar te sparen weer voor Kika. En dan gewoon de 3000 euro aan te tikken. Hoe lijp zou dat zijn? Zoals Niels begint er met 3 euro. Deze is voor Kika. Dit is mijn eerste donor. Kan je een SO doen naar mijn Insta? Niels Groot Nibbelink. Dankjewel, Niels Groot Nibbelink, voor de show, voor de donatie, man. Dikke shout-out naar jou. Anders komt er even een Ferrari voorbij. Pascal met de 5 euro. Lekker, Pascal. Ah, weet je, hij belt mij maar weer. Pascal, 5 euro. Hey, beste YouTuber hier. Mogen jullie trots op zijn om dit te doen? Heb het zelf van dichtbij moeten meemaken. Oei, dus van iedere euro die telt. Groetjes uit Maastricht. Dat klopt, jongens. Iedere euro telt. Oh, is het een eurotje? Al is het een eurotje, het telt allemaal. Alles is van harte welkom. Dus kan je een eurotje kwijt, doe dat dan zeker. Ik wil proberen deze stream de 3000 euro in totaal aan te tikken. We doen met meerdere streamers. Het eindbedrag wordt maandag bekendgemaakt. En van totaal niet alleen voor mij, want dat kunnen jullie natuurlijk gewoon volgen. Hoeveel ik bij elkaar spaar voor Pika. Maar het is wel leuk om dit te doen natuurlijk. En de donaties zijn allemaal van harte welkom, jongens. En dat je het weet, het gaat naar het goed doel. Het gaat allemaal naar Kika. Het gaat allemaal naar Kika. Dat is kinderkankervrij, was het volgens mij. Ik heb het even opgezocht. Even wat precies was. Want we weten allemaal natuurlijk wat Kika wel waar het voor staat. Maar waar de precies benaming voor staat, was volgens mij Kika kankervrij. Dus zeker, jongens, als je daarvoor iets kwijt kan doen, dat zeker. Bel Edward. Ja, we gaan eerst even een autootje ophalen, jongens. Want we gaan niet weer voor eeuwig op het skateboard. Oh, het is Wouter, of niet? Hey, Wouter. Kus. Hey, Marcus. Hey. Hoe gaat het met jou? Helemaal goed. What's up? What's up? Dat heb ik net gevraagd. Ja, dat was... Nou ja... ben je nog wat aan het doen? Heb je vandaag nog wat gedaan? Heb je gisteren nog wat gedaan? Hoe staat het in de liefde? Dat is de eerste vraag. Dat is oprecht waarom je belt, hoe het in de liefde staat. Ja, ik heb helemaal niks te doen met mijn leven. En ik weet niet als jij wat te doen hebt, maar... Ik denk, ik vraag gewoon even, hoe is het in de liefde en hoe is het met mijn grote vriend Marcus? Nou, het gaat wel prima. Het gaat oprecht wel prima, ja. Het gaat zeker goed. Hoe is het met jou? Heb je nog wat gedaan? Nou, ik ben net in de stad. Ik word de hele tijd door één iemand gebeld. Ik weet niet door wie, maar... Oh, nee, dat is ja, minder. Maar ja, nu ben je met mij aan het bellen, dus kan hij in ieder geval niet bellen. Ja, daarom. Dat zit wel goed. Dat zit wel goed. Er was weer een nieuw mokkeltje in de stad, hè. Het is ongelooflijk, hè. Blijven ze binnenstromen? Ja, bij mij wel zeker. Ja, Wie dan? Ja. Hoe heet ze? Hoe heet ze? Nee. Haar echte naam. Wacht. Zo. Ja, hoe heet? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Over wie je het hebt. Kels. Kels, geen idee. Ja, Kels Lafente. Oké, lijp. Voor jou. Ja, nee, maar ik heb Shiva. Oh, 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 oh. Ja, ja, maar ja, mijn eentje is niet genoeg voor jou. Of, Een trio kan altijd. Maar dat laat ik boven wegen. ja. Nee. Maar, ja, bij mij gaat het hartstikke goed. Ik ben lekker bezig met mijn zaakjes en gaat allemaal heel lekker goed. Bezig. Lekker bezig. Goed, oh, nou, ik toch met jou aan het praten ben. Eigenlijk heb ik een hele goede vraag trouwens aan jou. Nou. Jij hebt laatst al het geld gekregen voor Shiva. Dat inderdaad, daar was ik bij, dat klopt. Ja. Toch? Ja. Heb jij nog een gedeelte daarvan over? Nou, niet veel, wat dan? Mijn hoofd steekt inderdaad uit. Is het meer dan 100.000 in ieder geval? Of? Nee. Want ik heb ook al uitgegeven voor andere dingen gewoon. Andere zaken. Oké, ja, want eigenlijk wil ik bij iemand een lening starten voor 50.000 euro. Of nou, tegenwoordig kan het wel iets minder zijn. Jij wil 50.000 euro lenen? Gewoon... Ja, bij iemand, ja. En dan wel terugbetalen, maar... Vandaar, dan moet je een Bob moet je vinden. Bob de Wit. Bob de Wit. Ik zal wel donaties doen, jongens. Dat is mijn advocaat, ja. Nee, niet Bob de Wit. Ik weet trouwens niet welke Bob we het over hebben. Maar je moet ene Bob vinden, oprecht. Die heeft mij een keer 80.000 euro geleend. Van de cartons? Weet ik veel. Een of andere Bob. Hij heeft mij 80.000 euro geleend. Ik weet niet of ik hem in mijn mobiel heb staan. Maar, je hebt het nooit terugbetaald. Jawel, ik heb hem gelijk terugbetaald. Waarom leen je het dan? Omdat ik even snel wat geld nodig had toen. Hij is niet in de stad. Ik zei online waarschijnlijk net, maar ik bedoelde in de stad. Nee, oké. Maar dan is het goed. Ja, en okay. Met de zaken allemaal prima, alles in orde? Helemaal prima. Helemaal prima. Ik moet even wat bijplukken, want ik heb nog niet genoeg. Oh nee. Juist. Ik heb ook nog 1000 bij me volgens mij. Ja, maar ik moet zelf ook nog even bijplukken. Mag je dat is ook wel zo eerlijk. Mag je ook overkopen. Oh, ja. Trouwens, jij bent er toch. Wil je het nu gelijk overkopen, want jij hebt een huis. Wat moet ik overkopen? Nou, die 1000 topjes.
Ja, maar dat zijn... Gaat dat via mij? Normaal? Of? Nee, normaal doe ik dat altijd via Piet. Ja, maar Piet is er niet. Ach, doe maar via mij dan. Kom maar naar mijn huis, oké? Okay? Ja. Ik ga even... Wacht even. Hallo! Zo, ik moest even dat zeggen tegen de agenten. Ik ben onderweg naar mijn huis. Ik zit even mijn navigatie. Ik wil ook in deze wijk ergens gaan wonen. Ja, gezellig. Ah. Maar je wordt niet meer buurman, toch? Daar heb ik echt geen zin in jou. Nee, grapje. Is dat huis nog vrij? Nee, alsjeblieft niet. Nee, ga gelijk even zet. Kijken. Nee, kom maar joh. Ik zie je bij mijn huis, ik sta bij je huis. Yes. Je hebt al een buurman. Ja, maar ik weet niet eens wie mijn buurman is, joh. Ben je overbuurman, hoor? Jemig, dat ging oprecht echt net aan goed. Oh, voor mij heb je ik zie 200 allemaal in de chat, jongens. Dat is waarschijnlijk een grote donatie. Ja. Ik zal zo lezen. Kut, hoor. Ik ga absoluut zo meteen lezen. En naast jou woont een elektriciteitscentrale. Yes, dat is mijn grote vriend, de elektriciteitscentrale. Ja. Weet je wat ik altijd van hem krijg? Elektriciteit, juist. En je schuin overbuurman heb je ook al? Ja. Ik zit helemaal vol. What the fuck? Ik zit helemaal vol. Nog een huis. Nog een huis naast. Waar ben jij dan? Ja, ik sta bij die... Ook al iemand! Ja, het is een drukke wijk hier. Het is een drukke wijk. Wat? Ik ga een keer een buurtbarbecue houden ook. En laatste hoekhuis dan. Alsjeblieft. Ik ga binnenkort een buurtbarbecue houden. Nee, die is te koop. Nou, die is te duur. We zitten op 78%, jongens. Dus er is een grote donatie geweest. Ik weet het zeker. Ik ga zo kijken. Er is een grote donatie geweest. Aangezien we op 78% zitten. Oké, hoeveel krijg je er normaal voor? Eerlijk zijn. Ik ga het navragen. Ja, ik ga eerlijk zijn. Hey. Hey, goede... rode peper, meneer. Zo'n rode peper, meneer. Ja, weet ik niet. Kom mee, kom naar binnen. Hoezo rode peper, meneer? Gewoon. Oh, ik word weer hetzelfde nummer gebeld. Nu ga ik opnemen. Ja, jij belt me al 2 miljoen jaar en ik neem niet op. Ja. Heb je dan niet door dat ik niet op wil nemen? Goedendag, spreek met Marcus. Zeker. Hoi. Met wie spreek ik? Jij hebt iets gestolen van mij. Oh, jee, jij bent het. Oh, mijn god, jij stalkt me oprecht, hè? Wat wil je nou van me? Ja, nee, je hebt dingen gestolen van mij. Ik heb dingen gestolen van jou. Je waardigheid... Ja, 200 fucking mensen! 200 mensen? Ja, denk daar maar eens over na. Reflecteer maar even aan jezelf. Oh, jij bent ook met je bodycam! Oh, mooi. Sorry, Guus. Wat verdrietig dit. Bel maar aan, oké? Okay? Wie was het eigenlijk? Guus. Wat mooi dit. laat iemand naar binnen komen. Ja, van Dirk. Wie komen? Schoen uit. Oh ja, schoen uit, hè? Dat was ik. Mijn huis, doe je schoen uit. Blote voeten, lekker plak, hoor je. Dat hoor je. Geef maar wat je wilde geven. Oké, okay. 2,5 miljoen krijg ik van je. Oh ja. Nee, 2,5 euro. Je krijgt oprecht maar 2,5 euro. Per stuk. Dus een keer 1000. Dus dat is 2500 euro. Oh mijn god, maar dat heb ik toch niet op zak? Ja, je ding zit al vol. Je broekzak. Met? Wiet. Ik heb 53 top. Ik weet niet eens hoe ik daar dan kom. Wacht even hoor. Geef me heel even. 5, 3. Oké, okay, top. Dus letterlijk top, snap je? Top. Ja. Kom maar. Ja. Zo, kijk eens aan meneer. Yes, top, dankjewel. Ga maar weg nu. Een grapje. 1000 toppen. Hoppakee. Bijna 2000 mensen leuk dan zijn. Welkom bij de livestream. Doneer even wat als je het kwijt kan. We zitten bijna op de 3000 euro. Hey, Nivo. We moeten even langs de bank. Kom maar. Ja. Want hoeveel krijg je van me? 2500. Vergeet je schoenen niet. 2500. Nee. Oké, prima. Ja. Gewoon 2500 dus. Ik reageer dan heel even niet op, Jan. Dan moet ik even wat... Oh. Ik moet even wat dingen in mijn hoofd voorlezen. Ja. Eventjes. In de tussentijd. Dus, Heb je zo'n ding aan? Ja. Ja, zeker. Dan jij maar richting de bank. Domme. Ik word weer gebeld. Ja. Wederom. Ja. Ja. Wacht even. Niet zitten. Hallo. 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 Hey, Sjefke. Hey, Sjefke. Ja, jij hebt mijn autokleur genakt. Dat is niet waar. Jij hebt mijn autokleur voordat ik hem had. Ik wilde die kleur altijd al, maar jij had hem. Ja. Dat is niet waar. Ik heb hem compleet gestolen van jou. Dat is echt, je hebt helemaal gelijk. Weet je wat ik ook letterlijk zei dat ik hem nam? Ik zei, weet je, ik vond Sjefke's kleur oprecht zo mooi. Ik ga het zelf ook doen. Ja, dat is oprecht wat ik zei. Dat is oprecht wat ik zei. Oh. Hoe heb jij dat gezien? Ja, ik... Hoe heb jij dat gezien? Nee, grapje. Eergisteren stond ik bij een melding. En toen heb ik jouw auto gezien. Ja.
Ja, mooi hè? Ja, prachtig hè? Echt prachtig. Ja, mooi die kleuren. Die heb ja, ik ook. Ja, ik dacht, Brecht, ik zag hem. Ik dacht, maar jij hebt niet Aventador, toch? Jawel, ik heb alle Lambo's. Ja, gast, jij kiest een balansen, jongen, dat jij bent. Oprecht, hè? Oprecht. Stiekem nog 5 ton op de bank of zo. Ja, gun mij even iets. Hallo. Oké. Nee, af je. Hallo, nee. Lekker, man. Nee, wanneer gaan we samen toeren? Hey, 2 mooie Lambo's naast elkaar. 2 exact dezelfde Lambo's. En dan of we vergeten van wie is. Ja. Weet ik niet. Meneer? Ben je naar doen, Wouter? Ja, ik wil even zijn nummer, dan kan ik hem even benaderen. Oh. Wie is Wouter? Heeft daar nog geen werk. Ja, ik zit met een of andere Wouter in de auto. Maar ik moet even zo hangen, chef. We gaan wel een keertje toeren met z'n tweeën, oké? Ja, is helemaal goed, joh. Ja? Yo, succes nog vandaag. Joe, dankjewel. Oké, jongens, laten we de donaties even voorlezen. Dan kunnen we even dingen bespreken. Dan hoor ik Wouter even niet. / me. Ik hoor je even niet, Wouter. Zo. Hoppakee. Donaties, jongens. We hadden er een aantal. We hadden eerst van Jari. Mooie actie, man. Met de 1 euro. Dankjewel, Jari. Nigel met de 3 euro. Yen. Dankjewel voor de 3 euro, Nigel. Zo. Sera, 3 euro. Love. Dankjewel, Sera, voor de 3 dikke euro's. Twan, 5 euro. Voor het goede doel. Zelf mijn moeder aan verloren, dus weet hoe het voelt. Keep it up. Dan heeft het extra waarde. Ik blijf het zeggen, zei ik vorige livestream ook al. Mensen die echt een eigen ervaring ermee hebben, geeft de donatie een soort... het is niet dat het meer geld is natuurlijk, maar het geeft het extra betekenis voor de persoon zelf die doneert. En dat vind ik heel mooi dat je dan doneert, man. Dankjewel, Twan. Ik wens je heel veel succes verder in het leven. Oprecht. Echt jou en je familie. Dinges 03. Hey Dinges, daar ben je weer, Dinges. Hey Max, je bent de topper. Zeker omdat je dit doet. Succes nog met stream. Ik herinner jou nog, Dinges. Dinges 033. En of ik jou nog herinner. Dankjewel voor de 10 euro. Sander, 200 euro. Mijn nichtje van 27 verloren. En mijn tante, goede actie door jullie. Succes. Sander, 200 euro, maat. Weet je hoeveel geld het is? 200 euro. Jemig, Sander. Dankjewel voor die 200 euro. Allemaal richting Kika. Oprecht. Elke euro ervan die ik normaal zou krijgen hieruit, die gaat richting Kika. Dankjewel voor die 200 euro. En hetzelfde met jou, Sander. Je hebt eigen ervaring. Ik hoor stemmen beneden. Hallo! Eigen ervaring heb extra betekenis. Dus ook wederom dankzij jou, dankjewel voor die 200 euro. Het gaat echt richting het goede doel. Gaat helemaal goed komen. Ik hoop dat we met dat geld, ben ik eigenlijk wel zeker dat we gewoon het onderzoek daarvan kunnen versnellen, verbeteren, weet ik wat. Gaat helemaal goed komen. Dankjewel, Sander. Ik wil even de grootste hype in de chat voor Sander ooit, jongens. Oprecht. Grootste hype die jullie kunnen maken. Gamerboy Erdam, 10 euro. ik vind het K-woord erg. Ik hoop dat er snel medicijn komen voor K. Ja, helemaal mee eens. En in zo'n situatie vind ik het echt niet erg als je gewoon letterlijk kanker zegt. En dan bedoel ik het niet als scheldwoord natuurlijk, maar omdat het echt over de ziekte gaat. Ik ga ook niet zeggen, Kika... kindervrij, weet je, dan is het gewoon kinderkankervrij, want het is oprecht gewoon zo. Dus dan is de confrontatie niet zo heel erg, man. Verder, dankjewel voor de 10 euro donatie. Echt waar, dat gaat richting het goede doel. Echt oprecht. Enorm bedankt. Echt, soms weet ik gewoon niet wat ik moet zeggen, jongens, oprecht, sorry. Enorm bedankt voor die 10 euro. Spookje, 3 euro. Zonder message, dankjewel, Spookje. Jewel, 3 euro. Hey Max, natuurlijk draag ik mijn steentje even bij. Gelukkig heb ik binnen mijn familie niet, maar degene, maar je moet degene steunen die dat wel hebben. Vind ik ook super tof van je jongens, van jou en de jongens, sorry. Vergeet niet te liken en te abonneren. Vergeet inderdaad ook niet te liken en te abonneren, jongens. Je bent ook van harte welkom om te abonneren. Dylan, 10 euro. Hey Max, ik vertelde aan mijn moeder dat je geld voor Kika ophaalt. Ik wilde natuurlijk gelijk doneren en mijn moeder ook. Dus hier 5 euro van mij en hier 5 euro van mijn moeder. Dat vind ik heel leuk, Dylan. Dat vind ik oprecht heel leuk. En ook van je moeder. Heel veel moeders hebben natuurlijk dat ze dan zo'n online gastie als ik zien en die denken, ja, doneer dan maar gewoon aan Kika zelf in plaats van aan die jongen die geld ophaalt voor Kika. Omdat dat vertrouwbaarder is of zo. Snap ik ook wel. Maar ik vind het leuk dat je moeder dan denkt, weet je wat, we doneren ook hieraan. Dankjewel Dylan en Dylans moeder voor de 10 euro donatie. Allebei 5 eigenlijk. Joep, 3 euro. Wat goed dat je dit doet, man. Ik hoor op straat veel gescheld van deze erge ziekte. En dat doet me verdriet, want ik ben iemand die heeft het ongeneeslijk. Dus veel succes. Ik kijk elke dag. Jemig, dat meen je, Joep. Oprecht? Dan is dat echt... Dat is kut, man. Als je zelf... Ja, dan word je er non-stop mee geconfronteerd. Maar weet je, let niet op die mensen. Doe gewoon lekker je eigen ding. Je hebt zojuist 3 euro besteed aan het doel. Waar gewoon
goed mee gedaan wordt, denk ik. Nou, denk als in, ik denk dat ik het goed verwoord op die manier. Ik weet trouwens niet waar Wouter helemaal heen rijdt, maar... Dankjewel, Joep, voor de 3 euro. En let niet op die mensen, man. Absoluut niet opletten. Oh, mijn microfoon die... Sander in de chat, ik ben het niet. Sander, dankjewel voor die 200 euro. Nick, 3 euro. Hoi Max, ik vind het goed dat je dit doet. Voor Kika, mijn oma is aan dood gegaan. Mijn kat heeft dat ook. 17 jaar en hartjes in de chat voor Kika en Max. 17 jaar is lekker oud in ieder geval voor de kat. Dus dat is al top, daar moet je ook aan denken. En mijn oma is aan dood gegaan. Dat is wel echt verdrietig. En mijn kat heeft ook. Wie weet komt je kat er nog bovenop. Ik weet de situatie niet, maar ik hoop het echt voor je kat. Dankjewel Nick voor 3 euro. Ik wens je heel veel succes toe. Bitveld 10 euro. Let's go Walnut. Let's go Kika. Let's go. Ja, let's go Bitveld. Dankjewel voor de 10 euro. Fabio 10. Jongens, blijven doorstromen. Als ik die berichten zo moet doorlezen, dan kom ik niet aan gamen toe. Ik kom nog gewoon niet aan gamen toe. Fabio 1 euro. Ik ga ze heel snel doen. Fabio 1 euro. Hier mijn bedrag. Kika, echt respect dat jullie het doen. Dankjewel Fabio voor de 1 euro. Levi 3 euro voor Kika. En heb ik wat gemist. Nog niet veel bijzonders gemist. Dankjewel even voor de 3 euro. Magiel, 20 euro. Jee, mag 20 euro. Succes met de stream. Tof dat jullie dit gezamenlijk doen. Ik vind het ook heel tof dat we dit doen. Ik dank je wel echt enorm. Wow, ik verslik me bijna. Voor de 20 euro. Magiel, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dank je wel voor de 20 euro allemaal. Even enorm bedankt. Even snel Wouter vragen te doen. Ik ben nog even bezig. Hoor. Blijf maar doorgaan. Dus, Ja, nee joh. Waar rij je trouwens helemaal heen? Ja, naar die bank hier. Je was hier? Bezig. Dus, ja, ik geef je grote gelijk. Ja, ik geef je brecht grote gelijk. Ja, ik denk nou, je krijgt maar één keer om in een Lambo te rijden, toch? Ja, je mag lekker toeren, zolang je maar niet sloopt. Ik zie wel dat mijn motorkap een beetje los zit, maar dat is niet erg. Maar bij mij echt totaal niks, gewoon. Nee, maar hij is niet kapot, maar gewoon open staat hij met je. Maar, ik ga weer verder, oké? Okay? Ja, dat is goed. Joejoe. Oké, jongens, wil je nou ook doneren? Ik kan via het linkje in de beschrijving. We hebben ongeveer nog 550, 60 euro nodig. Dus kan je een euro kwijt, doe dat dan zeker. We zijn met 2100 man. Als iedereen nou een eurotje doneert, dan zitten we er dik overheen. Dan zeg ik het nou eenmaal. En ben je nou te jong, vraagt je ouders. Kan het niet, kan geen probleem. Kan je het niet kwijt? Ook geen probleem. Alleen als je het kwijt kan, zou ik het zeker doen. Ik had zelf ook gedoneerd. Overigens ga ik jullie zo vertellen, is wel leuk. Gamerboy, Boyer, Dem, 30 euro. Dit is voor Kika. Je bent echt een legende dat je 30 euro doneert. Je bent oprecht. Een legende dat je 30 euro doneert. Dat is heel veel geld. Dat is eigenlijk al 30 personen die jij in één keer mee swoept zo. Dus tof man. Enorm bedankt voor die 30 euro donatie. Twan 1, 3 euro. Twan 1 met 3 euro. Essonar is mee. Nou, je hoort het. Shout-out naar jou is mee. Van Twan. Groetjes Twan. Jaden 3 euro. Vorig jaar op mijn verjaardag is mijn oom onwel geworden. Was flauwgevallen. Hij is toen met spoed naar het ziekenhuis gegaan. Heeft hij 3 dagen in coma gelegen. Zijn achterkomen dat hij kanker had op meerdere plekken in zijn lichaam. Jemig, wat meen je? Oh, wat fucked up. En dan kom je er ook zo laat achter pas. Jemig, Jaden. Heel veel succes verder in het leven daarmee. En ik hoop dat het... Ik weet niet hoe het goed is gekomen. Of het goed is gekomen. Maar heel veel sterkte, man. Dankjewel voor de 3 euro. Thomas Hille, 3 euro. Hoi, Max. Dit is voor Kieke. Echt een grote respect voor jou. Ik ben zelf mijn oma erdoor verloren. En je brengt me een glimlach als ik naar je kijk. En je bent echt een groot voorbeeld voor me. Dankjewel. Dus lees ik het goed. En je bent echt mijn voorbeeld. Ja. Dankjewel Thomas Hille voor de 3 euro. Heel leuk om dat te horen dat ik je voorbeeld ben. Spijtig om te horen dat je oma aan bent verloren. Heel veel mensen hebben dat. Dus het is echt een, iets als dit. Dat gaat fixen jongens. Dat niet fixen, dat is natuurlijk heel te optimistisch. Maar we gaan gewoon met z'n allen zijn we er gewoon wat aan doen. Ook al is dat gebeurd dat al jaren. We gaan er gewoon mee. We stappen gewoon in de boot en we doen mee. Ramon, 3 euro. Dit is mijn eerste donatie. Wil je bij Blokkenpark? Kijk, buiksneeuwen. Dankjewel voor de 3 euro. Kijk, ja, wie weet. Wie weet. Dankjewel voor de 3 euro. It's your boy 033. Hey, je hebt ook een andere 033. Ben ik weer dinges 033. Dan heb je It's your boy 033. Ben ik weer. Dankjewel voor de 10 euro. It's your boy 33033. Je hebt eigenlijk voor 10 personen gedoneerd. Hoe top is dat? ADH Dylan. Hey Walnut, hoe gaat het? Ik hoop dat het goed gaat. Ik heb zelf 2 familieleden verloren door kanker. Daarom geef ik je 5 euro voor het goede doel. Ik hoop hiermee goed gebruik. Ik hoop dat hier goed gebruik van gemaakt kan worden. Nou, de week was zeker dat daar goed gebruik van gaat worden. Want aan het einde van de week maandag gaan we alles bij elkaar van alle streamers. Gaan we alles bij elkaar slepen. En dan gaan we het allemaal richting Kika gooien. En dan gaan zij de onderzoeken. Gaan zij letterlijk alles wat ze ermee kunnen doen. Gaan ze ermee doen dus. En of het gaat helpen. En of zoveel geld gaat helpen. Weet je hoeveel geld het is? Hoeveel je met in ieder geval wat ik al op heb gehaald. 2500 euro kan doen. Moet je nagaan wat de rest ook nog even opgehaald. Hè? Al die, dat zijn de 12 streamers of zo bij elkaar. Dankjewel ADHD Dylan. Mijn microfoon die kiept het hele tijd om. Dankjewel voor de 5 euro. En of jij nooit meer gaat rijden overigens. Hoe de fuck gaat die auto in één keer af? Maar wij. Klote zooi. Het ging hartstikke goed. En in één keer slaat die auto af. Nee, is geen probleem, joh.
Kan gebeuren. Kan gebeuren. Een loser dat je bent eigenlijk. Ah, loop. Nee, grapje. Rij maar lekker door, joh. Geen probleem. Ik ga weer even verder. Sorry dat ik zo niet reageer op jou. Nee, maar ik zeg ook niks, want ik hou me gewoon netjes rustig stil. Je houdt je rustig stil. Alle rust die dingen kan. Ja, maar ik hoor jou ook niet, dat is het een beetje. Dus al praat je, hoorde ik het niet. Dus je kan letterlijk zingen en doen wat je wil. Ik hoor het toch niet. Nou, ik boek maar niet. Ik hoor het toch niet. Oké, nou, ik ga weer verder, hoor. Rij maar lekker rondjes. Kut, sorry, waarom rijd ik nou tegen die kut auto aan? Dat hoor ik wel. Een debiel. Kut, sorry. Oké, Slamse YouTube 3 euro. Jongens, donaties komen voor me vol net zo snel binnen als dat ik ze oplees. Dus het is echt zeg maar een oneindig iets om voor te lezen. Het is oprecht echt oneindig. Ik wil ook nog wat leuks doen voor jullie. Ik wil natuurlijk jullie ook vermaken in de tussentijd. Maar niet dat jullie moeten stoppen met doneren. Absoluut niet hoor. Dat bedoel ik niet. Maar gewoon, ja, jullie snappen wat ik bedoel. Slamse, dankjewel voor de 3 euro. Hoi. Ik wil een klein bedrag doneren, want mijn oma heeft kanker. Ik denk dit ook. Ik ga dit denk ik ook doen voor mijn YouTube. Dat moet je zeker doen, man. Moet je absoluut doen. Dat is niet iets wat wij geclaimd hebben, wat alleen wij mogen of kunnen doen. Iedereen die dit wil doen, kan dit gewoon lekker doen, joh. Ga je gang. Jesse, 3 euro. Fookie, kun je bij mij helpen? Dankjewel, Jesse, voor 3 euro en het leuke bericht. Verder, Gerving, 3 euro. Ik heb veel familieleden hieraan verloren. Ik hoor het altijd als mensen schelden. Dat denken ze helemaal dan als ik ze altijd helemaal... Wat? Dan als ik ze altijd helemaal in elkaar doe. Ah, ik snap wat je bedoelt. Dankjewel verder voor 3 euro. Hey, ik zeg, geef je groot gelijk, want af en toe is het wel echt heel... vervelend als mensen ermee schelden. Diego, 4 euro. Mijn moeder heeft ook kanker gehad. Gelukkig nog leeft... en de vader... Oh, ze leeft nog. Lijkt man, dat is heel ziek. En de vader van mijn oma is kanker overleden. Groetjes uit Barlo. Barlo? Barlo, denk ik. Dankjewel voor de 4 euro donatie. En enorm veel geluk dat ze nog heeft overleefd. En helaas van anderen van niet, man. Casper, trouwens dankjewel Diego voor 4 euro. Casper V, 5 euro. Ik en mijn familie doneren al veel aan kankeronderzoek en ook Ika, maar toch wou ik wat geven aan deze actie. Helemaal gelijk geven, Casper. Alleen als je het kwijt kan overigens, maar kan je het kwijt, doe het dan ook lekker, joh. Zeker in zo'n leuke situatie als dit, want dan zie je... Ik weet niet, het voelt ook gewoon leuk om te doen deze, weet je. Doneren zelf is ook natuurlijk altijd goed, maar het voelt, omdat het een soort actie is met z'n allen, voelt het altijd heel leuk. Ik ga zo heel even verder met donaties. Ik wil even een beetje streamen voor jullie. Donaties, laat ze lekker binnenkomen, jongens. Blijf lekker doorgaan. Stop er niet mee, absoluut niet. Maar ik wil jullie ook heel even wat content geven. Dus blijf zeker doorgaan met donaties. En doen we zo meteen alle donaties verder oplezen. Ja, we zien de donatekst dubbel. Ik weet het. Het is heel raar wat er gaande is met de donaties. Ik snap het ook niet helemaal. Oké. Okay. Oh, ja, je hoort me ja, weer. We kunnen naar de bank. Oh ja, ik dacht ik rij eerst even naar de ANWB. Ja, maar is naar de bank, joh. Die is toch hier. Oké, ik heb zelfs mijn fucking in mijn hoofd. In plaats van dat ding wat je voor je hebt, zeg maar, een... controller gepakt. Wat? Je hebt een? Ik heb zo'n... Je kent toch wel een controller van de Xbox en zo? Oh, die heb ik in je hoofd nu. Ja, nee. Ja, omdat ik anders niet kon rijden. Ja, oké. Okay. 25 was het, 100. Ik weet. Oké, okay, jongens. In ieder geval, welkom bij de stream. Leuk dat je er bent. Vergeet zeker allemaal niet even te abonneren. We zitten al op die 500. Wie weet halen we nog de 600 abonnees. En... we gaan voor 3000 euro deze stream. We zitten op 84%. Dus kan je het kwijt, doneer zeker een eurotje. Of twee, of weet ik wat. 2500 euro. En dan lees ik hem zo meteen voor. Zet er een leuk berichtje bij waarom je doneert. Kan je het niet kwijt, doe het dan niet. Praat je wel tegen mij? Doe je niet. Nee. Hey, Lambo is gejapt. Doei. Weet ik niet. Je had hem toch op slot gedaan? Ik had hem inderdaad op slot gedaan. Maar blijkbaar niet op slot genoeg. Ah joh. Hij is gejumpt. Nou, hij is gewoon gescoopt. Ah joh, boeien. Waarschijnlijk werd hij komt terug, want bijna niemand scoopt zomaar auto's in Roeveen zonder reden. Van Wouter Dekker. Spreek uw bericht in naam. Hoor ik nou oprecht de voicemail? Ja, dat was mijn voicemail. Ik had geen zin in hem. Oh mijn god, daar ben je. Ja, daar kan ik aanklikken. Oh, waarom jij mijn jas gemaakt? Hey! Homo. Mason! Mooie jas, hoe is het? Ja, jij ook. Jij mooi, niet mooi. Ja. Oh nee, niet Gerard. Nee, maar lang niet gesproken, hoe is het, Mason? Hoe voel je? Gaat het? Meneer, waarom jij zo hoog piept en me dan schreeuw, gek? Is dit aan jouw auto? Oké, dat is de auto van ik. Ja, ik hoor alleen maar hoog piept stemmen. Ja, ik ga even, wacht even, ik word ook gebeld. Hey. Hallo. Hey, van P. Hallo. Hey, van P. What's up? Hey, hoezo bel je mij? Hoezo bel ik jou? Hoe gaat het? Ik werd gebeld en er stond van P dat die mij heeft gebeld. Ben je goede of slechte boer? Oh, dan ben ik enorm in de war. Maar, jij wil niks zeggen? Nee.
Nee. Dan hangen we op. Zo. Ja, doe maar. Oké, hoe is het, Mason? Hoe voel je je? Ja, gaat goed. Gaat goed? Goed. Ja. Lekker, man. Wat ben je aan het doen tegenwoordig? Ik, blokkenpark chillen, ja. Blokkenpark chillen, een beetje rustig aan. Ja, ik weet niet of jij vanavond nog wat doen gaat. Ja. Nou, mijn planning staat open. Voor dingen, dus nou, als je iets hebt. Dan wij toch samen even gaan toeren. Wij even naar het Dam gaan en zo, ja, dat gaan wij doen. Heb je een auto dan? Nee, jij toch? Jij een dikke auto rijdt. Ja, maar die was er letterlijk net gestolen. Marcus? Ja? Ik denk dat ons avontuurtje bij deze was. Ja, dat is helemaal prima. Misschien heeft Gerard auto. Ja, we pakken Gerard's auto wel. Oh mijn god, Gerard wordt gevolgd. Dan ik spreek dan je later, Woetroe. Zie je later, man. Yes, hey, corona knuffel, hè. Juju. Bijna een dag later. Oh, ik knuffel nog even de lucht. Diego, dankjewel voor de 1 euro natie. Jongens, kan je een eurotje kwijt? Doe het dan zeker. Het kan via de link in de beschrijving. We gaan voor die 3000 euro deze stream. En of we dat gaan halen, en of ik het volste vertrouwen heb dat we dat kunnen halen met z'n allen. En of ik... Waarom zit er een spoiler op deze panto? Kijk. Hé, hij is terug. Had jij hem gestolen, Gerard? Meneer, hij stond er al, anders wil ik jou weer doodschieten. Weer doodschieten. Oh, je hebt natuurlijk... Hé, Gerard, ik spreek je later, oké? Oh, dit gaat zo wat er gebeurd is? Nou? De gemeente heeft mijn auto weer gepikt. Wie? De gemeente. De gemeente heeft je auto weer gepikt. Ja. Zal wel gegund zijn, ouwe kutdaan. Maar ja, kom dan. Laatst was toch hetzelfde gebeurd? Ja, maar nu kan ik hem... Oh, niet nee, wacht. Het andere was gebeurd natuurlijk toen. Ja. Weet je nog wat? Toen moest ik 180.000 euro's betalen. Weet je nog wat? Ja, 180.000 euro's. Nou ja, laat maar. Ja, ik trap daar niet in, man. Jammer dit. Enorm jammer dit. We are going on. Oh nee, field trip. Ik moet eerst even langs de... Auto, gek. Wat zegt u? Daar rij je auto, ja, daar ook tegenaan botst. Ja, we gaan eerst even langs de ANWB. De ANWB. Want mijn auto die is helemaal door die Wouter kapot gereden, die lul. Je kan natuurlijk niet rijden op de snelweg. Nee. Maar hoe is het? Heb je nog... ik ga het echt voor de derde keer. Heb je nog iets bijzonders gedaan of nog mensen doodgeschoten of weet ik wat? Nee, ik tegenwoordig niet meer geweer heb. Ja. Nee, jij bent niet meer op het criminele pad. Ja, dat ik niet zeg. Nee, oké. Dat jij van maakt, ik niet. Kijk, leuk dat de ANWB er ook is natuurlijk, zoals altijd. Is de ANWB er weer? Nee, ANWB niet is. Dan gaan wij... iemand doodschieten, ja. Hoezo wil jij iemand doodschieten? Wat wilde je doen? Je wilde naar de Dam, zei je. Nee, wij gaan gewoon op tour samen. Gewoon op tour samen, prima. Ja. Oké. Okay. Misschien wij jij je actie hebt, ja. Wat zeg je? Misschien jij wel een beetje actie hebt, ja. Hoezo actie heb? Ja, ik heb nog... Nou, ruzie wil ik niet zeggen, maar... Iemand heeft een probleem met mij. En ik snap niet waarom. Wie heeft probleem met jij? Guus Meeuw. Maar ik niet met hem. Oh, die... Ik die wel een beetje ken, ja. Ja, hij heeft een probleem. Ja. Althans, hij heeft een soort van probleem met mij, maar ik... Niet met hem. Dus het is heel raar. Dat is niet waarom, nee. Het is heel apart. Daar staat kut Wouter. Is dat de hardcore Dagbo of niet? Nee, volgens mij niet. Hallo meneer! Je wil even doorrijden. Waarom wij waren... Ik niet midden op de weg stopt. Ja, u kwam naar mij, ik denk, oké. Ja, jij kwam naar mij toe, gek. Wat stink jij? Hey Bjorn! Hoi. Bjorn, had je het gehoord? Jij bent lelijk. Had je het gehoord? Wat? Patat! Ah, nee. die agent op neus wil slaan en dan in de auto stappen bij wegrijden. Hoezo? Ja, dat Mason wel leuk vindt. Wil je hem op zijn neus slaan? Ja, en dan wij samen wegrijden, ja? Ja, dan niet ga ik alleen achter. Nee, als je als je weer instapt, dan rij ik weg. Dat is goed. Gaan we regelen. Ja. Wij dat gaan doen, ja? Oké. Waar is hij hier links? Links. Oké, moet ik eerst weer even omkeren? Dat ze het niet zien. Kijk waar het hij staat. Hier. Go! Blijf staan, hè? Anders ja, nee, ik blijf staan, Komt helemaal goed. Ja, is niks aan de hand, meneer. Hoi, joh! Rijden! Oké. Hij is een tikker. Dat wilde hij heel graag of zo. Ja, dat maar vond ik is, leuk. Dit is zeg maar echt een extreem herkenbare auto, hè? Ja, nou en? Dus zij echt... al achter ons aangaan waarschijnlijk. Oh. Kan ik hem terugzetten? 400. Ja, dat is...
kost veel. Wij zien er ook echt hetzelfde Mason, uit. Mason heeft wel een beetje geld voor jou. Ja, dan halen we hem even opnieuw eruit. Ja, hoeveel jij moet hebben? Ik heb nog nodig 200 of 120 euro of zo. 110. Zo. Ik lees, thanks. Ik lees de donaties zo meteen voor, jongens. Komt helemaal goed. Ik lees ze zo meteen voor. Ik doe eerst even lekker een beetje gamen voor jullie. Anders ben ik alleen maar aan het voorlezen. En dat is ook niks aan. Ik kan niet meer. Daar is ook niks aan. Hey! Rini! Rini is de jongens. Hey! Mocht het tijd worden? Huh? Echt? Wat nu? Ik wist niet of je had. Ja, maar dat is niet erg. Wie wij nu gaan slaan. Ik vind het lekker, dankjewel. Wat zei je? Wie wij nu gaan slaan. Wij gaan nu, ja, wil je nog iemand slaan of zo? Ja, dat is wel. Misschien een beetje actie krijgen. Actie krijgen, oké, prima. Prima. Nou, je mag die Guus Mil wel van mij slaan. Alleen dan moeten we niet zeggen wat het namens mij komt. Nee, want hij heeft. Wat zei je? Hij heeft dingetje om pief, paf, poef. Nee, die heeft hij niet meer. Oh, niet? Oh. Nee, die heeft hij niet meer. Maar wil je hem slaan of wil je iemand anders slaan? Nee, ik eigenlijk agent wil slaan, ja. Ja, agent wil slaan. Ik ga ook gewoon als jou praten, als ik met jou ben, het is heel vreemd. Jij wil een agent slaan? Ja, Vocht is er ook. Wie is er ook? Rick Vocht. Oh, die kunnen ook wel slaan. Dat verdient hij ook eigenlijk wel eventjes. Ja. Ja, oké. Okay, jij belt hem? Ja. Prima. Jongens, kom even gewoon even gedag zeggen. Even kijken. Hallo. Rini is er! Hi! Hallo! Rini is in... Is net aangekomen hier. Ik hoor je trouwens al niet. Daar rechts nog agent. Hoi Rick! Iedereen gelijk. Waar jij bent. Zo. Huh? Oké, kom naar Blokkenpark garage. Ja. Gaan we hem slaan bij garage? Zeg dat hij bovenop de garage, anders krijg je die kut. Maar jij zegt dat je rond aan het rijden bent. Maar waarom jij dan niet naar mij toe kan? Wie zijn anderen? Hij is sowieso met die Guus Mil en zo. Daar chillt hij de laatste tijd mee. Wie jij, Rick? Oh, nu heb met wie jij belt dan? Alright. Bijna 2500 mensen. Leuk dat allemaal zijn, jongens. We gaan Rick slaan. Hij ophang. Hij wil niet zeggen waar hij is. Nee, hij aan het rondrijden met iemand. Maar ik zeg, ja, hierin kom, hij druk is. Ja, ik waar? Niet weet dan. Weet ik niet, hij rondrijdt met mensen. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we het zoeken, zou ik zeggen. Sorry dat het trouwens hier zo warm is. Het is hier zo warm. Echt de hele tijd al, omdat het warm is buiten. Piet of zo niet in de stad. Ja, maar hoe zou zij Piet slaan? Mag ik even kijken? Misschien heb ik iemand in mijn telefoon staan? Nee, niet per se slaan. Maar bij prankcall doen, ja. Wat wil je prankcallen? Ja, dat die dildo heeft besteld. Oh, sorry. Ja, Piet is in de stad. Ja, wij even Piet bellen en wij dan even gek doen, ja. Moet jij Piet bellen, of...? Nee, jij. Ik kan het nog niet hebben. Wat moet ik zeggen? Zeg jij maar. Jij moet zeggen wat ik moet zeggen. Zeg maar dat die stinkbellig is. Hey Max. Hey stinkbelg. Sorry, daarvoor oprecht, maar... Hey. Ja, nee, ja, nee. Niet excuses aan. Geen excuses, geen sorry. Nee, hij heeft opgehangen, nu is hij boos op me. Nu is hij boos op me, jongen. Ja, zo wordt het, ja. Wat? Hoe met deze ding? Huh? Nou ja, meesbel en zeg jij stinkbelg. Hey. Meesbellen? Hallo! Hey! Wie is dit? Hoi. Oh, hey! Waar jij heen gaat? Zij alleen kletsen wil? Nee joh. Kletsen wil snel. Oh, ik word gewoon gebeld Piet. Ja. Hey! Lul dat je bent, jongen. Hoezo? Ja, jongen, zoals ik het zei. Hoezo, jongen? Heb je mijn ding gekeken? Wat? Ja, ik word achtervolgd door de politie. Twee politie, okay. hier nog één. Laatste keer dat ik achtervolgd werd, knalde er een hersenloos in van de linkerbaan naar de rechterbaan. Ja, jongen. Dat meen je. Wauw. Ik ging met 1000 toppen. Ja? Godverdomme. Ja, maar je bent ook niet zo goed eigenlijk daarin, hè? Nee. Ja, die... Wanneer wacht het even, is rood. Even wacht het even. Is rood. Er wilt een politieagent langs. Ik ga even aan de kant. Laten we langs rijden. 2 seconden. Je kan hij gaan, hoor. Hij met sirenes rijdt. Je kan er langs. Je had je sirenes aan. Ga maar, hoor. Hallo, je mag even volgen. Ja, is goed. Oh, kut. Ah, domme hond. Kut. Hij bedoelt daar. Kut, sorry. Waar is hij nou? Ah, ja, daar. Ja, ja, ik ben ook kwijt. Ja, maar dan kan ik toch niet volgen. Ik kan je toch niet volgen als je achter me rijdt? Hoe wil ik je dan volgen? Ga naar links. Hier? Hier naar links. Ja, hier okay. Gewoon parkeerplaats. Gaan we parkeren. Gezellig, Piet. Wat is nou de reden dat je eigenlijk belt? Ja, Mason die wilde je prank halen. Nee, we kunnen hier ook even. Stop dan, gek. Nee, hier. Alleen de politie weet je aan het kutten. Ah, nu heeft hij sirenes aan.
Nee, nou niet meer. Nou mag je weer doorrijden. Ja, ik geef verkeerd. Piet, ik ben zo terug, oké? Ja, jongen. Yes, joe. Ik heb een staanhouding over. Yes, zeg het eens, heren. Zo, goeiedag. Hey. Nou, dat weet je net als wie ik ben. Niet uitstap, hij tikker is, ja. Ja. Hey, in ieder geval, ik zou graag van de bestuurder even naar Rijnkent Denkbaar zullen zien. Yes. Ja, pak hem maar. Ga je alles fout doen. Hier. Mm-hmm. En hier. Oh. Keerde. Ja, nu kan ik er niet meer in. Maar die is mooier dan die Lambo, hè. Snap ik. Ja, ik wil heel graag in die. We gaan het even nog een keer proberen. Maar even, hè. Ja. Artikel 130. Ja, zwijgrecht. Oké, okay, duidelijk. Hé, we geven jou al een tijdje een stopteken. Ja, ik dacht dat je langs me wilde. Ja, nou hé, vandaar artikel 130. Ik ga er best wel aan twijfelen of jij wel geschikt bent voor het besturen van een gemotoriseerd voertuig. Dan ga ik wel rijden. Dan rijdt het meeste wel. Ja, ja, precies, maar op basis van artikel 130 kunnen we rijbewijs invorderen. Doe ik niet, laat dat even voorop staan. Maar kijk, dat zou kunnen. Dan zien we deze keer door de vingers. Nou ja. Met een boete. En dan gaan we gewoon onze dag weer vervolgen en dan wil ik het niet meer van jullie maar zien, oké? Okay? Even, hè. Stopbord staan en dan stop je gewoon. Dan ga je niet eerst nog heel Afghanistan afrijden. Voordat je ergens waarom jij Afghanistan zegt en niet Nederland? Ja, hoezo? Wat is dit? Wat racist deze man. Hij zomaar Afghanistan zeggen in plaats van Duitsland. Ja, nou, dan zeg ik Duitsland, Syrië, weet ik veel. Maakt mij wat heeft Syrië nou mee te maken waarom in Duitsland? Ja, what the fuck? Ja, waarom nou, wij niet helemaal over Nederland rijden? We hebben het over uw rijstijl, niet over landen. Dus, ja, ik wel. Ja. Ja, meestal wel. Hey, in ieder geval, u gaat het proces verbaal krijgen voor het... Yes! Is het goed. Het zijn gedrag van het stopteken half negeren door rood rijden, dat valt... Ik heb niet door rood gereden, ik heb wel telkens op groen gewacht. Ja. Hij stond er net bij stoplicht gewacht. Ja, ging ik bij Blokkenpark door rood heen. Naast die. Ben ik gewoon alleen maar door groen. Eén rood stoppen, maar ik keek het verkeerd. Was foutje in het hoofdje. Oké. Okay. Boetebedrag 12. Godverdomme. Wat? Ik krijg een boete voor... Ja! Verdiend! En of? Ja, kom maar goed, iemand. En of? Kerel, dat boete is 800 euro. Top, dankjewel. Dan spreek ik jullie later weer, jongens. Nee, wacht. Nee, jij de rijbewijs nog terug. Ik heb je rijbewijs nog één keer denk ik bij. Mag ik hem? Weggaan? Nee. Ah. Zit hier nogal mensen, lekker allemaal zijn jongens, nog ongeveer 370 euro. Kom op jongens, dat kunnen we. Twee weken thuis stuurt. Yes. Achterop staat alle informatie, u heeft en bezwaar kunt gaan. Mag ik klaarstaan, ja? Ja, tuurlijk. Mag ik bekend? Nee, ik wil eerst mijn rijdingers weg. Ik wil eerst bekend tekenen. Je mag terug in je auto gaan zitten, dan krijg je zijn rijkendekwijs terug. Kijk dus aan, meneer. Dankjewel, top. Wens ik u een fijne dag. Gaan we niet doen. Rennen. Oh! Godverdomme. Heb ik hem! Rennen! Rijden! En of wij snel wegkarren, of ze dit niet bij kunnen houden. Oeh. Pas op voor snelheid, hè. God dadelijk jij boos is. Ja, dat snap ik. Nee, maar die goden die zijn er lang boos bij. Dat kan ik niet meer goed maken. Dat kan ik al lang niet meer goed maken tussen hun en ons. Tussen hun en mij bedoel ik. Jammer, man. Heb je een nummer van Bjorn? Ja. Jij even, misschien bel moet. Ik ben er wel even anders. Oei, dat hebben we een agent. Hey, andere agent. Welke agent? Kan dat ze niet over de Porto aan het praten zijn over de blauwe Lambo? Dat zou heel kut zijn, wacht. Ik ga wel even... Raakte ik hem trouwens? Ja, je raakte hem goed. Ik hoorde ook de toek. Goed, mooi. Oké, ik zal hem even bellen. Ja. Ik zal hem even bellen. Wat wil je dat ik zeg? Ah, hij is in gesprek. Wat kut. Kom maar jongens, nog ik, 370 donaties. Abonneer allemaal een eurotje en dan halen we 100% die laatste 3000 euro. Dan kunnen we hem gewoon aantikken. En of we hem aan gaan tikken. Ik vertrouw die auto niet helemaal. Zullen we even outfit switchen? Ja, misschien handig. Nou, mijn god, daar heb je auto. Nee, misschien niet al. Hier nog meer agent. Wegwezen hier, gek. Waar? Ja, hier rechts. Oh ja, niks aan de hand, joh. Oprecht, vertrouw het. Niks aan de hand. Okay. Ik ben niet weggevlucht. Ik ben gewoon weggereden. Ik mocht weer gaan. Jij hebt geslagen. Ja. Daarom. Wat wij fout doen. Wij doen helemaal niks fout. Nee. Oké, wat gaan we aan doen? Even kijken.
Even kijken. Wat aan doen, denk. Oh, daar komt die agent langs rijden. Waar de lul van je? Nee, niks aan de hand. Ik weet niet wat ik aan ga doen. Ik gok dit. 5 euro van... Hey, Rini! Ik zie hem toevallig. Nu al? Allemaal kut, ja. Nou. Ik heb echt net op bevestigd geklikt. Echt? Ja, ik kom heel snel in wild. Ik lees zo meteen de rest voor, jongens. Dank jullie wel voor alle donaties. Doei. Dank jullie wel voor alle donaties, jongens. Kijk, ik ga dit pakje aantrekken. Het staat deze me wel leuk, denk ik, toch? Ja. Ja, fantastisch, ja. Gaan we even de auto wassen, trouwens. Ik zie iemand in de chat zeggen dat ik mijn auto moet wassen. Donk. En dan... What the fuck, jij ziet uit. Nee! Oh, daar heb je ze! Oh my, nee! Stap in! Oh, ze komen niet voor ons. Oh. Oh, dan gaan wij achtervolgen. Dan gaan wij achtervolgen in. Ze reden door rood. Oh mijn god. Oh! What the fuck? What the fuck? Fucking shit. Noodknop. Explodeert een voertuig. Noodknop. Oké, ik wilde gaan uitstappen voor slaan, maar... Hey, hier noodknop. Is niks te zien hoor, rij maar gewoon door. Nou, niks te zien. Nee. Ik zag toch wel echt een explosie hoor, volgens mij. Ja, joh, dat Chinese nieuwjaar begint vroeg dit jaar. Zeg dat wel. Jongen, jongen, jongen. Hoe komen hun ook de hele tijd tegen? Goeiedag, schotel. Ja, wat zijn jullie aan het doen? Kijken jullie mijn bodycam of zo? Ik ga even een dinges van maken. Grote zaak, joh. Hey! Nee. Fuck! Ah, ja, lekker slaapkamer! Rijden! Oké, we gaan... hoe dit heet, heet een hit en run. Ik rijd langs, jij stapt uit, je slaat. En je stapt erin, oké? Okay? Ja, maar we moeten wel gaan de goede kant rijden. Ja. Dit is een hit en run, noem ik dit. Staan ze er nog? Kan ik dat afdoen? Ja, okay. Ja. Dit is een hit en run, let op. Je stapt uit, je slaat hem en je stapt erin. Welke ik moet slaan? Maakt niet uit, één van de twee. Maar je hebt zo hard de grond op. Nee, niet doen. Nee. Nee, pas maar op! Nee! Ja, ja, ja! Nee! Hebben die kip. Lekker. Kippie mag mee. Kippie moet het hokje in. Gaat hij oprecht mee? Mishandeling ambtenaar. Ja, gaat hij oprecht mee? Makkers, help mij. Ik heb vuurwapen op ze. Oh ja. Je gaat hem gewoon in mijn auto zetten, of niet, hè? Potver, dat werkt niet. Nou, als je nog één... Oké. Okay. Hey, god. Nou ben je wel... Rijden! Oh, ik heb mijn handen niet op het stuur. Wat goed. Oké, okay, we gaan mijn auto even wassen. Ja. En dan komen we ze later nog een keer tegen. En of we ze dan nog een keer slaan. Althans, jij doet het de hele tijd, maar... Ja. Oké, okay, waar kan ik het dichtst bij tanken hier? Bij MSF zeker? Ja, bij MSF, ja. Ik krijg een bericht van Kane. Oh, politie. Politie. Oh, groen. Kijk. Kijk. Bijna 2800 mensen, leuk dat jullie allemaal zijn, jongens. Welkom bij de livestream. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker even. Je naam komt als goed is ergens in beeld. En wie weet halen we de 600 abonnees deze stream. Plus die 3000 donaties. Maar dat wil wel goed komen, denk ik. Dat wil wel lukken. Dit is de ingang, toch? Ja. Ja. Dit heb ik nog nooit gedaan, wist je dat? Eén keer, volgens mij. Eens moet de eerste keer zijn, ja. Maar nooit met deze auto in ieder geval. Wauw. We hebben hem gewas. Hij is gewas. Oké, nou even tanken. Dan zijn we weer helemaal ready voor ons volgende avontuur. Wat wil je nu doen? Ja, nog een keer die agent pakken. Wil je hem oprecht nog eens pakken? Ja. Oké, prima. Maar eigenlijk, ik moet Shank hebben of zo, ja. Hé, hey, heb je... Motormuis. Nee, dat is volgens mij de Joker. Wil je hem slaan? Hij wordt oprecht boos op je. Ja, nou hem. Ik ben Nou, dat vind ik een goeie. Wat hij maar kan doen. Oké. Ik heb een bericht van Kane. Heb jij Edward's nummer voor mij? Zocht om te praten, zo over met hem meeten. Ja. Waar ben je? Zo. Hij is gewasde. Hij is inderdaad gewasde. Oh, en of ik zo meteen een partijtje donaties voor moet lezen, jongens. Ga je nog criminaliteit doen? Jij, jongens, het liefst wel. Ja, je actie hebt of niet? Sorry? Jij je actie hebt of niet? Hoe bedoel je actie hebt? Ja, weet ik, vul jij met maat. Nee, niet zo bijzonder. Maar ik moet dan nog naar het eiland vandaag. Waarom? Nou, ik moet even een paar extra dingen plukken, want ik heb nog niet genoeg. Maar ik weet niet of ik dat zo meteen wil doen. Ik heb 60 voor jou. Ja, klopt. Maar ik moet ook even langs gaan.
Oh, ja, dan ik niet meegaan, ja. Nee, eigenlijk wil ik ook helemaal niet, want ik heb er ook helemaal geen nou, zin in. Nou, dan jij gewoon niet moet gaan, ja. Nee, oké. Wat is dit? Wie is dat? Weet niet, een of andere lelijk knikker. Oké, okay, gaan we terug? Gaan we ze nog eens slaan? Ja. Heftig, dit gaan we doen. Dit gaan we doen. Nou moet de perfecte executie weer worden, ja. Anders ik ben Nusu. Ja, ja, het moet wel echt perfect gaan, inderdaad. Als het niet perfect gaat, ben je inderdaad gewoon echt opgepakt. We gaan ze eerst even langs rijden, een beetje uitdagen, jij weet. Oh, het is aan nee, weg. Ze zijn weg. Oh, zeg, nee. Je moet even Bjorn bellen en jij zegt... jij bent tikker, Bjorn. Ja, jij weet, ja. Ja, oké. Okay. Hij tikker is, ik niet meer. Oké, okay, prima, ik ga hem bellen. PJ. Zijn telefoon is in gesprek, alweer! Alweer! Hij is de hele tijd al in gesprek. Wat een loser. We moeten hem vinden. Als we hem vinden, kunnen we hem gewoon een tik verkopen. Blokkenpark. Ja, altijd is wel iemand op Blokkenpark. Ik zou zo donaties doen, jongens. Ik beloof het. Blokkiepark. Blokkenplein, okay. Ja. Blokkenplein. Nee, hij is hier gewoon niet. Hij is waarschijnlijk op een melding af of zo. Oké, okay, dan gaan we wat anders spannends doen, Mason. Wat dan? Wat heb je al heel lang niet gedaan wat je heel graag wil doen? Iemand doodschieten, ja. Je wil oprecht iemand doodschieten? Ja. Maar iemand wie? Prijzen. Ja, weet ik wel. Jullie hebben zoveel vijand, ik niet. Ja, ik heb op het moment ook niet echt zelf een vijand, dat ik nou zeg. Ja, één iemand, waarvan ik wel echt denk, die mag wel echt dood. Ja, maar Piet of zo, ja. Nee, niet Piet. Zodiac heet hij. Ja, maar Zodiac toch al dood was. Ja, dat dachten we allemaal, maar blijkbaar niet. Blijkbaar zag je er net... Misschien net hier zoals een AMB kijken. Ga naar AMB kijken. Ja. Wat wil je dan doen? Waarom zou je zomaar een AMB doodschieten? Er is niemand. Dat weet ik nu al. Er is niemand. Nee. Maar je gaat toch niet zomaar een AMB doodschieten? Ik heb trouwens een bericht van iemand die ik even moet mieten. Nee, radio. Nee. Word jij de hele tijd op telefoon? Ja, ik heb een berichtje van iemand. Even kijken hoor. Waar staat hij? Waarom jij de hele tijd op telefoon zit? Dat is toch niet leuk? Jongen, ja, maar ik heb ook een berichtje. Oké, okay, hij zegt dat hij BP is. Ik moet even snel langs BP. Wie even een dan? Nummertje. Kane. Oh, Kane Smok. Ja. Heet hij? Ja, die ik ken, ja. Kane Smok. Ja. Ik heb namelijk een nummer voor hem. Oeh, die ik even moet bellen. Zo. Weet je wat grappig zou zijn? Hij daar ook een spion, ja. Dat zou echt goed zijn inderdaad. Ik herken Kane als ik hem zie. Het is een nep agent, ja, hij wordt achtervolgd door een echte. Kane! Hey, ik heb laatst aan deze Lamborghini gereden, hij had hem niet op slot gedaan. Kijk. Hey Kane. Moet ik uitstappen? Blijf maar zitten joh. Ik geef het even, doe het even snel. Tot als wissel maar van stoel, of zo weet ik wat. Ah nee. Hey, kom. Ik geef je mijn nummer af, of het nummer. Dan loop even hierheen, want we hebben meerdere mensen, daar heb ik ook geen zin in. Hoe is het? Ja, goed met je. Wacht een momentje. Ja, neemt tijd. Neemt u tijd. Ik heb even een nummertje voor Kane die ik even moet geven. En ik heb gezien dat meerdere mensen die krijgen. Ik heb geen zin. Meneer? Ja? Ik hoorde u helemaal vanaf daar. Sorry. Ik sta nu niet meer op schreeuwen. Top. Joejoe. Oké, hier. Het nummer is... Ik heb even een brain fart, sorry, ik ga nu kijken. Komt-ie. Niemand die het kan lezen nu? Nee, hè? Nee. 06-7-3-6-7-5-5-3-7. Dat is het nummer. Ik ken ook een 0673. 06-7-3-6-7... Oh, 6-7. Ja, 6-7-5-5-3-7. 5537. Ja, dat is Edward. Yes, thanks man. Toevallig ook het nummer van Jan. Toevallig, hè? En Ivo. En Jochem. Wie niet? Hey, ik spreek later, Kane. Ja. Oké, en of course is mijn Lambo. Oh, die staat daar. Ik kan zeggen, of course is hij weer gescoopt. Nee, niet weer, Geri. Is dat Gerard's auto? Gerard, is dit jouw auto? Ja. Dan meen je. Makkelijk, jij auto ook doen en mij weggaan. Ja, ik zie agent, ja. Oké. Hij was een zich aan verstoppen, alleen lukt het niet. Het lukt alleen niet. Hey Geri, kom, volg ons. Daar toe gaan, ja? Daar links, links. Ja, links. Ja, ja. Is dat die twee van net? We gaan erachter komen. Volgens mij nee, wel, is hè? Ander. Is dit een ander? Weet je het zeker?
Ja, dit is een ander. Dit is een ander, ja. Ah, jammer weer. Jammer weer. Hey, hoe lang heb je al een winkelovervalletje gedaan met gijzelaars en al? Jij dat wil doen nu. Ja, natuurlijk. Gewoon even mesjes pakken, slechte wapens, weet je. Maar wel gevaarlijk. Ik heb geen mes. Ja, ik heb er wat voor je. Ik heb een hamer voor je. Oké, okay, wij gaan het doen, ja. Ja? Oké. Okay. Ik alleen masker moet hebben. Ja, dan gaan we even... Komt goed, nee, wacht. Trouwens, doe maar niet. Fuck dat. Geen maskers, hè? Doen we niet aan. Nee, wij niet. Ik ben ook al te lang niet meer aangehouden. Ik ben echt heel lang niet meer aangehouden. Het is weer tijd om even riskant te doen. Ja, zeg tegen Bjorn zeggen dat wij winkel overvallen, ja. Dat we een winkel overval gaan doen? Ja. Oké. Dat daar de tik... Dat ze daar ons kan tikken, ja. Ja. Zullen we van auto wisselen? Nee. Nee, lelijk bad. Gaat Gerard mee of? Nou, Gerard die wil dat waarschijnlijk niet. Wat is er? Overvalletje. Maar Bjorn, neem weer niet op. We moeten even een gijzelaartje vinden. Maar dan hebben we een andere auto nodig. Ja, jij hebt toch veel maat. Bilmaatjes, ja. Bilmaatjes. Ja. Ja. Maar we hebben een gijzelaar nodig, dat is het ding. Hier, daar heb je weer agent. Wij daar achteraan gaan, ja. Ja, maar dat is niet de goede. Weet ik, maar wij achtervolging inzetten, ja. Beetje wij gaan vragen waar, wij gaan vragen waar Bjorn is, ja. Ja, we moeten weten waar de agent Bjorn is. Ja. Prima. Oh! Hier zo! Of niet? Hallo? Nee, dat, nee, is, dat niet. Is hem niet. Dat is hem niet. Dat is hem niet. Bel Piet terug. Daar recht vooruit, recht vooruit. Daar is het politieauto. Wow! Anders sta je even stil op een kruispunt. Jemig. Anders ga je even midden op een kruispunt meneer. Stilstaan. Goeiedag. Ga nou door, daar. Een melding, meneer. Volgens mij heeft u ook rood aan deze kant. Goeiedag. Oh. Volgens mij heeft u ook rood aan deze kant. Meneer. Nee, het was ja, jij ook hij staat op... nu op rood. Hij staat letterlijk nu net. Hij ging jij van oranje naar rood. Jij kruispunt, gek. Rood, meneer. Maar rijdt in ieder geval maar door, anders houden we normaal het kruispunt op. Jemig. Ja. Hier staan ze, recht door. Zijn dit ze? Ja, dit zijn ze, dit zijn ze. Niet, nee, dat zijn ze niet. Echt wel. Maar dan. Maar dan. Hallo! Nee! Hey! 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 Hey, Alexander! Hey! Hoe gaat ie? Hoe heeft hij komt? Fantastisch! Met jou, meneer! Hey, wil je iets snuiven? Wil je iets. Ik heb wel poedersuiker bij. Doe het, Mason, doe het! Ik voel het. Doe het! Oké, wij eerst even poedersuiker deel, ja? I don't know. Oké, rechtdoor. Doe het, wij even steken. Doe het. Dat is hier vlakbij. Ah, jammer dit. Nee, wij, wacht, blijf maar staan. Wij hier deal doen. Deal? Ja, hij moet poedersuik hebben, ja. Oh. Jij nog poedersuik nodig hebt of niet? Ja joh, waarom niet? Ja. Welkom allemaal bij de stream, jongens. Leuk dat er allemaal zijn. We zijn met 2700, sorry. En we hebben bijna... De 3000 euro in totaal aangetikt qua donaties voor Kika, het goede doel. Kinderkankervrij, daar staat Kika voor volgens mij. Dus kan je een eurotje kwijt, doneer het dan zeker eventjes. Elke beetje helpen oprecht. Zo meteen lees ik ze allemaal voor. We hebben echt oprecht bijna de 3000 euro aangetikt. Dat is zo lijp als we dat halen. Nou, nog steeds overvalletje. Oh ja, dat is wel. Jemig. Anders haal je even in. In de bocht. Het is geen Formule 1, jongen. Ja, hij ben een bocht nam. Jij dom dat je buitenbocht, ja. Oké, maar wie gaan we... We hebben even gewoon een simpel iemand nodig. Ik geef jou even een hamertje. Oké? Okay. Ja, ik weet wel iemand. Ja? Opa Gerard. Nee, dat... Nee. Jawel, wij dat gaan doen. Nee, dat kan niet, want dan krijg ik problemen omdat hij mijn vriend is. Nou, maar hij is niet mijn vriend. Ja, maar... Hier, heb je een hamer. Ik kan letterlijk op de kop gaan tikken met deus, ja? Wat? Dan wij geen vriend meer zijn. Nee, maar... Iemand anders dan Gerard. Weet ik veel. Jij mensen ken ik niet. Ik wil trouwens oprecht een masker op. Anders krijg ik weer dat het lukt over. Maar hebben ze me gezien. En dan krijg ik daar gezeik omdat ze me gewoon herkend hebben. Maar jij toch masker hebt op elke outfit? Of niet? Ja, meerdere ja. Dus even een outfitje aandoen. En dan even een gijzelaartje zoeken. Gijzelen. En dan helemaal top. Maar wij wel een grote auto nodig hebben dan, hè? Ja, andere auto. Hier. Is de bijt. Of wil jij geen auto switch? Nee. Oké. Okay. Ja, trouwens wel. Oké, jongens, we gaan een overvalletje doen voor mensen die het afvragen. Maar dan moet ik even een andere outfit aandoen. Opgeslagen outfit. Ik ga even een hele lelijke outfit aandoen. Een bikers outfit. Maar dan heb ik wel gewoon een onherkenbare outfit. Hallo. Vraag je tegen mij? Nee. Ik kijk je gewoon aan. Dat vind ik echt heel erg confusing. Ik kijk je gewoon aan.
Nee, we gaan even outfitje aan doen, jongens. Ik word gebeld door opa Grakt. Hey, Giri. Hey, Marcus. Hey. Hey, hebben jullie wel een vierpersoons auto? Nodig, ja. Wat dan? Oh, ja. Maar hebben jullie die? Nodig, ja. Wat dan? Jezus. Wat? Ja, ja. Idioot die op de weg. Oh. Nee, geen patat. Hey, ja. Going on. Ik heb misschien wel een vierpersoon. Wat zei je? Ik heb misschien wel een vierpersoon. Ja, heb je oprecht een vierpersoons auto? Denk het wel. Waar ben je? Of je... Ik ben bij de inbouw. Ja, dan kom ik daar nu heen, oké? Okay? Is goed. Want dan ga je meedoen net als plan. En wat is het plan? Dat is een heel leuk plan. Ja, Gerard heeft een vierpersoons voertuig. Ja, dat ben ik niet zeker. Hoor. Nee, ik neem mijn opa Gerard wel. Even kijken. Is goed, prima. Joejoe. Dan ik mezelf met haar op kop ga tikken. Joejoe. 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 Wat een lul. Maar weet je wat het is? Oh, weet je wat het plan is? Waar je opa Gerard achter gaan laat, ja? Ja, klopt. Dat dacht ik ook mee. Oh, plan mislukt. Ja, ik heb hem niet. Ik heb een motor. Ik heb geen vierpersoons voertuig. Heb jij vierpersoons voertuig, Mason? Ja, jij denkt ik heb geld, ja. We hebben even vierpersoons nodig. Dat is heel veel. Ja, ik samen elbel of zo, ja. Wat zei jij, Mason? Samen elbel. Dan waar je opa Gerard niet nodig hebt, ja. Ja, dat kan ook. Misschien samen el wel meedoen. Misschien samen el wel meedoen. Oké, prima. Dan bellen we hem. Gerard, dankjewel, oké? Joe, wat een lul is die Gerard. Ja, joh. Daarom wij hem om moeten ontvoeren, ja. Samuel. Ja, ik al aan het bel. Ja, bel jij maar. Bel jij maar. Ja. Hey, Samuel. Hallo, Samuel. What the fuck? Ik stond dat hij op opnam, maar niet opnam. What the fuck? What the fuck? Oké. Okay. Ja, we hebben even gewoon iemand, even een voertuig nodig waar we iemand in kunnen proppen. In kunnen proppen. Ja. 89%. We zijn echt ver al gekomen deze stream. Ah, echt opnemen. Al ik nog 500 euro aan donaties erbij, jongens, deze stream. 500 euro al. Of 600 zelfs al. Meer dan 600 euro aan donaties. Waarschijnlijk hij weer druk is met de zaak of zo, ja. Ja, het zal wel inderdaad. Deze auto hier, van wie is die? Van wie is die? Hallo, meneer. Meneer? Hoi. Oh, jij bent het. Hey, Rick. Oh. Hey. Kunnen wij jouw auto even lenen? Voor wat? Wij op tour gaan door Bergje. Ja, maar ik heb me eigenlijk sowieso niet genomen. What the fuck, jij scam. Geen geld. Dat is hey, Gerrie. Ik heb een briljant idee voor je. Ik zal mij al niet opnemen, ja. Je hebt een briljant idee voor? Ja, hier op Blokkenpark staat momenteel iemand loten te verkopen. Die man heeft waarschijnlijk heel veel loten in zijn busje. Ja. Als je hem nou overvalt, heb je heel veel loten. En dan hij heeft heel veel loten in zijn busje. Ja, en hoeveel loten, hoe meer geld natuurlijk. Ja, oké. Okay. Okay. Hij staat alleen de tijd al bij die bus. Ik zie het inderdaad. Oké, okay, wacht. Ik ga het even aan Mason overleggen, oké? Okay? Doei. Doei doei, dankjewel. Oké, okay, Mason, er staat hier iemand dus loten te verkopen. What the fuck die meneer daar op paalbot? Ik zag het. Hem pakken we. Alleen ja, we hebben geen auto. En belt Kane of zo? Weet veel. Maar geen idee, oprecht. Maar er staat hier iemand, kijk daar staat iemand loten te verkopen, zie je het? Roeveen loterij. Ja, maar waarom bij hard werken ondernemer pak? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Leuk. We kunnen beter zo'n kut iemand als op zijn fiets hier pakken, weet je? Of die auto kunnen we ook gelijk pakken die je ziet. Wie is dit? Hallo! Dat is wel een goeie, of niet? Ja, maar ik weet niet wie hun Tanja. Ik ook niet. Wie is dat? Hij komt bij een psychiater op ziekenhuis, ja. Ik hem ken, ja. Wat zegt u? Dat jij op ziekenhuis komt, ja. Ja, klopt. Ja, ik daar van jou ken, ja. Ah. Ja, maar jij mij niet kennen, want ik ben zo duister als maar zijn kan, ja. Nee, ik ken jou inderdaad niet. Ik zie er echt niet uit, trouwens. Nee, ik ben Mason Hunt, ja. Aangenaam. Richard. Mogen wij jouw auto even lenen? Waarom? De kutvraag. Ik geef je 200 euro borg, ja. Voor wat heb je mijn auto nodig? Dat ik niet zeg, dat is geheimpje, ja. Ah. Je mag zijn fiets al gebruiken, want ik ga er zo ook in vandoor met mijn auto. Nee, dat is gemaakt. Nee, ik moet 4 personen zetten, ja. Ah joh, weet je wat, ga je gang. Oh, we krijgen hem oprecht! Oké, wij nou een winkelval kan plegen. Let's go, makkers. Succes. Mag dat met jouw auto? Winkelval plegen? Ja, liever niet, ja. Maar ja, ik kan jullie toch niet tegenhouden. Dus. Nee, nou niet meer! Doei! Wat is dit? We hebben ook oprecht gekregen. Oké, okay, nu hoeven we alleen nog... Kijk, als hij ons gewoon volgt ofzo.
Ik ga zeggen dat we... Gaan wij echt met z'n tweeën winkeloverval doen? Ja, ik... tuurlijk joh, met hem. Meneer op de fiets! Hey, meneer! 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 Wilt u een ritje hebben? Ik heb mij kort gebeld. Oh, wil jij fietsje hebben? Niet een auto stappen, ja. Dan hoef jij niet op fietsen. Hallo? Ja, we brengen je naar de inbouw. Stap maar in. Dan mag je stappen. Hallo, ja, wie is dit? Ja, dan mag jij, ja. Ik herken het oprecht niet, gewoon. Wat kut. Oké, meneer, er staat nou een hamer op jouw hoofd. Jij komt naar buiten mag gooien, ja. Sorry. Ik hang even op Koen. Koen. Jij gaat nu je telefoon naar pot naar buiten gooien en moet ik een hamer in kop slaan, ja? Oké. Dus jij nu naar buiten gooit. Heb je al zijn spullen of wat doe je? Nee, hij nu naar buiten gaat gooien, ja? Ja, top. Ja, goed zo. Kijk eens dan. We gaan even stilstaan eerst en voel je hem nog een keer even ergens, oké? Okay? Nee, hoeft niet. Weet je het zeker? Ja. Maar ik heb nog geen bezittingen. Nee, daarom. Okay. Heb je ook zijn mobieltje afgepakt of uit de buiten? Ja, alles ligt buiten. Ik heb uit het raam moeten gooien. Nou, top, goed zo. Hoe heet je? Jacco. Jan. Sowieso was het Jan, hè? Jacco. Ja, Jacco. Oké, Jacco. Ja, kut. Als je niks doet, dan gaat er niks gebeuren. Sander, ja. Sander, hè? Kut, Sander, jongen. Ja, ik herinner het gewoon niet. Ja, mag ik dan wel naar de inbound? Maar er was ook heel veel erin gepraat. Nee, wij naar de winkel gaan, ja, dommerd. Ja, wat wil je doen? Maar daarna. Deze boven in de stad, ja. Oké, prima. Gaan wij gewoon deze pakken, ja? Sander, jongen, lul dat je eigenlijk bent. Ik herken die stem niet, maar er is zoveel erin gepraat. Als gepakt wordt, dan hij die andere vent gepakt wordt. Dan? Ja, wij geen VTA krijgen, hou je wel. Ja, oké. Okay. Wij deze pakken, ja. Maar wat gaat er allemaal gebeuren? Nee, bijna. Ja, je gaat dadelijk mond houden en op je knieën in de winkel zitten, ja? Ja, meelopen met meisjes. Ik moet niet aan mijn maar. Oké. Meelopen. Yes. Parkeer de auto even goed. Ja. Oké, meneer, dan mag je hier vol balie op knie gaan zitten, ja? Hier. Zo. En of wij hem even parkeren, de auto. Hier zo. Handen in de lucht, ja. Even op je knieën, handen in de lucht. Zal ik hem starten? Hoe werkt ik start het eigenlijk? Hem al. Ja, ik start hem al. Kom maar. Ik hoop dat hij het doet eigenlijk, want anders staan we flink de lucht. Altijd dat er geen geld meer over is, hè. Altijd. Ja, wacht. Weet je, bel Bjorn wel. Bel Bjorn, ja. Oké, dan doen we hem op een andere manier, inderdaad. Doe maar even A-sit, ja. Jij, op kniet. A-sit. Ja, goed zo. Hij is weer in gesprek, die Bjorn. Ik snap het niet. Bel, heb je geen andere agent? Jawel, maar die zijn... Dan gewoon 1-2 melding maken, ja? Ja, 1-2 melding. Helemaal prima. Dan wij wit geld krijgen van politie, ja? Doen we dat. Kut, sorry, wacht. Ja, voor jou, ja. Nee. Nee, bij jou geen 1-1-2, jongens. We gaan 1-1-2 bellen. Gek. Politie. Winkel. Hey, overval. Wij kunnen ook zijn loot attempt pakken. Plus. Ook graag. Oh ja, goeie. Ja, goeie, doe pakken. Leven, ja? Rode zon. Winkel overgaande en ja. Volgens mij hebben ze een gijzelaar. Dankjewel meneer. Kom nou, snel helpen. Ik durf de winkel niet in. Alsof ik een bijstander ben. Winkel, melding is gemaakt. Oh. Ah, je hebt schoenen genakt. Lekker man. Heb je nog meer of iets toevallig? Rode wat mooi is. Rode zon, dat altijd hey, geld trek je riem maar ook even uit. Maar dat is maar een Louis-riem. Ja, gewoon geef, gek. Gewoon geven. En of we nog maar 300 euro donatie moeten, jongens, dat kunnen we. Top. Goed zo. Maar ik heb heel veel pijn. Oké, okay, ik hoop dat politie komt, ja. Anders wij gewoon... Vast wel. Vast wel. Hoeveel gaan we eisen? Waar je 5000 krijgt, ja. 5000 totaal, priem. Ja, dat priem, 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 normaal waar je ook uit dit krijgt, ja. Ja, oké, okay, daarom. Ik ga kijken of kluis kraken, ja? Was dit dan wel een goede locatie? Ik... Gewoon een winkel, waarom konden we niet gewoon iets anders kiezen? Nee, wij gewoon winkel pakken, ja. Ja, oké. Okay. Misschien heb jij geen andere agent in telefoon staan? Nee, niet die in de stad zijn. Nee, niet die... Toevallig in. Ik kan nog een keer Bjorn proberen te bellen. Ja, volgens mij heeft hij zijn telefoon uitstaan gewoon. Oké, okay, ik wil even iemand bellen, ja. Ja. Oké, okay, jongens, we doen een gijzeling. Met deze gast.
Die heet Jacco, heet die. We hebben hem gegijzeld. Ga kijken of we los geld voor hem kunnen krijgen. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk. Hey, Danny. Oké. Meneer, waarom jij staat, gek? Blijf je zitten, hè? Ja, maar dat gebeurt wel eens. Zeg ze allemaal. Nou, ik hoop dat ze maar komen. Ik kom even... Anders jij Bjorn nog. Oh, ja. Er is een agent. Er is een agent. Ik hoop dat hij hiervoor komt. Ja. Die ja. Weet dat hij komt. En of course. Kijk jongens, de agent is ter plaatse. Ja. 2 van de 2 is inmiddels ter plaatse bij de winkeloverval. Hey! Wat zeg je? Hallo! Een verbandje. Verbandje! Heb ik niet, man. Oh. Ja, 2 van de 2, we hebben Mason Hunt aangetroffen. Hallo, ik ben Mason Hunt. Mason Hunt, jongen, hallo. Hallo, ik ben Mason Hunt. Hey, wat had je gewild? Alex, wacht even. Ik lust wel pizza. Pizza. Met salami. Ja, doe maar dubbel pepperoni voor mij. Dubbel pepperoni, 2 keer van de Domino's, ja. Oké. Wij hebben daar iemand wachten. Op kniezen. Alex, ja? Kom even frequentie 1 en wacht. Ik zit in frequentie 2. Nee, frequentie 1 en dan. Meneer, wat jij opstaat? Ja, je heeft een aanval af en toe. Wij willen dat ook eisen een verbandje voor onze gegijzelden. Ja, als u een momentje heeft, we zijn een beetje onderbemand. Dus ik wacht even, want dan kunnen we ook al eisen. Maar ja, prima. Ik wil wel een verbandje nu hebben, anders onze gijzelaar. Nou, daar bij de winkel kan je verbandje. Nee, dat kan niet, die is uitverkocht hier. Oké, dan ik kan niet helpen. Dan die zijn uitverkocht. Oké, dan hij dood gaat. Ja, dan gaat hij dood. Nee, joh. Ik kan hem niet. Ik zou dat niet doen. Wat ja, dan hebben we een verbandje nodig. Dood maken. Ja, en ik heb er geen bij me, maar ik kan wel ambulance even inlichten. Je mag dan hier naar binnen komen. Ja, maar dan ja ik ga de ambulance inlichten. Wat gaat er gebeuren? Nee, zo dat niet werkt. Maar dan moeten verdachten naar buiten. Welke dat gaan we niet doen. Wij zijn verdachten. Nee. Alex, laat mij maar. Alex, laat mij maar. Mannen, ik licht nu even de ambulance in en dan wachten we gewoon op hun aankomst. Ja. Prima. Prima. Prima, jongens. Ben je nog wakker? Gaat het nog met je? Ik heb pijn. Je hebt pijn. Ik heb heel veel pijn. Je hebt heel veel pijn. Dat is trouwens niet onze auto. Aan mijn linkerarm van het vallen met linkerarm. Oké. Deze hebben wij geleend, ja. Oké, ik kan vanaf hier heel lastig oordelen wat zijn wonden zijn. Hij heeft pijn aan zijn linkerarm. Wat zei u? Pijn aan zijn linkerarm. Oké, zou je kunnen kijken waarom hij pijn heeft daar? Ja, kom maar. Zo seksueel zijn. Eentje. Ja, kom maar. Als jij gek doet, ik hamer op mijn achterhoofd tik, ja? Is me. Uit mes. Ja, maar ik ben gewoon gevallen met de fiets. Nee, of hij. Kom maar hoor. Kijk, ik ga niet naar binnen komen. Je gaat niet naar binnen? Oh, laat maar dan. Nou, dan doen wij niks gek. Ik kan hem mijn arm laten zien. Laat je arm zien. Nee. Ja, je kan kijken van hier. Eenheid, misschien meerdere richting de winkelover. Donatus, ga ik zo doen, jongens. Komt helemaal goed. Boven het centrale bank. Hey, blijf zitten. Blijf zitten. Kijk mijn arm. Maat, blijf zitten. Oh, je wilt toch niet dood, of wel? Maar hij zei dat ik mijn arm moest laten. Ja, maar blijf maar gewoon even zitten. Meuzen helemaal gek wordt. Niet helemaal luisteren. Meuzen het wel voor u. Meuzen helemaal gek wordt, ja. Meuzen wordt helemaal gek. Gek, meneer Hunt. Ah, meneer Hunt. Doe rustig aan, joh. Ik wil pizza, ja. Als het niet opschiet, dan sloopt die hele winkel hier. Dubbel pepperoni, 2 keer. Ik zal zo vragen dat een eenheidje pizza mee kan brengen. Twee dubbel pepperoni, 2 pizza's. Dat we die pizza kunnen meebrengen, dat is van Domino's. Gijzelaars over. Domino's. Wel dubbel pepperoni, 2 keer, ja. Ja. Gaat op een stuk maken. Pepperoni van de Domino's over. 2 maal. 2 keer. Niet 1 keer, 2 keer, ja. Hoor jij mij in de porto, Alex? Ja, gaan we even zitten weer. Ga geld opeisen. Ja, dat komen we zo, jongens. Dat geld komen we zo op. Komt geen zorgen. We hebben 522 abonnees trouwens. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker even. We maken er misschien even 600 van. Kijk hoe ver we komen. Jongens, kleine moeite. Abonneer zeker ook even. Je hebt hem, Mason. We hebben hem! We hebben hem patatet. Ik patatet. Moment. Alex, hou eens even in de gaten. Ik ga de winkel stuk maken hoor, duurt me te lang. Ja! Ja, dat is jou goed te zien. Hier, alles gaat kapot. Okay, alles gaat kapot. Of u me zou kunnen nachecken. Ik heb al zo lang geen winkeloverval gelaten, zo dommig eigenlijk ook. Oprecht. Ja, zet hem maar oh, hier nee, ik niet naar buiten wil lopen. Nee, blijf binnen. En er is een situatie. Ja. Dus moet even. Is het lekker warm of niet?
Ja. Ik heb het zo warm, jongens, hier. Het is, in mijn kamer is het zo ontzettend warm. Het is zo ontzettend warm. Ik ben zo meteen echt de lul, ja, dat klopt. Ik ben oprecht de lul, zo. Ja, we wachten even op de meerdere agenten, jongens. Dat is letterlijk waar we op wachten. Ja, op meerdere agenten. Ja, ja. Van een vriend? Ja. Ah, één iemand. Frits. Ja, ik ga het vragen. We wachten even. 4201. Kijk, daar heb je al meerdere agenten. Weet je wat ik wil? Ook nog wil, Damsko? Ja? Zeg eens. Ik wil Bjorn Kuiper en Timon die jij hier ook hebt, ja? Ja, komt er nog. Die moeten, ja, die moeten. Ik ga naar 206 over. Ja. Allemaal hierheen. Ja, het zal aan u liggen, maar de gijzelaars willen u hier nu hebben, over. En of we hem hier willen hebben. Ja. Dan kan ik net zo goed mijn helm ook afdoen. Dan kan ik net zo goed mijn helm afdoen. Bjorn Kuipers. Nee, hoeft niet. Ja, maar ik word toch geen kind. Hier en nu hebben, over. Hoeft niet. Oké. Okay. Onopvallend bent je. Ja. Ja, oké. Okay. U snapt het bij de hand. Komen. Gaat de Amber nog komen of wat? Ja, hij staat hier alleen. Ik snap ook wel dat hij het niet zo prettig vindt als er zo een hamer en een mes achter zijn rug zitten. Nee, ben niet zo. Chef Kessels. Nee. Ja, kom dan lekker naar binnen. Okay. Kom maar hoor. Mensen. Nee, rustig doen. Ik heb het mes hier, dus als je iets gek doet. U heeft de pizza. Nee, maar ik vind die heel dichtbij, dat mes. Ja. Nou, dan heb je pech. Laat hem maar naar binnen komen hoor. Ja, nee. Ik hou hem vast. Mannen. Ja. Bericht over. Nogmaals, het is de bank. Of zo, de winkel boven de centrale bank. Over. Jezus, volgens mij heeft de port een probleem. 201, ligt het aan mij of is de port weer helemaal naar de graf tegen? Gaat goed, hè, heren? Zo, tel jij even soepel. Een beetje op nee, de port is... Gaat soepel. Goedemorgen, goedemorgen. Wat goed dit. Zo. Ambulancier, die mag naar binnen komen, maar... Ja. Als jullie ergens op een afstandje gaan staan... Nee. En Pinky zweer... Ja, nou, Pinky zweer dat jullie hem niks aandoen. Nee, maar waarom zouden die ambulance hier iets aandoen? Alsof we dan vertrouwen winnen. Ja, kom maar hoor. Kom maar. Chef Kessels. Kom maar, Chef Kessels. Ja, Chef Kessels gaat dan naar binnen. Jullie doen één ding verkeerd en jullie weten hoe dat afloopt. Ja. Natuurlijk. Doe die wapens maar gewoon weg. Wij gaan niks... Waarom pakken wij ook? Nee, zo werkt dat niet. Gek, ik weet niet wie jij bent, maar jij bent nieuweling zeker. Hey, Chefke. Meneer Hunt, een beetje normaal doen tegen mijn broer. Het is Chefke helemaal niet. Ja, nieuweling zeker. Het is Chef helemaal niet dit. Ik tel inderdaad één streep. Heeft u goed gezien. Dat hoor ik al. Gefeliciteerd. Gek. Wilt u nu het taart? Oh nee, wacht. Dubbel Peroni was het toch? Ja, twee keer hè. Ja, als u die ambulanceer niks aandoet en u helemaal rustig blijft, dan krijgt u inderdaad de dubbel Peroni twee maal. En Danny, wanneer kom jij van Zodiac dan? Gaan we even een vuurgevecht houden op... Ja, en Bjorn. Moet Bjorn hem bezorgen? Hoe heet het? Caio Perico. Gaan we een vuurgevecht houden. Even zonder politie. Een incident afhandelen. Ja, en hij nog de tikker is, ja. Ik had hem daar net getikt en nou hij tikker is, ja. Salazar, ja, dat heb je, weet je ook alweer? Je hebt Sarazal, maar hij heet Salazar. Ja, toch? Ja, dat is leuk. Heb je die film heb je wel eens gezien, toch? We hebben ze allemaal gezien, toch? Maar ik ben vergeten wie het is. Niet samen. Naast van je moeder. Nee, we hebben nooit die gezien. Alles gezien? Nee, die hebben we niet gezien. We hebben elke gezien boven ik die. Denk dat bang die heb ik in de bioscoop gezien toen, dat vond ik heel leuk. Bijna tijd. Ik heb ja, ja, die komt eraan. U wilt het toch door Bjorn krijgen? Van Bjorn. Heb je die film wel eens gezien toch? Ja, ja, je weet hoe Jalla Jalla, maar je weet hoe het is met Bjorn. Ik kan niet rijden. Jalla Jalla! En de andere niet. Hij wordt boos! Jullie moeten opschieten! Oprecht! Hij sloopt de hele winkel zo! Oh, dat is ze. Oké, zij kennen mijn stem. Kut. Jalla jalla, tempo met pizza, ja? Hallo! Dus. Ja, hij is er. Oké, meneer, kunt u even antwoorden op mijn woord? Bjorn, Frits heeft de dubbel pepperoni twee maal in zijn auto. En ze willen dat jij hem aan hem geeft. Aan hem geeft? Ja, dan weet ik al wat er gaat gebeuren. Dan loop ik daar binnen en heb ik een mes in mijn nek. Nee, ik heb toch geen mes, heb je? Ja, nou, hij zet hem hier voor de deur, met alle liefde. Wie is die andere gozer eigenlijk? Niemand! Nee, Bjorn, is dit die gozer van die Lambo? Ja jongen, dit zijn die makkers van plakkers en die andere... bla 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 bla, ik pizza wil, ja. Ja bla bla bla, chocoladevla, wat wil je geen bewijs dat ik ben. Ja, pizza, ja. Geen bewijs dat ik ben. Kijk eens, ik leg de pizza zo hier neer. Hij heeft geen bewijs dat ik ben. Waar jij neerdacht, ik niks. Sinds je geboorte heb je handjes. Dan moet je hoog open doen. Best gebruiken. Waarom jij je beide handen gaat doen? Ik in de winkel voice, ik ken mijn stem anders. Ik
zou zeker niet zeggen. Dat is een hele intimiderende stem. Die andere vent, ja. Gaan jullie nog wat doen? Oh, nou? We zijn echt letterlijk met de winkeloverval bezig. Oh, die mogen pakken, oké. Okay. Ja hoor, die met die helm mag helemaal de getter in slaan. Nee, meneer op grond, ja. Oh, ja, zeg maar... dat dan. Jongens, laat even de zaak komen. Geef die dubbel pepperoni af, dan kunnen ze die opsmikken. Nee, dat zijn lekkere zaken. Terwijl de ambulancier bezig is met de beste keer. Ja, ik ben klaar. Kan je nog pizza krijgen of wat? Natuurlijk. Nou, schrijf door. Ik krijg dat hoor. Schrijf onder door, ja. Daar. Ja? Ik ben maar klaar. Maar even concreet recht. Als je één ding doet, heb je mes in je keel, hè? Dat weet je. Ik help je op. Ja, ik doe niks. Die pizza dubbel pepperoni. We willen alleen nog meer pepperoni. Ik denk maar dan onderdoor, ja? Niet doen! Wat ik daar hoorde? Dat was voor andere redenen. Dit is de vrouw maar van even, wat willen jullie op dit moment van ons? Pizza, ja? Ja, die hebben jullie. Ja, die pak aan, plakkers, niet makkers. Oh mijn ja? God. Okay, pizza. Maar even, wat willen jullie van ons? Ja, wat is jouw naam ook alweer? Mijn naam is Bjorn Kuipers. Oh, ik dacht Bjorn Ruiter, ja. Ja, nou, net heb ik pizza? Ja, nou ja, en ik waarom ben jij niet... ben jij familie met Indo Kuipers, ja? Nee, gelukkig niet. Oké, dat is goed. Meneer, waarom jij zo gek Turkbril op heb je? Oh, de ambulancier is klaar. Ja. Maar even, wat willen jullie? Meneer, nee, eerst op mijn vraag antwoord, ja. Nee, we gaan even nu ter zake. Als jullie iets willen, moeten jullie wel even wat vertellen. Waarom maak je toch een bril op, heb je? Regelen. Daar ben ik hier nog benot. Nou, weet je, weet je wat ik wil? Nou? Ik wil ook nog wat Ranja hebben, ja. Oh mijn god, hij wil Ranja! En hij wil Ranja! Kijk hoeveel Ranja erin. Hey, we zitten op de 90%, jongens. Dank je wel allemaal voor het doneren. Nog 10%. We gaan niet heen en weer blijven rijden voor nog 10%. Nou, doe maar een lekker sausje. Ik lust ook saus op pizza. Ja, saus staat ook achter je. Nee, dan ben ik aan het stil. Ja, dat is niet de bedoeling. Nou. Dan ben ik aan het stil. Dat is niet de bedoeling. Ja, jullie moeten het maar geven, ja. Nee, we gaan helemaal niks geven. Waarom niet? Dan ben ik toch aan het stil dan ik fout maak. Ja, nou, ik zeg dat jij dat nu mag pakken, dus dan krijg je het van ons. Oké. Dus, volgende ijs. Want dat gaat een half uur te lang duren. Ik heb nog wat meer te doen vanavond. Oh ja, nou je vrouwtje zeker. Meeste jongen. Of ben je met die Turkbril, ja. Beetje kaartpieren, ja. Ja, hey, even. Ja. Jij een beetje moe van mij wordt, agent. Ja. Jij een lange dag hebt, of wat? Dus. Ja, dan kan je naar achter lopen. Ik hou even mijn wapen in mijn hand. Dan doe jij even het mes weg. Wat? Wat dan? Als je hamer weg doet en die andere je maatje zijn mes weg, doe ik mijn wapen in mijn hand. We gaan eerst even terug de zaken nou, want... Nee, wacht nou, even. Als jij iets doet, ik word gebeld, ja. Als jij iets doet, ga je ze link daar dood. Ja, nee, duidelijk. Hallo, ik ben even druk boven bank. Winkel, ja. Bij de winkel boven Centraal Bank, ja. Ja, kom zal ik 300 doneren? Doe dan. Is chaotisch, ja. Agent, moeilijk dag maken, ja. Tot zo, ja. Oké. Okay. Heeft die andere beste man zijn mes al weggedaan? Want dat doe ik maar terug in Molster. Oké, dan hou ik hem ook gewoon even vast. Ja, dat mag hij, ja. Oké, okay, ik zie dat hij weg doet. Top. Nu jij even je hamertje nog weg. Hey, doe even een mes terugpakken, ja. Nee, gaan we niet doen. Als jullie hier nog enigszins willen wegkomen, zou ik nu al even mee gaan werken, anders gaan we het anders meneer, doen. Meneer, blijf van die band af, ja? Als wij band terug gaan... Even. Jij gaat ik nu ben vertellen wat je wilt, komen. We gaan niet langer dan 5 minuten maken, of dan ben ik er klaar mee. Heel simpel. Oh, wat dan? Ga je mij dan doodschieten voor niks? Alleen omdat ik een beetje aan het praten ben, ja. Kom maar even mee, ik neem je even mee naar achter. Ik verwacht dat jullie een vrije doorgang willen. Kijk, daar is mesje weer. Kom maar even mee. Ja. Achter, okay, loop maar even achter. Hey, ja. Ik verwacht dat jullie een vrije doorgang willen. Nou, ik wil die bus... Ga maar even hier zitten. Ga maar even op je knieën weer. Het is al de 13e. De 13e wat? Dat ik wel, blijf jij mee? Dag van de maand. Oh, dan ben je inderdaad. Meneer Hunt, u wilde toch Ranja? Niet meer. Als ze iets gek doen, dan maak ik hem dood. Steek ik hem neer, dan steek ik hem gewoon in zijn nek. Dan is hij dood! Dan gaat hij dood! Is dat er een Rick? Nee, dit is geen Rick, jongens. Dit is iemand anders. Geen David, dit is Jacco, heet hij. Nou, dit gaan wij zo wel doen, man. Ja.
Even kijken. Even kijken. Meneer, ik tab in kosloop, ja. Als ze één gek ding doen, dan steek ik die man letterlijk dood. Dan steek ik hem letterlijk dood. Zo. Wij nog even wachten. Ja. Ja, dank je. Even kijken wat ze van plan zijn. Even kijken wat ze van plan zijn. Die zijn even kijken dat ze kluis open kan krijgen. 2800 man in de stad. Ja, leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Welkom allemaal bij het livestream. Als je nog niet bent geabonneerd, doe dat zeker even. Like ook even. We hebben 1300 likes. Kunnen we waarschijnlijk al 2000 van maken. Kunnen we waarschijnlijk al 2000. En we zijn geld op aan het halen voor Kika. Kika ken je niet. Het is een stichting voor kinderen met kanker. Dus kan je wat kwijt. Kan je een eurotje kwijt. Doneren dat zeker. Ik ga zo meteen lekker alle donaties voorlezen. Komt helemaal goed, jongens. Ik wil die 3000 euro. 300.000. Ik wil die 3000 euro aantikken deze stream. Ja. En dan gaan we gewoon voor. Dan gaan we gewoon voor. Ja, jij weet. 90% zitten we over, nog maar 10%. Dus kan je het eventjes kwijt, doe het dan zeker, jongens. Kom op, kleine moeite linkje in de beschrijving. En dan kunnen we het met z'n allen. Bijna 3000 man, kijk mee. Dat kunnen we wel halen. En of we dat kunnen halen. Nou, dan doen we even een star battle, ja. Ja. Oké, loop maar weer even mee. Ga maar in de ingang zitten hier, van die deur. Ik oké. Ja. Ik knipper, hè? Anders jij bent af. Iets voorbij. Iets verder. Maar iets verder. Nog. Hier, ja. Dus meneer, hoe het dag gaat? Goed hoor. Vannacht de banken geslapen zeker. Wat zei je? Heb je vannacht op de bank geslapen zeker? Jij zo chagrijnig bent. Ja. Ja. Dus, oké. En nu? De persoon zit hier, zie ik. Jullie twee staan voor in de winkel. Ja. Ja, je dat wilde toch? Ja? Ja. En wanneer willen jullie weg? Nou, ik nog even pizza ga eten. Oké. En nog even pizza ga eten. Wat? Nee, wij dadelijk moet vlucht van jullie, ja. Wij blijkbaar fouten, ja. Oké. Dus ik eerst even pizza gaan eten, ja. Eens even kijken. Dit is verkeerde pizza, ik kan zien, ja? Ik nieuwe pizza wil. Nee, is goeie. Nee, is niet goed. Kijk hoor. Oké. Okay. Zijn geen... Zullen we een nieuwe pizza voor je gaan halen? Ja, doe dat maar, oh, ja. God. Zolang dat niet gebeurt, ik hier wacht, ja. Oh mijn god. Moeten wij dat even gaan doen? Ja. Ik heb het gevoel dat er nog meer gaat gebeuren. Ja, is goed. Gaan we even jalle jalle pizza halen. Jalle 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 tempo, ja. Nog meer gaat gebeuren. Meneer, hoe het trouwens gaat met de neus? Ik heb echt het gevoel alsof er meer agenten gaan zijn ofzo. Mijn neus gaat goed. Ja? Gaat met jouw kapsel. Ja, fantastisch. Wat vind jij ervan? Ik wist niet dat mollen boven de grond leven. Oké, jij grappig mollen boven de grond leven. Jij bent grappigste van Bingo Club zeker? Ja. En van de tennisclub. Nee, je niet. Jij doet tennis? Mm-hmm. Tennis is voor... Is voor kakkers, hè? Ja. Nou, zeg ook gewoon gaan praten, jongens, want ja. Anders duurt het zo lang. Mason is van street, ja. Weet je wat? Ik ga ook gewoon praten. Ja, snap. Oké. Okay. Wat is er aan de hand? Goedendag, Björn Pietzoveen. Hey, ja. Mede collega. Jij nog ding wil of wat? Nee. Ja. Hebben we alles besproken? Uh-huh. Ja, er gaat nog nieuwe pizza gehaald worden. Zijn verkeerde pizza. Oké, ja, ik ben even bij een andere melding, maar ik zal doorgeven aan iedereen. Oké. Er komen nieuwe pizza's aan. Okay. Waar zijn de rest van de agenten? Ja, eentje, twee in de bus. Oh, okay. Hey joh! Oh, mijn god. De 4206 werd zojuist gebeld door Guus Mail. Die gaf aan dat hij is beschoten door Edward Nigma. Zijn man zou lekker geschoten zijn. Schrik me rot. Op de locatie waar net geschoten is over. Meneer, jij mag in het middenpad gaan zitten, ja? Meneer, waarom jij schiet op mij, ja? Ja, mijn telefoon maakt even raar geluid. Ah, oké. Okay. Ja, dan mag het. Volgens mij stond er een YouTube-filmpje open ofzo. Dan ben je niet. Ja, hey, we hebben alles al geregeld. Hè? Is alles al geregeld, of? Ja, er komt nou een nieuwe pizza. Auw. Negatief. Kun je even mij allemaal voor? Het begint een beetje warm te worden. Hé, hey, jij ook hier? Hey! Ik niet wist jij hier was. Toevallig. Sinds wanneer jij hier al bent? Ja, ik kom hier net aan en ik ben ook een van de gijzelaars. Dat meen je niet. Help! Meneer, ik word overmeesterd, ja. Nee, maar voor jou,
We hebben nu een goede pizza's deze keer? Ja. En ja. Goede pizza, ja. Goede pizza. Kijk. Ik leg het even op de mat. Ja, leg maar neer, ja. Top. Nee. Hé hey, joh! Lief. Anders loop je die hele deur even. Eens even kijken. Oh nee hoor. Ja, wil jij een stukje, Jacco? Hou je van pizza? Nou, ik hou wel van pizza. Heb je pech? Want je krijgt geen pizza. Ga je alles zelf eten? Ja, oh man. Oké. En dan nu? We hebben pizza, is die goed? Mason, tevreden? Oh, ja, deze is prima, ja. Tevreden? Ja. Oké, dan wil ik de zaken komen, denk ik. Is het tijd om de zaken te komen, Mason? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het tijd is voor geld, hè? Ja, geld. Hoe kan dat het ook anders? Het belangrijkste geest, ja. Hoe kan het ook anders? Ja. Meneer, ik ook geld wil, ja. Geld? Ja, geld, ja. Ik kan een vrije doorgang krijgen en dan blijft het bij. Nou, dan ik gaat hij dood. Ik wil flappen zien. Dan gaat hij dood, ja. En draai hier zijn nek om. Je gaat niet alles krijgen wat je wilt. Heel simpel. Ja, dan krijgen jullie ook geen... wat is dit, hoe heet je? Dan krijgen jullie ook geen Jacco. Althans niet met de rechte nek. Stemband. Hij moet even wat harder praten, stemband, ja. Oké, sorry. Dan krijgen jullie ook geen... Jacco, met de rechte nek in ieder geval. Bericht. Oh. Ja, dus dat wij gaan doen, ja. Hoeveel geld wou ik weer beeld, ja. Wat zeg je allemaal? Ja, ik praat toch niet tegen jou, man, gek. 5000. Hoeveel geld? 5000 euro's. Ja. 2,5. 5000 en niet meer. Ga niet onderhandelen hier. 3500, ja. Oh mijn god. Maar even, hè. Jullie hebben... Hebben jullie al een buit van deze winkel überhaupt, of wat is jullie bedoeling hiervan? Zien wij eruit alsof wij buiten hebben, ja? Ik misschien wel even kan proberen. Nou, trouwens, plakken als jij eens doen. Prima. Misschien inmiddels al geld in laatje, ja? Nee. Nee, dan wij 3500 euro willen, ja? Laatje is leeg. Ja, het laadje is leeg, jongens, dus ze moeten maar op deze manier geld krijgen. Jalla, jalla. Dan moeten we maar op deze manier geld krijgen. Steek of Mason gaat dood. Mason, niet alle tijd van wereld heb. Zeg dat de agent ook even moet schreeuwen. Ja, maar ze praat helemaal niet. Oh. Ze worden helemaal stil van mij. Ik krijg het zelf niet helemaal mee. Wat had je nou nog gewild? 3500 euro, ja. Ja, zoals ik net al vermeldde, volgens mij, dit is niet mogelijk om alles te krijgen. Je kan een vrije doorgang krijgen. Ja, ja. Ik nu met aspirant praat. Volgende. Nou, hebben we met mij te doen. Hoezo? Heeft die andere opgegeven? Homo. Homo, je mag even een grote mond houden. Hij kan niet meer handelen. Homo, hij kan niet meer handelen dat ik aan het praat ben, ja. Heel goed. Hey, Okay. Dus 3500 euro in de rugzak, ja? Ja, en wat wil je nog meer dan? Dat is het. Vrije doorgang. Dat is het. Oh, vrije doorgang ook. En die bus moet aan de kant, ja? Ja, hey, je vraagt nu al drie dingen. Bus aan de kant, vrije doorgang. Ja, hey, lullo, er ligt hier een man met zijn leven op het spel. Wat denk je? Ja, maar even. Kan je wel lekker bij de hand gaan doen als een of andere bedweter? Maar wat nou als wij hem door zijn nek steken? Is burger dood. Meneer de Gijslaar, ik voel me veilig bij u dan bij zo'n agent eigenlijk. Ja? Wat zeg je? Dat ik me veilig gevoel bij jou dan bij die agent. Dat meen je? Ze geven het niet eens om me. Nou, ik krijg net te horen dat hij me veilig voelt bij mij. Dat de Gijslaar zich veiliger voelt dan bij jullie. Oh, nou ja. Dan is dat geld niet nodig, denk ik. Oh, kut! Ik per ongeluk jou slaan. Oh, dat is foutje. Sorry, foutje in mijn hoofd. Nee. Nou, jij als wel weer tikken ben, ja? Zo, nou helemaal goed kunnen praten. Oké, wij naar buiten wil, ja? Nu. Nee jongen, geld eerst. Je wilt naar buiten? We willen het geld. Nee, die twee agenten nu weg zijn. Kom, opstaan. Oh. Ja, wij gaan nu naar buiten, ja? Oh mijn god, dan meen je. Aan de kant, kom plakkers. En het geld dan? 3, 2, 1, rennen, kom. Oh mijn god, nee, je meen je. Rennen. Jij rijdt. Nee, ik kan niet rijden. Kom, rennen. Jongen, we gaan dood. Kijk, er is nog een agent bijgekomen. Wat denk je? Rennen. Dat red je niet. Dat red je oprecht niet. Dat red je niet.
Neem Gijsla mee. Kom, opstaan. Opstaan. Wacht. Marcus, jij rijdt. Slash. Kom. Wachten. Marcus, instap. Ja, prima. Kom, stap, loop maar. Nee. Ja, kan mijn mes op je keel? Ik heb mes op je keel. Andere kant van de auto. Oh, even dicht bij me blijven. Ja, instap maar in, Marcus. Stap maar in. Die lullo gaat mee. Oh nee. Die lullo gaat mee. Als ze iets doen, dan gaat die lullo dood. Eigenlijk had je achterin moeten stappen. Maar ik wil niet dood. Dan heb je pech. Dan heb je oprecht pech. Doe gordel vast, gek. Ja, doe je gordel vast. Kijk, nou weet je actie heb je. Ja. Ja, het enige is jullie hele avond. Ja, wat? Maar wij lekkere pizza hebben. Is dit wat jullie willen? Actie? Ja. Kik je op, hè? Oh jee. Dan kik je op, hè? En of even een leuk misschien plekje wij moeten stoppen, hij stopteken aan hebt. Oh, hij heeft zijn stopteken aan, ja. Dat gaat vast helpen. Dat gaat oprecht vast helpen. Laten we even rustig doen. Even kijken wat ze willen. Hoeveel zijn misschien er? Drie, heel langzaam. Vier. Vier? Gaat heel langzaam rijden, echt gewoon heel langzaam. Gewoon 20 km per uur, ja. Wacht, nee, maar dan gaan ze spitten of inboxen. Nee, dan gaan ze inboxen, jawel. Dat krijg je sowieso. Dan gaan ze inboxen. Zijn er ook echt veel te veel. We hebben die gijzeraar nog achterin, hè. Ja. Goed zo. Au. Ja, kijk, zullen we even kijken wie er op blokkenpark zijn? Kijk, gaan we even gedacht zeggen met iedereen. Parade hier, jongen. Oké, laten we even kijken hoe we wat kunnen. Wij een beetje dom zijn geweest, ja. Ja, jongen, maar jij had geen geduld voor het geld, of? Nee, maar kijk, weet je wat dit was? We gingen lopen en daarna de politie inval kwam, ja? Ja, oké, dat geloof ik wel. Waar je daar veel zo lang was, ja? Mhm. We moeten eigenlijk even een andere locatie, andere gasten opzoeken. Dat zou top zijn. Als we nog even andere gasten opzoeken. Ja, maar wij hebben deze persoon nog vast, ja? Ja, daarom. We zitten wel goed met die persoon. Wow! Jemig! Jemig! Au. Oké, houd hamer op z'n hoofd. Ik hou die hamer op zijn kop, ja. Ja. Hey. Meneer? Wat is nou plannen, Marcus? Ja, dat ze moeten oprotten. Uitstappen met die andere man. Nee. Ja, er is een hamer op zijn hoofd gericht. Hamer op zijn hoofd gericht. Ja, heel leuk. Handen omhoog nu. Hoezo heel leuk? Handen omhoog. Ja, je rot maar op. Hamer op zijn kop gericht. Hamer op zijn kop gericht, meneer. Gaat snel door zijn schedel. Handen laten zien. Hey, lul! Er gaat een... Oh mijn god. Zijn deze agenten incapabel of ligt er mij? Ja, deze zijn heel incapabel, ja. Misschien ga je even radio opzetten. Moest die ramen naar beneden? Ook de achterste ramen. Je kan geen kant op, jongen. Handen laten zien. Ja, of jullie gaan aan de kant. Of die bus gaat aan de kant. En jullie laten ons gewoon doorrijden. Weet je wat, Marcus, weet je wat idee is? Hij zit achter jou, ja? Jij uitstapt met mes op kill, ja? En dan? Ja, dan wij wegkomen. Ja, geloof me, deze man, ja? Uitstappen nu, handen laten zien. Hé, jij hebt het even niet voor het zeggen hier, lul. Hier, lekker voor. Hier, hij wordt aangereden. Naar beneden. Ik wil zicht hebben. Ja, je moeder wil ook zicht hebben op mij, ja. Geen bij de hand. Ik heb toch niet over hem gevraagd. Er staan hier vier vuurwapens op je gericht. Hier. Meewerken. Jongen, als jullie nou even meewerken. Doet die achterste ramen naar beneden, dat is toch niet zo lastig? Hoezo? Omdat ik het zeg. Nee, heel nou, omdat je het zegt. Heel dat paneel is kapot, man, gek. Wat wil je nou omdat je het zegt? Wat denk jij nou weer? Knakworst. Tuch. Heel dat paneel kapot, man, gek. Stap even naar de Audi A6 toe in verband met de vuurlijn ook. Als het busje even aan de kant kan. Nee, gaan we niet doen. Uitstappen nu. Doen. Handen laten zien. Hé, hey, er zit nog steeds een hamer op zijn kop, hè? Er staat nog steeds een hamer op zijn kop, hè? Als je die banden kapot schiet, dan gaat een hamer door zijn kop. Dus nooit steek ik dat mes door zijn keel, door zijn brein, dood. Klaar. Oké? Okay? Heel goed. Gewoon sturen, begrepen? Ja. Heb je dat begrepen? Ja. Hallo? Ze hebben dat wel begrepen, Rijnmar. Heb je het begrepen? Rustig aan. Doe pijn. Beschadig hem. Sla hem één keer met de hamer. Hey, Edward! Sla hem één keer, oh mijn god. Sorry, bent u aan mijn auto kapot aan het ramen? Nee, nik maar opflikkeren nu. Wat gebeurt hier allemaal? Ja,
rijden. Nee, een stuk. Kut, nee! 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 Ik ben de lul. Alsjeblieft, laat me meerijden. Laat me meerijden. Het spijt me. Ongeveer 90. Dank voor het. Het spijt me enorm. Het spijt me enorm. Ik weet niet van wie die auto is, maar. En of wij weggaan. En of wij weer weggaan. Ik zou er gewoon niet door dat ik nog in auto zat. Ik zou er niet door. Oh mijn god, ja. Ja. Het enige is dat ik geen gijzelaar heb nu. Het enige is dat ik geen gijzelaar heb nu. Dus stel ze hebben me, dan ben ik wel echt de lul. Stel ze hebben me, dan ben ik grotendeels de lul. Daar komt het wel echt op neer nu. Oké. En of wij weer even doorvluchten. Nee, we kunnen niks doen. Daar niet van. Oké, Mason is sowieso al de lul. Oké. Ik weet niet wie zijn auto ik gescoopt heb. Geen idee. Maar hij is voor mij. Zo, ik heb al zo lang geen achtervolging gehad. Dat is volgens mij een politieauto. Oh ja, boeien joh. Dan is het op een roleplay manier opgelost. Als je, oh, mag je geen politieauto stelen, vind ik dit op een prima manier opgelost. Het is op een goede roleplay manier. Maar dit is geen politieauto, toch? Nee, dit is geen politieauto, jongens. Geen zorgen. Dit is geen politieauto. Sowieso zou die niet blauw zijn. Die is meestal gewoon zwart. Oké, sirenes gaan uit. Kan maar één ding betekenen. En dat is waarschijnlijk dat... Ik heb geen idee wat dat betekent, maar... Er gaan meer eraan komen, zo. 100%. 100%. Het is wel een hele leuke achtervolging, moet ik wel zelf zeggen. Oprecht. Het is oprecht een hele leuke achtervolging. En het feit dat er zoveel mensen zijn... wil ik even een moment voor jullie tijd nemen... om te vragen of jullie al gedoneerd hebben voor het goede doel Kika. We halen namelijk... In principe wil ik deze stream 3000 euro ophalen. Dus even in de heat of the moment in de actie... wil ik even een moment voor jullie tijd nemen... en even vragen, hebben jullie al gedoneerd? Ja of nee? Ik zou het enorm waarderen als jullie even doneren. Zoals deze donatie hier. En of wij even snel gaan toeren dan. En even voor hem blijven dat hij ons niet kan pitten. Hij mag me zeer zeker niet pitten. Dat gaan wij niet accepteren. Pas op dat we geen stoepje pakken. Oké. En of wij even gaan toeren nu. Oké, kijken welke sneller is. Dat is in principe dezelfde auto, toch? Hier. Of we de snelweg niet pakken. Of we erachter komen dat hij sneller was. Hier, gepit, loser! Lekker voor je! Daar ga je! En of je daar gaat. En of je gepit bent. Lekker voor je! En of ik even gekouten pit heb. Kut, hij is alweer bij me. Wat een karma. Oprecht. Oprechte karma. Ik word gebeld, maar ik kan niet telefoon aan het telefoneren. Aan het sturen, of hoe je dat ook noemt. Pas op. Goed zo. Ik moet niet te diep weer in de stad komen, want dan word ik gewoon... dinges gedaan. Weer gevonden, instant. Ik moet eigenlijk weer even een beetje... Oké, we kunnen het nog redden. Het enige is dat ze al lang door hebben dat ik het ben. Dus al word ik hierna gevonden, is dat gelijk al klaar. Lampen kunnen niet uit trouwens. Deze lampen van deze auto kunnen niet uit. Jammer. Helaas. Sla rechtsaf. Of we niet rechtsaf slaan. Nee. Ja, hij heeft door dat ik nu een beetje aan het kutten ben. Oké, waar gaan wij heen? Nog even doortoeren. Hij is snel, man, die auto achter me. Hij is oprecht snel. Het is heel moeilijk om dit kwijt te raken. Moeten we voorzichtig zijn. Ik probeer een beetje die porto van hun, zeg maar, te... Hoe noem je het? Te kutten, weet je? Dat hun porto niet meer... dat ze zoveel moeten zeggen. Van, hij gaat links of hij gaat toch niet links. Of dat de mensen die luisteren echt een beetje verward zijn. Dat is een beetje de intentie. Om dat te creëren. Oké, gaat nog goed. Ja, hoe ga ik hier wegkomen, jongens? Stap op de rem.
Ja, kan ik doen. Ik had hem net gepit, maar of ik dat nog een keer kan doen, dat is ook wel heel moeilijk hoor. Om dat nog een keer te doen. Het kut is dat ze zo dicht achter me zitten. Dat ik gewoon geen mogelijkheid heb om hier weg te komen. Met geen mogelijkheid. Eigenlijk moet ik toch even Edward bellen. Maar ja, hoe ga ik dat doen? Hij moet me nog een keer bellen. Edward moet me echt nog een keer bellen. Dat zou de way zijn. Dan ga ik even kijken of hij me kan helpen hiermee. Of hij me mogelijk kan helpen hiermee. Kut, twee. De tweede. Kut. Nee! Er is weer de tweede bij. Dit is wel heel vervelend. Oh, Edward. Misschien. Hey, Eddie! Hey! Edward, sorry. Hey, wat was je... Ik heb nog steeds midden een achtervolging, dus... Luister, ik kan wel even iets voor je regelen. Hij hield op, zou dat zijn. Oké. Okay. Stel, jij rijdt door de car wash heen en wij regelen een kleine blokkade. Ja, oké, okay, prima. Ik rijd nu bij de car wash, letterlijk nu. Hoe meen je dat? Ja, hoi. God de tering. Door de was. Oh, hij gaat om. Oké, okay, nu ben je er loopt. Gaat heen. Ja? Komt dan af. Oei, joh, rustig. Oeh, ik ben net op tijd. Oké, okay, dat was close van. De wasstraat. Heb je nog een ander plan? Nee? Fuck. Chinatown. Als je dwars door Chinatown rijdt. Weet je het zeker? Kunnen we eventueel, ja. Dat ja, kan je niet, gaat niet dood in ieder geval. Nee. Je wordt niet neergeschoten door de Chinezen, maar... Nee, nee, ik bedoel meer als in... Is dat veilig genoeg? Je mag er gewoon heen, jij mag er gewoon ja, heen. Ja, maar ik bedoel dat ze me dan niet blokken. Ik ben er nu namelijk. Ja, ik nog niet, zeg maar. Oké, dan rijd ik even rondjes. Nick rijdt in mijn Karuma, ik rijd in die andere auto die ze hebben achtergelaten. Ze hadden daar bij die tankstation. Ja, die was kapot, althans een band was lekker. Ja, althans een bandje, ja dat klopt. Daar bij de tankstation zijn we geweest. Ja. Daar komt ze voor helpen. Oké, okay, ik ben bijna bij Chess, zeg maar als je er bent. Oké, okay, ik ben er nu. Dus eventueel kan ik iets klaar. Oké, okay, ja. Kom ik. Oh. Jezus Christus, doe normaal. Hallo? Jemig. Kom ik. Fuck is dit? Heb je er eentje, of? Ja, er staat er hier eentje bij mij stil. Hij zit te kijken wat er aan de hand is. Ja, heel lastig. Ja, het is moeilijk dit. Heel moeilijk dit. Ik denk dat je te voet moet ontsnappen op de een of andere manier. Ja, maar hoe? Je moet sowieso je licht even uitdoen. Ja, dat kan niet in deze auto. Deze auto is heel kut. Het is heel kut. Serieus? Kom ik. Kan je me volgen? In die andere auto? Ja, je wil echt niet snel op. Hoe lang heb je nog? Ja, ik ga er snel echt nu per ongeluk op. De helft. Rijdt ja, ik zorg dat ze in ieder geval niet op snelheid kunnen winnen. Ja, weet je wat ik kan doen? Ik kan tegenovergestelde richting gaan rijden, maar dan wel, het is heel gevaarlijk. Ik zou eigenlijk niet tegenovergestelde richting, daar ga je gezeik mee krijgen. Oeh, dat ging net aan. Oh, dit is wel funny, yeah. Dit is moeilijk dit hoor, het is echt heel moeilijk. Ja, heb je nog benzine of niet? Heb je ja, nog een beetje benzine? Niet veel. Oké, Dat zou ik niet doen. Ga doen, ben je gek. Oké. Wat ik zou doen is... Ja, op een gegeven moment uitstappen, man. Kijk. Ach, kut, daar ging het zand over. De lul ging het zand over. Ik had hem. Ik had niet door dat hij het zand over zou gaan. Althans had ik niet in gedachten rekening genomen. Nee. Ja, dit is moeilijk, man. Dit is oprecht moeilijk. Hij heeft het door, man. Wat ik heb te proberen. Het is moeilijk, ja, hoor. Ja, maar je bent een aap. Hoezo, ik ben een aap. Ja, dude, hoe wil je hiervan nog gaan? Ja, niet! Maar wat moet ik dan doen? Ik ga met beesten, hè, was ik op pad. Meesten met z'n ideeën. Ik heb nog één laatste idee. Nou? Maar daarvoor moet je nog wel eventjes volhouden, zeg maar. Oké. Ik kan een Sanchez regelen. Ja, dat zou top zijn. Dat zou oprecht top zijn. Ik doe heel gevaarlijk wat ik hier doe nu, maar... Ik kan een Sanchez regelen, ja. Waardoor je de berg heen kan. Ja, dat zou top zijn. Waar ga je die neerzetten dan? Nou... Ik kan bij de impound of iets neerzetten.
Ik weet niet of ik dat recht kan bezien. Fuck. Ja, ik zet een auto klaar langs de snelweg. Daar kan je instappen om nog even tijd te rekken. En dan kan ik om de stationnetjes pakken. Oké. Prima. Ik weet niet eens waar ik ben. Ik ben bij, De tankstation, toch? Nee, de... Human Labs? Nee. Ik ben bij het stroomcentrale. Elektriciteitscentrale, weet ik veel. Als je weer richting de stad gaat, dan kom je een grijze auto aan de zijkant te rollen. Ja, ik ga mijn best doen. Ik weet niet of ik dat red qua in- en uitstappen. Oprecht. Ik heb op zich nog wel wat benzine trouwens, maar... Iets bij dat benzinestation en die winkel. Waar je net omdraaide. Zo, er is hier een ongeluk gebeurd. Waar... Oh, daar ja. Daar zet ik even een auto langs de snelweg. En dat is je enige kant. Maar de kans hier inbox is... pittig. Oké. Nee. Dus het langste ding. Ik heb de lichten aangezet. Moet ik even denken welke kant ik ook weer op moet. Volgens mij die kleine snelweg. De stad. Hè? Ja, de kleine stad. De zijkant inderdaad. Waar je gewoon net heen ging. Alleen toen op een gegeven moment draaide hij om bij het... Kut, ik denk dat ik dan de goede heb genomen, ja. Krijg ik wel zeker. Oké, net, dus ik moet gewoon diezelfde afslag nemen. Ja. Ik weet niet waar je bent, though. Ja, ik ben onderweg. En of het lang duurt, deze achtervolging. Ik kan een Sanchez regelen. Het is een hele lange achtervolging, jongens. Het is echt een hele lange. Waar ben je? Ja, bijna bij die... dinges. De tanks aan de zijkant, dat grijze... Die grijze maar wel echt wel op de... Moet ik wel de afslag nemen, hè? Ja, de afslag. Ja, bij die... Waar je net omdraait, zeg maar. Bij de Mac of weet ik wel wat doe. Oh, die grijze, die hoge SUV. Ja, nee, weet ik niet. Dat red ik niet. Ik weet niet. Ja, nu. De ene waar jullie mee bij... Ja, maar dat red ik niet. Uitstappen gaat hem niet worden. Uitstappen gaat hem echt niet worden. Onmogelijk. Nee. Ik ben er net met een beetje beuken doorheen gekomen. Maar het was wel echt veel te close. Wordt lastig, man. Ja, het was ook veel te close dit met dat beuken. Oprecht. Het was ook niet slim wat ik deed. Nou, ik zag... Oprecht niet slim wat ik deed. Ja, ik denk dat ik gewoon de lul ben, oprecht. Ik denk dat ik oprecht de lul ben. 3500 mensen, leuk dat jullie allemaal zijn. Welkom bij de livestream. Vergeet zeker niet te abonneren. Ga je de impound redden of niet? Ja, dat denk ik wel, ja. Wat dan? Oké, dan ga ik daar een Sanchez klaarzetten. Of nog wat beters. Ik ga het niet klaarzetten, ik ga zelf rijden. Je gaat zelf rijden, oké. En dan? Oh, dan stap ik achterop. Kijk, ik ben bijna bij de impound, denk ik. Hoe lang duurt het nog voordat je daar zo bent? Want ik ga... Ja, ik moet nog even snel kijken. Ik rij op die snelweg erboven, maar ik ben er echt bijna. Oké, dat is prima. Oké, dan ga ik even heel snel mijn ding... Ik ben er echt nu, zeg maar, over echt 20 seconden. Ja, dan moet je nog heel verrekken. 20 seconden. Oei. En of ik de VTA op mijn naam heb als ik dit hier weer vanaf kom. Ben jij dat voor me? Nee, ik zit in een kleine winkel. Oh, ik zie je letterlijk langs rijden, joh. Ja, jongen, je hoort het ook. Het kut aan de stad is, hier gaan ze weer blokken. Dus je moet nooit links pakken. Je moet altijd links-rechts pakken hier. Ik ga het nu regelen. Ja? Oké, wat we doen? MSF Gift Shop, daar kom je op. MSF Gift Shop? Oké. Dat is de kledingwinkel of de... Oh, ik rook. Stripclub. Kledingwinkel, hè? Ja. Een stripclub zelfs. Nee, bij de stripclub. MW's of Gift Shop, weet je wel. Ben jij dit? Ja, kijk. Wacht, waar ben je dan? Oh, daar. Oké. Gaat rennen. Zo, rij. Oké. Ik kan even mijn handen van het ding af hebben, hoor. Jemig. Kut, hebben we wel genoeg benzine? Ik ga niks af. Ja, volle. Oké, top. Oké, jongens. Oké. Ik had mijn gordel vergeten los te maken. Treinen. We kunnen alles. En je hebt wel een flink VTA ook. Ja, en of. Pas op, want ga je blokken hier. Ga je gelijk blokken. Ja, nu kunnen we gaan en staan waar we willen. Dat is het mooie van dit. Dat is zo mooi van deze van die Sanchez. Ja, maar het is wel gevaarlijk. Ja, voorzichtig hoor.
Oké, jongens, we hebben nog de achtervolging 3500 mensen. Leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. Vergeet echt niet te abonneren voor mogelijk meer content. Voor zoals dit. Het zou weer leuk zoals dit even keer. Dankjewel, Mason. Shout-out naar Lucas voor de actie. Oei, moet je voorzichtig zijn. Zij moeten ook voorzichtig dat ze dingen raken. Dat kan het bijna. Ik word gebeld. Gewoon anoniem. Neem maar even op, hoor. Hey! Hey. Hey. Hoe is het met jou? Helemaal goed. Ik zit even heel druk op het moment. Oei, wat ben je aan het doen? Niet zoveel bijzonders, maar wel druk. Oei. Ik bel je zo even terug, oké? Okay? Yo. Yo. Oké, ik denk dat je erbij moet, man. Oprecht. Mm-hmm. Voordat ze een Zulu erbij halen. Mm-hmm. En dan zijn we ook de lul. Oké, jongens. Donaties komen inderdaad zo. Donaties toekomen we zo meteen. Jezus Christ. Dit is gevaarlijk, man. Dit is oprecht gevaarlijk. Je gaat wel wegkomen, hoor. Ja, dat zou het zijn. Als we hier nog wegkomen. Als we hier nog wegkomen, dat zou echt wat zijn. Natuurlijk zou de achtervolging een paar hiccups hebben geweest van mijn kant of zo. Dat ik dingen deed die niet echt mochten of zo. Geen idee. Ik heb er altijd heel veel moeite mee om dat te onthouden. Althans, om te onthouden. Om te weten wat nou wel en niet mag. Maar dat zien we zo meteen wel, jongens. Dat zien we zo meteen wel. Hij dacht dat je rechtdoor ging. Dat goed. Dat goed. Waar ga je de berg in? Weet je hoe lang we nog hebben, joh. Dat is niet zo. Ja, maar joh, pas dat ze ons niet tikken. Ze mogen ons letterlijk niet tikken. Als ze nee, doen. Maar dat gebeurt soms wel eens. Kan je snelweg niet op. Ze kunnen ons eigenlijk niet blokken. En ze kunnen ons bijna niet blokken, nee. Ja, alleen een soort van forceren een kant op te gaan. Hier gaan we. Oh joh, bij de dam zeker. Okay. Hij wil bij de dam waarschijnlijk. Hij gaat de dam blokken. Dat is goed. Doei. Ja, dat zo meteen naar links. Die bergen hier links, och. Ja? Oh, ja, ja. Die zijn te goed ofzo, of? Die zijn echt heel chill. Ik ben heel benieuwd wat je bedoelt. Probeer een beetje zorgen dat ze niet in kunnen halen. Nee, kom maar goed. Hier zo. Ja, dan kunnen ze niks. Oh, dit is ook gewoon perfect als in... Lekker, het valt wel mee hoe stijl het is ook. Ja, daarom. Oh, wat goed. Ja, nu moet je gewoon weg. Eigenlijk moet je nu weer naar links gaan, weet je. Pas op dat ze je niet zien. Ik zou aan de andere kant van de berg een beetje rijden. Dat je de berg als schutting neemt ook. Wat goed dit. Kijk, ze gaan sowieso denken dat we snelweg kant op gaan, hè? Ja. Dat gaan ze sowieso verdenken. Het verbaast me dat er ook nog geen Zulu hangt. Ja, dat is het enige waar ik wel bang voor was, hoor, Zulu. Ja, maar hij is er nog niet. Dus we moeten snel die berg af hier. Ja, we moeten er heel snel... Oeh, jezus. Jemig. 3600 mensen, dat is insane veel. Kut. Lekker man, leuk dat jullie er al zijn. Heel lang achtervolgen. Welkom. Wat zei je? Ja, dit vinden ze heel kut. Dat zie je, hebt echt er al twee auto's erin gewerkt. Yes. Sanchez, dit vinden ze zo kut. Ik weet hoe ze nu zitten. Ja, dat snap ik ook wel. Op zich ook wel. Op zich is heel snel. Ze gaan sowieso een Zulu erbij halen, weet ik echt wel zeker. Daarom. Maar ja, ik moet even gewoon een outfit zonder helm dragen. Of met helm, zo. Of in ieder geval even een andere outfit. Ja. Ja, dit is goed. Is top. Thanks in ieder geval voor het... Oh, dat doen we niet. Nee, maar in ieder geval dat je helpt. Alvast thanks, weet je. Geen probleem. Dit is goed, jongen. Oh. Voorzichtig. Heel voorzichtig. Beneden. Ik kan beter het kuiltje hier pakken. Ja, dit is heel... Dit kuiltje hier, ja. Ja, als je heel voorzichtig gaat... Misschien, ja, het einde is te stijl. Het einde is te stijl. Dus even kijken of ze zouden ze doorzoeken of zouden ze staken? Ze zoeken wel door, denk ik. Maar ja. Ze gaan zo meteen wel staken. Uiteindelijk gaan ze staken, lijkt me. Dit kan niet, hoor. Dit kan niet. Dit is wel heel stijl. Ja, hij blijft. Ik zweer het. Ik ben aan het remmen. Oh, ja, oké. Okay. Ik ben zo bang. Ik zeg het gewoon heel stijl. Oh, hier rechts, kijk. Oh, hier. Hier heb je prima. Prima. Easy. Wil je dan is, de stad ingaan of wil je een rondje rijdt op de berg en dan... Ja, ik weet niet. Ik vind het zo riskant. Dit is eigenlijk al te riskant hier. Zal ik eigenlijk even een helm op doen of...
Nou, nee, doe maar niet. Dat heeft echt geen zin, jongens. Nee, okay. Dat heb je toch al lang gezien. Rij maar richting de haven. Dat is sowieso een gebied waar ze nu niet heen gaan, weet je? Nee, nee, nee. Je gaat juist die kant op. Omdat hoezo? Ze denken dat we daar zo heen... Omdat ik daar altijd heen ga. Oh. Ja, maar ze weten niet dat jij het bent, toch? Nee, oké. Okay. Oei. Oh, Ambu. Oh, Ambu. Weet je Jesus. Hoe bang ik was? Oh mijn god, anders moet je weer opnieuw kwijt gaan raken. Ja, maar... Weer erbij geen. Wil je omwisselen van outfit en kleding en zo? Een auto? Ja, ja, ja zeker, zeker, zeker. Absoluut, zeker. Absoluut. Even een lekker rustig garage. Rustige outfitplek. Gaan we even rustig omswitchen. Oké, okay, dit is nog niet klaar, jongens. Wat zei je? Mekkers? Het is nog niet klaar, jongens. Je hebt nog kans dat er gewoon echt ineens een agent de hoek om komt. Dat je hem toevallig tegenkomt of zo. Kut is nu dat alles nu op toeval aankomt. Ik zou je motor ook even goed schuilend parkeren. Dit, niet voor de garage. Dit moet je echt heel snel doen. Nu. Ik ga weg. Even kijken hoor. En of wij even achterin omgekleden. Je kan je omkleden waar je wil, jongens. Je kan je omkleden waar je wil. En of wij dat even hier gaan doen. En of wij ons even hier omkleden. Heb ik de goeie? Zeg maar dat ik de goeie heb met masker en al. Netter heet die. Wat is netter? Wat voor outfit is netter? Zeg maar dat het een goede outfit is. Zeg maar dat het een goede outfit is. Zeg maar dat het een goede outfit is. Mes uit mijn hand, goeie. Ja! En of dit een goeie is. En of dit een goede outfit is. Ik moet er echt nu op. Ik moet er echt nu op. Volgens mij is dat namelijk een markt. Waar? Welke? Nee, hij ging de hoek om. Ja, hij ging de hoek om. Hij ging de hoek om. Oké, jij moet ook een ander outfit aan hebben. Nee. Ja, een auto zou wel handig zijn. Want er zijn niet veel Sanchez'en. Ik zeker dat je snel weg wil? Jesus Christ, Mason jongen. Allemaal jouw schuld. Wat een achtervolging jongen. Lambo kleur veranderen, ja die gaan we ook veranderen. Sorry, wat zei? Ik zei, weet je zeker dat je snelweg op wilt? Nee. Ik weet niks zeker, joh. Ik kan beter, ja trouwens boeien. Ja, wat nou, je kan beter? Je kan, nou niks. Ik, ja, vervelend joch. Hoezo vervelend joch? Nee hoor, wat grap. Hé, hier ligt op die band van de... Van wat? Van je auto. Die auto. Zo'n band was er afgeschoten. Oh, je hebt hem afgeschoten? Ja, die was inderdaad er afgeschoten. Landbouwkleur veranderen. Gaan we nu, jongens. Maar we moeten even wachten voordat we die landbouw pakken. Even een tijdje wachten. Dus, zou ik VTA op hebben staan? Ik ben meer benieuwd hoeveel VTA's je open hebt staan. Zijn het zo dat er meerdere zijn? Nee. Kan dat? Ik dacht dat eentje gewoon alles bij elkaar optelt. Nee, ik zit te kutten, man. Oh. Oef, Jezus Christus. Je hebt hem net, jongen. Hier gaat wel wat ging gebeuren. Anders doet hij even. Zal ik hem hier stoppen, toch gewoon in de bosjes? Weet je hoe paranoïde ik kan zijn in zo'n situatie? Ja, ik ben ook heel bang. Wat doe je? Ja, even wachten. Ja, mijn auto staat hier niet in de garage. Heb jij geen Karuma of zo? Ja, mijn auto staat hier in de garage, jongens. Oprecht. Mijn auto staat niet in de garage. Mes wegleggen. Oh, Kai op Rico te gaan. Ja, nou, daar voel ik me ook niet echt veilig. We wachten het wel gewoon even af. We zitten het wel gewoon even uit. Ik zou over Mason bellen. Hij is waarschijnlijk niet weggekomen, maar... Jesus Christ, man. Oh. Oké, en of we hebben dingen zien gaan stappen. Jan. Joop, wil je een lift of wat? Ja, graag. Hey. Hey. Hij wordt gezocht. Ja, dus alsjeblieft niet. Nee. Echt, echt op een hele vervelende manier. Zeg maar. Meestal vind ik het grappig, maar nu is het echt niet grappig als nee, het gehoord. Nee, snap ik. Oh, oké, okay, jongens. VTA openstaan of zo? Ja, en hoe? Ik heb hierboven... Gedaan, ik krijg het zo uit. Ik heb, nou, achtervolgend keer gehad. Oh, maar het wordt even... Ik had...
Ja, klopt, daarom. Maar het was chill in ieder geval. Ik heb wel de MSI-outfit gejeld. Ik ben in ieder geval geholpen. Gast, hè? Jullie blijven even in de auto, oké? Ja, ja, is goed. Prima. En als ze komen, niks zeggen. Tot nee, oké. Okay. Nee, is goed. Ik doe ook eventjes mijn helm. Ik word prima. Ook gezocht namelijk. Echt? Daarmee? Ja. Nou, dan zou ik maar snel in gaan stappen, inderdaad. Of instappen, helmpje opdoen en dan instappen. Maar jij lijkt wel heel erg op mij, trouwens. Kan je een ander outfit aan doen? Dat is precies de outfit die lijkt eigenlijk op mijn outfit, die ik net aan had. Oh. Wacht even dan. Nou jongens, heb je nog niet gedoneerd? Doe dat dan zeker even. Zit op 91%. Ik wil die 100% halen deze stream. Zometeen lees ik even alle donaties voor. We hebben zojuist de meest zieke achtervolging ooit gehad. Dus ben je ook nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker eventjes. En doneer ook als je het kwijt kan, jongens. Kom op, zoals hier, die 1 euro. Kom op, allemaal even doneren. Al kwijt. Ik ga je niet verzeren trouwens. Heb je de achtervolging gezien? Zag je de achtervolging? Nee, ik zit lekker. Oh, lekker. Zo, er was wel een achtervolging. Ja? Brrr. Ik zit echt niet op te letten. Ik heb denk ik echt oprecht bijna... Wat is het? 3 kwartier lang geachtervolgd. Geachtervolgd. Zo, en of het even lang duurde. Jesus Christ. Wat is een VTA? VTA is verzoek tot aanhouding. Oftewel, er staat nu een verzoek tot aanhouding op mij. Dus stel, ik word ooit door een random agent tegengekomen. Dan weet ik dat ik gewoon de lul ben. Dan gaan ze me aanhouden. Dus ik moet nu gewoon zo lang mogelijk eigenlijk wegblijven. Vanaf nu kunnen ook gewoon beweren dat... Ja, sorry, maar als ze jou nu aan gaan houden... Dan zeg ik wel gewoon dat ik niet wist... Nee. Dan moet je me ook gewoon voor de bus gooien. Absoluut. Nou, ik ga niet best voor de bus gooien. Maar mee gewoon... Nee, snap ik. Ik heb hier nu niks mee te maken. Je hebt er niks mee te maken. Je hebt er nooit iets mee te maken gehad. Daar ga ik mee akkoord. Jesus Christ. Dat is lang geleden, joh. Dat ik zo'n achtervolging had. Ik voel me echt weer klein crimineel of zo, weet je? Ja, ik had vandaag nog Edo Kuipers achter me aan, met de Zulu ook. Oh, dat is ook leuk. Gezellig. Ja, nou, wel vrijgekomen. Gezellig. En of ze boos op me waren, maar ja. Leukje. Ze mochten niet schieten, of ze konden niet schieten, of ze deden het in ieder geval niet. Je moet wel echt stil zijn, of een andere stem. Hallo. Auw. Ik kan wel even de Joop Bakker stem opzetten. Joop. Joop. Boop Jakker. Boop Jakker. Oh, wat nu is mijn naam Boop Jakker. Zal ze heel hard schreeuwen dat ik het ben? Horen jullie mij als ik fluister? Ik schreeuwde oprecht per ongeluk. Goed, gewoon even aan in ja. Huh? Nee, niks. Dat is een grabbeje. Grabbeje. Ah, dat is Arends. Echt? Ik wou van Loos zeggen tegen Arends. Volgens mij wel. Nou jongens, we zijn gewoon vrij. We zijn weer vrij. Althans vrij. Ik ben hier. Ik ben geen Jan. Je kent hem niet als Jan is Edward. Verliefd op Arends. Maar je kent hem niet als Edward of? Nou, dat wel, maar niet zo goed als dat ik Jan. Nee, oké. Okay. Jan is ook verliefd op Arends. Ik ga even kijken wie is er allemaal in de stad. Hé, hey, die kut. Heb jij nog iets afgehandeld met die Zodiac of niet? Edward? Zo met Chinatown. Edward? Kunnen we wel even kijken. Eddy. Zo niet weten wel. Eddy, voor mij? Oh, ja. Wel. Heb jij nog iets gehoord van Zodiac? Of er iets mee gebeurd is? Of... Nou, ik heb wel wat gehoord, ja, maar hij was niet... Wat is hier gebeurd? Ja, er waren auto's geploft. Oh, hij was niet heel blij, zeg maar. Nee, oké. Okay. Ze dachten allemaal dat ik dood was. Als in. Ik ben gisteren mijn schouder geschoten. Oei, dat weet je. Door hun. Oké. Okay. Like als je ook gehapt. Oh, 32 minuten duurde die. Damn. Ik heb net een half speurtocht. Duurde langer voor mijn gevoel. Naar? Nou, gewoon naar mij. Ik had gewoon gezegd van, yo, dit is een automatisch bericht. Als ik dood ben, ga daar en daar naartoe. En dan loop je net rustig op het park. Kleine speurtocht. Toen uiteindelijk heb ik op ze geschoten. Oei. Maar ik ben nog niet helemaal klaar met Guus. Guusje. Nee, die Guus, ik snap ook niet wat die laatste. Hij belde me net ook. Ik moet hem eigenlijk nog even terugbellen. Is het nog in de stad? Weet ik niet. Ik heb zijn nummer niet. Maar ik heb hem wel tussen mijn recent staan. Dus ik bel hem eventjes terug. Hij is in gesprek. Waar is hij? Wacht, ik ga wel even kijken of hij er überhaupt is. Kijk jij maar even inderdaad.
32 minuten. Nee. Zo, dat is wel lang voor de achtervolging. Vind ik oprecht lang. Vind ik oprecht lang, 32 minuten. Hallo. Hey. Mason Hunt, ah, Mason heeft het niet gehaald. Het Mason heeft het niet gehaald, wat jammer weer. Oprecht jammer. Precies. Dat Mason het niet heeft gehaald. Even voor Mason in de chat, jongens, hij heeft de overval, want snap ik niet gered. Zodiac is er kapot van. Dat ik nog leef. Leuke stream, dankjewel jongens. Dankjewel jongens. Dat is hem wel. Dat tegenover. Ja. 100%. Met wat? Nog iemand. Ja, 100%. Hij reed net ook al in zo'n ding. Nice. Hey, 5 euro, dankjewel Aaron Daan. Is echt een chill stuff. Dankjewel stagen. Daan. Klopt. Bro, hij is wel een beetje streng. Nee, ik vind het leukste Edo Kuipers. Hou je mond. Hippie. Oh, dat mensen. Ik moet even knipperen, jongens. Ja, nou, knipper dan maar lekker op. Oh mijn god, of niet? Ik ga even kijken. Kut. Wat dan? Ik heb de radio aangezet. Ah! Schrok je? Ja. Ah! Het is een reflex van mij tegenwoordig. Daar ben je. Dat ik hem uitzet. Lucas. Wat dan? Wat is het? Dankjewel, Lucas, man. Dankjewel. Ja, ik ga even kijken of ik mensen kan bellen, want volgens mij dat ze in gesprek zijn. Oh nee, kut, ik kan wel mensen bellen. Zal ik de Zodiac bellen? Vraag wat die lul allemaal van plan is. Wat wil je doen? Of heb je nog een plan? Of wil je relaxen? Eddie. Wil je me zo alsjeblieft niet noemen? Sorry, ik ga te veel met Willem om. Ja. Maar hey, Willy die gaat ook nog een keertje. Nou, ik word anoniem gebeld. Ja, hallo. Het loodje leggen. Hallo? Leeft Edward nog? Ja. Weet je het zeker? Leef jij nog aan je stem te horen? Hallo? Kut. Zodiac heeft me juist echt in tranen opgebeld. Oprecht. Hij vroeg of jij nog... Ik word gebeld hoor. ...leeft. Maar hij zei het echt in tranen, volgens mij. Met Boop Jakker. Glijdjakker, ook goed. Rick, ik ben eventjes met jouw... Hallo? Ex-compagnon. Hey, hallo? En Edward. Ik hang op. Hallo. Ja, ik ben er nog. Hoi. Met wie spreek ik? Met Sjefke. Oh, hey Sjefke, sorry. Sorry. Oh, hoe is het? Goed hoor, met jou. Ja, prima joh. Heb jij nu tijd om te toeren? Of ik tijd heb om te toeren? Niet met mijn eigen auto. Oh, hoezo niet? Word je weer eens gezocht? Wellicht. Wellicht. Wellicht wel, dus... Hoe krijg je dit voor elkaar? Ja, sorry. Maar als ik mijn VTA helemaal weg heb, weet je, als ik hier in de cel heb gezeten, het is allemaal vergeven en vergeten. Ik zou zeggen, ik ga naar de cel, zeg van, ik geef me aan en dan kunnen we gaan toeren. En dan kunnen we toeren, prima. Doe ik daarna wel, oké? Okay? Ik heb daar nu gezin in, want ik heb geen idee hoe lang er op mijn kop staat. Oh ja, dat weet ik ook niet. Leuk dat ik dat gewoon tegen een ambulancier kan vertellen en dat hij het gewoon prima vindt. Dat hij er eigenlijk om kan lachen. Ja, chef, ja. Gelijk weet ik ook niet. Maar ik heb echt helemaal niks. Oh, sorry. Moet je dat jezelf weten als jij in de cel gaat? Ja. Ja. Weet je hoe hard nee, je praten? Nee, gezellig. We doen het een andere keer dan, Sjefke, oké? Okay? Ja, is helemaal goed, joh. Yes. Joe. Joe. Een mooie vent is dat, die Sjefke. Ja, echt waar. Ja. Echt goud. Ik heb een bericht. Oké, okay, ja. De Zodiac als politieauto's langs rijden, moet je echt gewoon gelijk je bakkers dicht houden. Ik zit, zeg ik bedoel, maar, de kans dat ze je horen is apart. Maar. Ja, maar ze horen sowieso niet. Ik sta wel echt dat alleen de auto hoort. Wat ook eigenlijk realistisch is. Maar even serieus, Zodiac die belde me net en die was helemaal verdrietig. Of zo. Maar ook helemaal mentaal niet meer in orde. Ik dacht dat hij wil afspreken. Zodiac? Wat wil je? Er zijn ook veel te veel agenten in de stad, hè? Oprecht. Wel anders plaats. Er zijn oprecht veel te veel agenten. Waar hij thuis hoort. Oh, Joop met de burns. Oh, Joop. Joop, heb jij een machete nog? Joop. Boop, yes. Ik heb ook nog een mes op zak.
Ik heb geen vuurwapen, dus we gaan eventjes een keertje... Eerlijk erin, maar weet je het zeker? Hij wilde je dood. Weet je hoe mentaal gestoord die klonk? Ja, man. Joop is erbij. Joop is erbij. Nee, ik kan echt geen vuurwapen op zak hebben nu. De kans dat ze mij willen hebben op dit moment is... Ja, het is ook het laatste dat ik nu op zak ga hebben. Eén gouden regel, als er wordt geschoten, zo snel mogelijk als je kan, liegen. Liegen, heb ik geleerd bij het leger. Dat is waar, Joop. Daarom heb ik ook PTSS, want het is niet goed afgelopen, maar... Liggen, kogels overal in zijn lichaam. Liggen, ja, jongens! Ik weet nog wel dat je broers dood gingen. Dat was grappig, Joop. Joop. Oh, we stappen niet uit. We stappen wel uit. Je moet even één tandje harder praten. Okay. Sorry. Wabbert. Sorry, Joop. Sorry. Sorry's. Dit zijn grappen. Hey Lucas, jongen. Ik ben weggekomen. En of. En hoe? Hoop, die wordt hier bang van. Ik schrik hier een beetje van, Eddie. Waar is de meeting? Ja, ik weet niet. Hier. Nou, meestal verderop. Zo die herkennende. Op de uitkijk. Nee. Oprecht. Wacht hier. Oh. Eerlijk, als je ergens een keertje een meeting wil doen en je wil gewoon wat goede plek hebben om te... Ik ga je het laten zien. Oké. Criminele les van Edward. Criminele les van Edward. Alles is uitgedacht hier. Dit is echt geen vuilnisbelt, kan ik je vertellen. Dit is echt wel een vuilnisbelt. Dit is gewoon... Auw! Je moet even geduld hebben met mij. Oh! Je moet even geduld hebben met mij. Daar meen je! Oh mijn god. Wat zie ik. Gewoon de voorstand. Je moet wel zorgen dat je er niet doorheen valt, moet dan niet. Dit zie je overigens echt heel goed. Dit is wel goed dat je het dak op kan. Huh? Oh mijn god, daar ging je bij. Ja, ik zag het. Hierop. Hop. Hop. En hier kan je weer tussendoor. Het is echt een doolhof. Het is oprecht een doolhof. Ja, maar het is echt een heel goed terrein als je iets wil afspreken met een auto. Je kan overal staan. Huh? Aha. Zelfs Joop heeft zijn machete. Oké, maar... Oh. Komt... Ik ben echt niet bang voor die gast. De Zodiac nog, of? Ja, ik denk het wel. Meestal, vorig keer dat ik met hem hier meet, was hij hierachter. Nee. Oh. Ik ga even pieken. Ik ga even spieken, jongens, of het hierachter is. Goede roleplay van Danny. Goede rode peper. Waarom heb je trouwens zo'n zak over je hoofd? Of een sok gewoon? Omdat je hebt echt andere... sok. Ja, bedankt. Alle andere maskers die komen door mijn hoofd heen. Oh, zo'n dikke bolle kop zeker. Een dik hoofd. Ja. Kijk hè. Het ziet er echt kut uit, moet ik wel zeggen. Ja, zonder masker ben ik knapper hoor. Ik ben jou één keer tegengekomen volgens mij. Dat stond de MWZ. Ja, twee keer. Eén keer met skatepark en één keer ook bij een poolparty ben je van het dak gesprongen. Dat is de enige keer dat ik het volgens mij ooit gezien heb. Bij een poolparty. Oh ja! Ja, toen sprong je, toen schreeuwde je hard. En toen ben je water gevallen, volgens mij bijna verdronken. Ja, ik ben mijn onderbroek over de weg gerend. Toen ben ik weggerend. Oh. Dat is best dubbel op. Maar dat klinkt erg dubbelzinnig. Kijk. Oh, Joop gevallen. Oh. Oh god. Oh jezus. Oh. Joop zat bij het leger. Hè? Kijk, hier lig ik veilig. Hier kan ik spieken. Edward viel. Oh jongens. Eddie! Ik bedoel, Edward, sorry. Ik doe even dingen in mijn hoofd voorlezen en als hij er is, dan ben ik er weer, oké? Yo, is goed. Ik hou van je. Trouwens, dingetje. Wat? Dingetje, ik was niet degene met van die 200, zeg maar. Nee, dat weet ik. Nee, oké, top. Niet dat ik alle... Dankjewel nog voor de 200 euro. Hey Joop. Wat doe je? Pas je op dat je niet valt? Ja, bespioneren. Ja, maar ik... Hoe ga je dat doen? Ik ga even dingen in mijn hoofd voorlezen, dus kom. Spioneren. Yo. Is goed. Maar ik hoor je niet, oké? Nee, maakt niet uit. Je gaat dan gewoon staan? Ja. Oké. Oké, jongens, hou ik het in de gaten. Ga ik tussentijd donaties voorlezen? Het is weer tijd. Jezus, waar ben ik gebleven? Wat zijn te veel? Oh, mijn god. Oké, daar komt ie. Wat zijn te veel? Oh, dit kan ik toch niet voorlezen?
Oh, dit zijn er te veel. Dit zijn er echt te veel. Komt jongens, ik ga ze heel snel doen, want het zijn er echt heel veel. Slamsy YouTube, 3 euro. Oh, die heb ik al gehad. Dus dankjewel. Slamsy Jesse, 3 euro. Voor Kika, je bent een held. Dankjewel. Jesse, verder. Gerving, 3 euro. Ik heb veel familieleden hierna verloren. En ik hoor net altijd als mensen schelden dat ik helemaal... Oh, die heb ik al gehad. Dankjewel. Verder. Diego. Mijn moeder heeft kanker. Oh, die heb ik ook al gehad. Dankjewel. Diego, Casper V. Die heb ik ook al gehad. Dankjewel, Casper V. Dinges 03. Wel leuk dat je me nog herinnert, terwijl ik niet vaak doneer. Mijn pa vecht al 4 jaar tegen deze ziekte. En gaat gelukkig goed. Lekker man, Dinges. Volgens mij was het Danny of zo, gok ik in ieder geval. Dankjewel, Dinges, voor de 10 euro donatie richting Kika. Het wordt echt enorm gewaardeerd. Het wordt oprecht enorm gewaardeerd. Nelis, 50 euro. 50 euro voor Nelis. Nelis, jongen. Die plopt er even 50 euro bovenop. Dankjewel voor die 50 euro donatie. Dikke shout-out naar jou, jongen. Echt dikke shout-out naar jou voor Kika. Dankjewel, Nelis. Echt, wordt enorm gewaardeerd richting Kika. Twansgereur, 3 euro voor Kika. Sterkte naar iedereen die ermee te maken heeft. Inderdaad, jongens. Sterkte naar iedereen die ermee te maken heeft. Enorm bedankt voor die 3 euro, Twan. Matthijs, 4 euro voor Kika. Dankjewel, Matthijs. Rintje Aaron, 3 euro. Deze is voor Kika. Hoe snel gaat je? Lambo, heel snel. Ik weet niet precies hoe snel, maar wel heel snel. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Zeg, gooi even een harde muik. Nee. Muiks. Oh, wacht. Hallo? Zeg het eens. Oh mijn god. Oeh. Hoi. Hey. Ik wou even zeggen dat er vloog net een helikopter boven ons langs. Daar meen je? Ja, nee, serieus. Wat voor helikopter? Weet ik niet. Een Zulu? Ik kon het niet zien, ik hoor hem wel alleen. Nou, ik heb geen idee. Ik kon niet. Oh, ik hoor hem. Oh, niet. Nee. Oh, dat is politie. Oh. Maar? Ja, die reed net voorbij. Ik ga even dan iets verder hier liggen, oké? Oh mijn god, Joop is gevallen. Ik ga trouwens gewoon hier liggen boeien. Zo. Gaan we verder, jongens. We gaan verder. Dankjewel, Matthijs. Rintje Aaron. Dankjewel, Rintje Aaron. Danny F. voor Tonkelboon. Hashtag voor Kika. Dankjewel. Danny F. voor de 5 euro. Sprookje voor het met 1 euro. Succes met de stream. Dankjewel, Sprookje. Voor de succeswensen en met 1 euro. Diego, 1 euro. Ga ze door met je donatiestrijder. Actie zelf even promo. Kijk. Ridi, waarschijnlijk RidiHosting.nl, dankjewel voor de 1 euro donatie, Diego. Vuurwerkliefhebber, 3 euro. Heb je je geld teruggekregen van McLaren omdat je nu een Lambo reed? Jazeker of we dat terug hebben gekregen. Succes met stream voor Kika, dankjewel. Vuurwerkliefhebber voor de 3 euro en ik heb inderdaad mijn geld teruggekregen. Goed bezig met de 3 euro. En die zegt goed bezig, dankjewel. Goed bezig voor de 3 euro. Diego, 1 euro. Oh ja, hier een dono voor Kika, dankjewel. Diego voor de 1 euro. Slamsy YouTube, 3 euro. Ik ga ook zo live, kom zo met die support. Slamsy YouTube, dankjewel voor de 3 euro. Lekker man, succes met je livestream. Storm 3 euro, mijn beste vriend is eraan dood gegaan. Dus hier wat voor Kika, dankjewel Storm. Enorm veel sterkte daarmee. En dit gaat vast helpen, oprecht. Elk beetje helpt, jongens. Elk euro helpt enorm hiermee. Sjaak met de 5 euro, Maxi de kleine bijdrage. Ga ze door. Is dat mijn vader? Mijn vader is Sjaak. Papa, ben jij dat? Oprecht, dankjewel voor de 5 euro donatie, Sjaak. Het zou grappig zijn als mijn vader zou zijn. Gamerboy, Boyerdem. Kan hij op Lokkenpark doneren voor Kika schreeuwen en ik Mark. Dankjewel, Gamerboyerdem, voor 5 euro. Gerry, 1 euro. Respect dat jullie dit doen. Ik hoop dat ik met deze kleine donatie, dat deze kleine donatie helpt. By the way, zeker even Riding Hosting gaan. Best hosting. Nou, als je een hosting hebt, jongens, moet je dan naar Gerry's Riding Hosting gaan. Dankjewel voor 1 euro. ADH Dylan, 1 euro. Ach, ik kan nog wel 1 euro kwijt. Hoop dat ik de zelfpromotie mag maken. Tuurlijk mag je dat maken in donatie. Maar abonneer ook op mij, please. Alles voor Kika. Abonneer zeker op ADH Dylan. Dankjewel voor de 1 euro. We hebben hier nog een 50 euro donatie van Richie. No nuts, no glory. Mijn dochter heeft 2 jaar geleden een klasgenoot verloren aan kanker. Echt top dat jullie dit geld aan het inzamelen zijn voor Kika. By the way, jullie hebben ook 50 plus kijkers. Echt leuk om al die gekkigheid en serieuze verhaallijnen te volgen. Ja, dat is leuk om te zien. Hè? Ik vind het altijd zelf ook leuk om ze daar mee te doen natuurlijk. Laatste tijd is het iets minder serieus allemaal. Maar zoals dit was wel weer serieus. Althans, de overvang niet echt. Maar de achtervolging was wel heel serieus. Dus dankjewel voor de 50 euro donatie, Richie. Oprecht enorm bedankt. En echt ook dat zo'n jonge kinderen dan ook zo'n dochter als jou die dat dan meemaakt dan een klasgenootje. Ik weet niet of het een vriendin was, maar maakt in principe niet uit. Een klasgenootje kwijtraakt, dat is echt bizar. Ik hoop dat het echt jong was, je dochter. Dat het nog niet op zo'n bepaald leeftijdsniveau was dat het echt heel veel schade kan achterlaten. Maar alsnog is het echt fucked up. Ja, ik heb er zelf heel weinig verstand van. Ik heb natuurlijk zelf nog geen kinderen. Maar oeh, er is trouwens iemand, jongens. Er is trouwens iemand. Dankjewel voor de 50 euro donatie, Richie. Echt enorm bedankt. Echt enorm bedankt.
Oké. Ik zag het. Oké. Laten we even meekijken. Laten wij even meespieken. Ja, trouwens, we kunnen er wel gewoon bij staan. We kunnen er oprecht wel gewoon bij staan. Dat gaat geen probleem zijn. Wat dan? Ik zie ook gewoon niet wat hij doet. Hij is mentaal redelijk instabiel. Ja, volgens mij is hij heel instabiel op het moment. Mijn ogen worden ook instabiel op dit moment. Ja, pas maar op hoor. Je kan nu niet zien of je een wapen trekt of zo. Ik kan niks zien op het moment. Kijk, zo kan ik het zien. Hij is gewoon aan het zijn, hè? Ja, maar naar wat? Wat is hij aan het doen? Hij wil dat we komen. Gok ik. Nee, ik ga niet in de buurt komen. De kans die zichzelf zou ik er even opblaast is aanwezig. Ik denk dat hij zichzelf gaat opblazen. Nee, toch? Jop, ga even kijken. Ja, als jij doodgaat, maakt het niet zo fight. Hè? Wat? Dat maakt jou niet uit, nee. Maar mij wel. Dankjewel nogmaals, Richie. Enorm bedankt voor die 50 euro. Ik doe het. Wat is Max nu aan het doen? We hebben een meeting met Zodiac. 20k? Oké, ga maar eerst. Als je opgeblazen wordt, geef ik 20k. Ja. Nou, als er niks gebeurt, is er niks gebeurd, weet je? Ja, pas op. Vertrouwt ook natuurlijk. Kijk, 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 kijk. Wat is hij aan het doen? Wat is hij aan het doen? Hij is helemaal van het padje. Hij is helemaal van het padje. Hey. Afstand houden, een groot vriend. Ik zeg even niks. We zeggen even niks, we houden het even in stilte. Heb ik iets van je aan? Gaat het met je of ga je nog iets zeggen? Of dat wordt hem niet. Kijk zijn ogen. Ja, zijn ogen zijn rood. Ik weet het, jongens. Ik weet het. Ga hem niet steken. Hij is instabiel. Instabiel as fuck. Hij is echt... Kijk hoe hij loopt, jongen. Alsof hij gezopen heeft. Alsof hij gezopen heeft. Hij kan het volgens mij... Edward, die hoort dood te zijn, volgens mij. Hij dacht dat hij Edward had gedood. Kijk, kijk, kijk. Hij dacht dat hij Edward had gedood. Ja, ja precies. Hij dacht dat hij Edward had vermoord. Laat me met de rust. Hoe leef jij? Hij dacht dat Edward dood was, voor mensen in duidelijkheid. Hij dacht oprecht dat Edward dood was. Een operatie. Hoe kan dat? Kijk. Dat kan niet. Oh, dat kan niet. Je bent dood. Je bent hier niet. Dat is waar, ik ben een spook. Boehoe. Wie zijn jullie? Hihaho. Boop. Boop. Wie? Mijn naam is Boop. Boop. Je noemde hem net nog Joop. Hij heet Boop. En jij? Hey. Rustig. Rustig. Hey, wat ben je van plan? Wat kom je doen? Boterham en zak. Wat ben je van plan? Wat is er gebeurd met jou, Edward?
ik sta hier en die nu... politie rijdt langs, ja, ik zag het jongens, ik zag het jongens. Dat is wat je moet weten, toch? Je bent beschoten, ik zag het zelf nog. En nu ben je hier? Mhm. Ja, ik kom dat kan niet. Er gingen zoveel schoten in door je heen. Titan. Wat is er met Titan? Dat het best sterk spul is. Daar komt het spul. Titan? 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 Aha. Titan? 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 Hij is helemaal Titan. Van het padje. Ben je er alleen? Titan? Ja. Ja, echt wel. Heb je... Titan. Wat gaat het met je? Titan. Surgeon, surgeon. Politie. Ze hadden me. Ze deden bloedafname. Oh. Ik mis. Een boterhamzak. Ja, mooi hè. Hoe mooi is dat? Surgeon dus. Van binnen. Je bloed. En... Oh nee! Hey yo. Ja. Heb je ooit Fairy Old Parents gekeken? Ja. Ken je die, die gast met die vader, die heeft ook zo'n zak over zijn hoofd. Weet je wat ik bedoel? Ja, dat is een goeie. Weet je wel, Brecht, wat is er met Titan? Heb ik Titan Brecht. In me? Nou goed zo. Nee. Lijkt hij wel een beetje op. En dus ook, hij wou ook veel als wel, toch? Edward. Wat zeg je nou? Hoezo voel ik me zo slecht? Ik ben beschoten door de politie. En ineens ging het slecht. Kan niet. Ik heb het gevoel dat ik overal waar ik ben verdwijn en... op plaatsen terugkom zonder dat ik weet wat daartussen aan het gebeuren is. Alsof ik aan het reizen ben door andere tijden, andere tijdlijnen, andere persoonlijkheden. Tenzij je een tijdreiziger bent, denk ik niet dat mogelijk is. Maar zo voelt dus het wel. Of je zit aan de zachte hash. of je bent gewoon compleet gestopt. Ik had dan niet zijn gunpoed of zo, hè? Blijf maar achter ik me staan. Ik zou met een wagen langs rijden en dat leek op een markt. Ja, daar reed net ook al politie langs. Echt? Ja. Hey. Nee, geen politie. Makkers. Ja? Hij heette Buggy. Wat? Buggy? Buggy. Buggy. Oh, dat wist ik niet. Ja, het lag er. Buggy? Buggy. Wat doet hij? Wat doet hij, jongen? Met de zak op zijn hoofd. Gaan we hier weg of halen we hier nog iets uit? Volgens mij is hij mentaal gestoord. Ja. Wat is hij van plan? Ik druk mijn sigaret alvast uit. Ja, gooi die maar even weg. Ja. Ga je niet te lang meer blijven? Wat gaat hij doen? Kom maar mee. Zo. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. Hij... gaat zichzelf toch niet in de fik steken, hè? Lijkt me. Lijkt me van niet. Heb je ook niet het gevoel dat we bekeken worden? Ja, maar ook het feit, wat gaat hij doen? Wat is hij van plan? Ja. Hij gaat volgens mij zijn motor opblazen. Wat doet hij? Ja, zijn motor opblazen. Volgens mij gaat hij zijn motor opblazen. Ik vertrouw het echt... Wacht nog heel even, hoor. Wacht nog heel even. Wie is dat? Wie is dat? Geen idee. Hij gaat schieten. Hij heeft een wapen. Ik zou vast rijden voordat we te laat zijn. Wachten. Gaat hij. Nee, hij gaat het niet doen, hè? Of wel? Zo gek is hij niet, toch? Zo gek is hij niet. Heeft hij al geschoten? Hij gaat het zelf aansteken. Hij heeft het aangestoken, volgens mij. Hij heeft het zelf aangestoken. Ja. Wat doet hij? Ja, rij maar weg dan, denk ik, hè? Ja. Ik dacht bijna dat hij zichzelf een kant ging maken. Ik dacht oprecht even dat hij zichzelf een kant ging maken. Heel vaag. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar... heel vaag allemaal. Ik weet het ook echt niet. Joop is verward. Boop. Dat begrijp ik, Joop. Boop. Boop. Die vond ik wel leuk. Jakker.
Boopjalk. Heel verwarrend, die Zodiac. Oké. Okay. Ik heb heel veel hersens zelf verloren. Kunnen in deze we niet naar Goes vragen even wat er gaande is? Ik ga. Ik schiet hem gelijk op zijn kop. Ja, nee, Guus denkt dat dat niet slim is. Wat? Dus... Nou, je weet, Guusje Meeuw, dat is een beetje een ratje. Ja, dat weet ik. Daar ga ik echt niet mee afspreken. Nee, oké. Okay. Maar... Ja, ik weet het niet met Guus Meeuw, oprecht. Verwarrend persoon. Wat is dit dan? Makkers. Auw. Van wie heb ik berichten? Wat is dat voor motor? Geen poel de ouw. Even kijken. Is Zodiac oké? Okay? Ik heb geen idee. Is hij oké? Okay? Poel de ouw, makkers. Wat de ouw? Auw. En hoe doe je? Auw. Hoezo auw, op die manier? Oh mijn god. Ik snap je oprecht niet. Hm? Poel de ouw, kom op. Ik snap niet wat je bedoelt, ouw. Auw. Wat voor manier bedoel je? Ik snap het niet. Oh, hoezo niet? Wat is ouw grappig aan ouw? Dat altijd als ik zeg, doe Henkie nou, dan zeg je auw. Nee, ook zeg ik auw. Ja. Nou. Ja, dat. Waarom zeg je altijd auw? Nee, het is niet auw, het is ouw. Als in ouw. Oh. Ja, dan gewoon auw. Oh. Jezus. Maar het klinkt als auw. Die had wel een doodservaring. Ah, het is nog een onderkoffer ook. Of niet? Ja, maar ze hebben ons niet kunnen horen. Dat kan niet. We zitten gewoon in de auto. Dat is onmogelijk. We zitten gewoon normaal in de auto. Dat hoor je niet. Geïsoleerde deuren. Auw! 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 Dat hoor je niet. Hallo? Onmogelijk. Nee, dat kan ook niet. Dat vond ik wel. Ik weet niet wat ze net doen. Ze. Geen idee. Mooie kapsels hebben wanna ze. Wannabe MWSF volgens mij. Wat? Wanna nee, dat hij ons hoorde, dat kan niet. Zullen we erin meegaan? Voor de grap? Volgens mij is dit onzin namelijk. Waarom zou je het stopteken niet aan? Je hoeft niks te zeggen, Oké. Okay. Hij draait om. Oh, hij draait om. Oh, kut. Volgens mij is dat namelijk een ontslagen agent. Echt? Ik ga een extra agent. Oh mijn god. Ik kan zeggen, als dat een agent is, dan nou, hoor ons. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, maar wanneer? Oh, wacht. Nee, oké, we moeten wel even iets doen. Dit is leuk. Wat dan? Vince Prince in de buurt, super. Is hij er? Dus ik zag dat een advertentie, dus ik neem aan dat hij er is. We gaan even iets kopen bij Vince. Kom, absoluut, ik kan wel mijn helm op. Wisten jullie, ik werkte altijd bij de kledingwinkel tegenover Vince, hè? Echt? Bij Shirendi Bolele. Oh, fashion bij Shirendi. Ja, ik ben een stylist geworden, hij heeft mij helemaal omgeschoold. Zou ik mijn helm afdoen? Nee. Uit respect voor Frins. Ja, maar voor Frins. Frins. Ik noem hem altijd Frins. Ik zie dat jij te veel omgaat met Jan. Frins. Dus Frins, Boop. Hij is er. Hij is er echt. Ik heb zelf Boop gedacht. Oh, maar wacht, kut. Dat heeft Jan niet gedaan. Kijk wel even. Nee, dat gaat genomen. Dat is 150, dus 3 is 250. Okay. Ja. Gelijk voortdringen. Zo onmogelijk. Ja, dus een zaklamp. Hey Vince! En een broodje. Hey, goeiedag, Marcus. Hey! Vince en ik zijn goeie matties. Goeie sfeer. Echt, ik vind het hier altijd gezellig. Weet je dat Henkie een keer paardensperma heeft gedronken bij Vince? Oh. Weet je wat ik zag? Nou. Ik was zeg maar in Daveland, dus dat is echt net dat dorpje boven Sandy. Ja. Weet je wie ik daar zag? Echt op de fiets. Twee mensen op de mountainbike. Nou? Echt helemaal afgezonder. Vince Prins en zijn vrouw. Nee, het is zo mooi. Ja. Het is zo mooi. Ze zijn gewoon gezellig aan het vibe. Dat is zo goed eigenlijk. Het gaat gewoon zo goed op, dude. Ga eens lekker op een fietsje een beetje toeren. Dat is echt goud. Dat is oprecht echt goed. Leuk. Het is leuk in een achtervolging. Ja, zeg dat wel. Nou, ik ben meer van achtervolging. Ik wil wel wat bestellen. Hij zei dat hij weer pornoblaadjes voor me achter zou leggen.
Hey, heb je nog een glory hole of een pussycat voor mij? Jongen, je moet niet voordringen, er is nog een klap voor je, verdomme! Goeiedag, heeft u misschien een zakje chips? Jongens. Oh, ik krijg een burn-out, echt, ik zweer het. Een zakje chips, ja, dat was ook te verwachten, Vince. De zakje chips liggen daar, in het middelste schap. Hey Vince, heb je nog wat je voor mij... Ja, die liggen achter voor je. Die liggen top, thanks. Yes. Hey Vince. Het was 700 nog wat, hoor. 752,95. Voor wat? Kom op jongens, we hebben nog... Hey Edward. Kom eens. Ja. Kan jij even weer naar boven wijzen en iets heel bijzonders zeggen? We moeten even wachten voor 2 seconden. Drukte, jongens. Oké, we gaan even voor de donaties, jongens. We doen het wel even een beetje, anders dan... Ja, oké. ...allemaal maar even lullen. Hier. Ja, ga je gang. Wacht even. Niet te zonder Boop! The fuck? Ga je maar, doe je ook maar Boop, gezellig mee. Ga maar naast, voor bijna Jan zeggen. Wat? Is Jan hier trouwens niet meer geschikt voor? Voor dit? Waar moet ik naast? Edward? Ik ga naast je staan. Edward is mentaal eventjes in de war. Na dat gesprekje met de... Wat doet hij nou? Ik geen idee, wat is Edward aan het doen? Edward. Wat doe... Oh, even andere kant op kijken. Dus, hoe is het, Boop? Andere kant op kijken. Ja, ik heb Edward weg. Hé, hey, Jan! Kijk! Mooie outfit, Jan! Mijn naam is Jan. Mooie outfit, Jan. Goeiedag. Ik haal het echt eigenlijk, maar... We zijn hier. Hierboven ziet u de... balk. Ja. Hè? De balk. Normaal, ik ben... tegen alles, maar dit is leuk, ja. Als jij... doet dan neer... Jij komt op die balk. Nee, je komt niet op de balk. Welke balk? Maar... Je moet stil zijn, jongen. De balk gaat verder. Waar gaat de balk heen? Naar die kant. Ja, goed zo. Goed zo. Wat zeg je? Wat heb jij te zeggen, Boop? En als jij doneert, ja. Geen commentaar. Doneert, ja? Geen commentaar. Jij doneert aan goede zaken, ja. Elke euro. Goed bedoel. Elke euro. Kom op, Goebert. Elke euro is Goebert. Elke euro telt. Tel het. Kom op, doe. Ik ga nu doen. Boop, trek er nog een op. Boop, je moet ook even mogen wijzen. Waar moet ze... Waar wat komen, moet doen? Waar nee, komen de natjes? Nee, dat is een sponsor, Boop. Dat is wat anders. Ik zit in een bosje te kijken. Dankjewel, Jardevoets. Waar wijs je naar? Nee, wijs het goed. Het gaat goed. Ja, goed zo. Oké, blijf maar heel even zo staan. Dan ga ik het even zelf zeggen. Jongens, kom op. We hebben nog... Nelis, 10 euro. Ik doe het wel voor. Goed zo, Nelis. Kom op, we hebben nog ongeveer 200 euro aan donaties nodig, jongens. Dus doneer als je het kwijt kan. Kan. Ja, gaat helemaal prima. Als je het kwijt kan, doneer het dan zeker even. We hebben nog die 200 euro nodig. En we zijn met 3000 of 2800 man. Kan je een eurotje kwijt, doe het dan zeker even. Als nu 200 man bewijs van 1 euro doneert, hebben we voor Kika het goede doel. Voor kankerbestrijding hebben we gewoon 3000 euro zelf opgehaald. Hoe lijp zou dat zijn? Hoe lijp zou dat zijn? Nou, dat ik nog 200 euro moet voor de 3000. Hoe lijp zou het zijn als we die 3000 euro halen, jongens? Kom op. Kom op. We kunnen het met z'n allen. Hier, Jan! Jan, krijg ik zo'n lamme arm. Dankjewel, Jan. Ah, lamme arm. Yo. Doe alleen als je kwijt kan, ja? Maar ja, ik dat wil sowieso. Die balk, ik wil naar 94% zien gaan. Ik wil zien. Kom op. Mm-hmm. Ja, doe eens inderdaad wat Jan zegt. Alleen als je het kwijt kan. Daar niet van. Maar... Jan, gaat het? Moet je huilen, Jan. Ik wil nu die balk. Oké. <Okay. laughs> Kom gewoon doen, joh. Ben je aan het sparen voor een nieuw skateboard? Fuck jou. Dit is Goebert. Nee, doe maar. Goebert, doe. Maar, joh. Als je ja, niet kwijt kan natuurlijk. Daar komt het op neer. Weet je, maar... Daar komt het op neer. Het is wel... Voor het Goebert doel. Het Goebert doel. Ik ga het doen? Dus, zo. En het gaat echt naar een Goebert doel. Dus... voor blijde... Neem een voorbeeld aan Joop. Dankjewel, Joop. Neem een voorbeeld aan Joop. En Boop. 5 euro aan het goede doel. Hier, hoppatee, Joop. Boop. Dankjewel, Boop. Heb je nog 50.000 euro voor mij? Wat was dat? Jan? Lachen. Jan? Ja. Wat kut dit, echt. Goed, ik heb zelf echt geen geld. Jawel. Nee, dude, ik heb geen geld. Je hebt me ook al gegeven met een 10 euro van Kevio. Kevio, dankjewel voor de 10 euro, Kevio. De donaties van zometeen, die moeten we ook nog allemaal oplezen. Even kijken. Jan letterlijk met Edward's outfit. Hoe mooi is dat? Hoe goed is dit eigenlijk? We zijn nog niet klaar.
donatie aan het Boopjakkerfonds. Er gaan nog meer mensen van de live. Ja, dat klopt. Ik ben niet enig natuurlijk. Hey, 3 euro van Henkie! Ik weet nog niet wanneer ik ga. Henkie heeft gedoneerd. Auw! Ik denk morgen. Auw! Dankjewel voor de 3 euro donatie, Henkie. Hey, 5 euro van Ramon Toppers! Dankjewel Raymond Ramon voor de 5 euro donatie. We zitten bijna op die 94. Kom op, 94%. Is dat Harko Darko? Het verschil maken. Doe. Is dat Harko Darko? Kom op. Hey? Kom op het. Ja, volgens mij wel. Is het niet Harko Darbo of is het Harko Darko? Lieve mensen, ik hou van jullie Darbo. Oké, okay, Harko Darbo, ik zei Harko Darko. Dat zeg ik ook altijd. Oh. Je nog... Blijf staan. Wil je even niet doen. Ja, oké, okay, nu heb je wel ga iets hoger staan. Dan kan ik een soort van ondergezicht van Jan krijgen. Dan kunnen we het halen. Hier, 20 euro! Speciaal voor Jan en Kika. Hey. Oké, okay, Jan. Nu heb je de attentie. Kan je naar beneden kijken met een... Hallo. Wacht. Wat doe je? Wat doe je? Donneer. Kom op. Donneer. Waarom jij wilt niet donneer? Mensen doneren. Luister, als je Nee, oprecht. Als je twijfelt om ooit nog een keertje te doneren, dan moet je het nu doen. We hebben oprecht. We zitten op 94%, Jan! 95% Jan! Huts, Jezus Christus. 95%! Het is wel insane. We hebben hem oprecht bijna, die 3000. Echt insane. Hardo Dark Cardo. Carbo. Ja, je hebt nu echt perfect zonlicht. Weet je wat het is? Je bent echt god gewoon nu. Ja. Jan. Ik wil die echt horen, die. Jan. Jan. Ja, die. Maar wat? Ik, Wabbert. Wabbert? Ik moet ook nog live deze week. Echt? Ben ik vanavond... Niet vanavond. Ik denk dat ik vanavond blijf. En ben ik morgen dan. Maar ja, want wanneer moeten ze doneren? Wat? Wanneer moeten ze doneren? Ja, nu of morgen. Nee, maar doe even leuk. Dan. Maakt niet uit bij wie. Even leuk. Dus wanneer moeten ze doneren? Nu. Dan dit. Wat kut. Nu. Kom op. Heel leuk is, nu kunnen we voor donaties vragen. Ja, zonder dat het raar is. Zonder dat het gek is om voor de naties te vragen. Ik moet echt nog heel veel oplezen. Nou, het zijn er nog maar 145. Hé, hey, nog 10, nog 135. Hier nogmaals 10 euro voor Kika. Lini, je hebt net volgens mij ook al meegedoneerd. Dankjewel Lini voor de 10 euro. Het staat volgens mij bijna 30 euro. Nu. En 3 euro van Devlin. Hier ben ook mijn bijdrage voor Kika. Dankjewel Devlin voor de 3 euro. Maar goed, ja, je moet maar kijken. Als je, kijk. Kan je Harko, we kunnen eigenlijk hem erbij halen. Hij is een goede aanmoediger, hoorde ik. Van een of andere Discord. Maar dan mag je eigenlijk even mij niet aanhouden. Dus, dat is zeg maar mijn struggle. Maar ik wil wel dat hij even support. Dus ik weet niet of je mijn stream kijkt. Stream snijpt me. Als je mijn stream kijkt, Olaf. Stream snipe me even. Ik zie dat je daar staat. Kom even naar me toe. En support even voor de stream, voor de donaties. En support zeker even voor de donaties. Dat zou eventjes goed zijn. Lekker doneren bij Epi. Jij jongens, je kunt trouwens doneren bij wie jullie willen. We hebben natuurlijk meerdere streamers. Linkjes staan naar linkjes. Namen staan in mijn beschrijving. Wie er nog meer meedoen. Maar doneer zeker als je het kwijt kan in ieder geval. Daar komt echt op neer. Kietel Jan. Oh, dat kunnen we eindelijk weer doen jongens. We kunnen eindelijk weer Jan kietelen. We kunnen eindelijk Jan weer kietelen. Luc met de 3 euro voor Kika. Dankjewel Luc voor de 3 euro. Laat mij in. Oh, dat was jij. Ik denk dat hoor ik. Laat mij naar binnen. Ik ben gewoon weer. Doe de deur open. Waarom gaan schuifdeuren niet open? Nu! Doe mijn Volvo. Harko. Doe terug, Harko. Doe terug, gelijk. Ben je gewacht? Jullie zijn de meest verliefde agenten. Volgens mij is het geen schuifdeur, hè, Jan? Oh, het is een... We vieren goed gewoon en we nu op tegelijk. 3, 2, 1. Dat raam gaat nog een keer kapot. Oké, okay, sorry meneer. Dat zei u. Sixpack focus. Dat was echt heel slecht. Dat was oprecht echt heel slecht. Nou, dat is een tweetje. Wat? Wie zijn dat? Dit zijn de twee chillen. Een beetje laat.
Alles flikkert om. Je was te laat. Alles is omgevallen, jongens. Hetzelfde effect. Je was te laat. Het scherm is weg. Ik bedoel, mijn Netflix is omgevallen. Help! Na de smaak. Ik zie niks. Hun twee, hou die echt niet aan, ze hebben het zo veel. Nee, oké. Ik zie echt niks. Ik maak geen grap. Ja, oprecht. Ik heb de kabels uit mijn hersenen getrokken. Lekker man. Oh, wat goed. 50 euro voor Ron Koistra. Oh, ja. Ik volg voor het goede doel. Dankjewel Ron Koistra voor 50 euro. We hebben bijna jongen nog 70 euro. Dankjewel Ron, man. Echt enorm bedankt. Ik heb hier een lekker ijsje met Jan. Smaak voor je. Nou, six pack is 12. En dan met een ijsje. Ze komen op 14 euro. Wat? Nou, ja. Lul. Kunt u daar een testje bij? Fucking Vince, joh. Okay, wat goed. Wat goed, eigenlijk ook. Prettige dag, prettige. Ik vind Vince echt een leuk karakter. Vince is oprecht een leuk karakter. Volgende, alsjeblieft. Ik hou echt van Vince. Zumba. Ja. Ik hou echt oprecht van Vince. Ja, ik hoor dat over een pussycat. Ron Koistra. Wat een goede gast. Ik heb gewoon cola, heb je. Van, wat wil je? Twee lijntjes pep? Coke. Ik heb cola. Coke. Met. Wiet. Wiet. Ja, hey, wiet aan mij verkopen. Ja, ik koop. We hebben helemaal niks, Vince. Ik condoleer nog met je vrouw. Pussycat. Ja, wat ik condoleer met mijn vrouw. Wat is dat nou weer? Ik condoleer met mijn vrouw. Wat is dat nou weer? Sorry. Ja, dat doe je toch niet? Sorry, Bo. Ja, ik zag toch die schedel gisteren, Vince? Gisteren, een paar weken geleden bedoel je. Ja, ze is alweer uit de revalidatie. Ja. Wacht, je hebt een schedel gezien. Oh. Dankjewel, fucka Pietje voor de 3 euro. Ik weet zo meteen alles wat ik gemist heb deze nog tevoren, jongens. Jongens, komt goed. Als de afgelopen half uur niet is overreden, is er nog iets aan hand. Ik verwacht, ik hoop echt elk moment die yeah! Te horen. Ik hoop dat mijn donatie voor behaald heb. Als jullie yeah! Hoort. Dan heb ik hem behaald. Dus kom op, jongens, zorg even voor die yeah! Dat is echt het gelijk wat je hoort. Nee, dit als er nee. Nog zo'n mooie vrouw van is, dan kan ik dat. Nou, dat weet ik. Dan deel je het zelfs met mij en achter. Kan je het vinden, Jan? Step Vince. Wat ben jij aan het doen? Ja. Hello step there, Vince. Step Vince. I am stuck. Step Vince. Oké, okay, agenten, misschien moeten jullie zo meteen man ook even helpen. Lijntje coke? Hoop, laat door. Lijntje coke heb ik niet. Dat is nog net en je bent een agent, dus ik heb een hele heftige joint gerookt! Achter, wat wil jij? Boop, zeg ik het. Ja, nee, ik moet even nieuwe oren inzetten. Even nieuwe oren pakken. 10 euro van dinges 033. Het laatste stukje. Ja, jongens, het laatste stukje. We gaan het halen. Ik weet zeker. Deze stream. We gaan absoluut halen. En of we die 3000 euro gaan halen. Ja, ik wacht even. Ik moet dat gaat wat worden, hoor. Dat gaat echt wat worden. Is het een soort van rolpleiding die jij wil gaan spelen met die oren? Wat wil jij ermee doen? Wat? Wil jij rolpleiding gaan spelen met die oren? Wat is rolplay? We gaan roleplay spelen. Oren. Zullen we gaan larpen? Ik wil larpen. Kom, zet jij die oren maar ik op. Ik ken alleen rollenspel. Nee, ik larp een vrouw. Larp. Oh. Wacht even. Ik ga even. Ben rollenspel? Zijn jullie ook wat? Larpers? Ja. Hi. Ja. Oh ja, zeker. Wie ben ik ook? Ik ben een boself. Zaterdagavond. Ja, mag ik iets kopen? Ja, moet ik moet het verzinnen. Ja. Deze fan die staat al 10 minuten in de rij. Ik ben de wijze mee. Achter, wat zijn wij? Echt? Ik ben een gnome. Gaat altijd de mage. Ik wil een vieze flikken. Hi, ben je fietsen flikker, jongen? Harko. Ja, kunnen we een beetje een klop gaan met deze... Het valt niet pas op, zijn bril zit achter op je hoofd. Hello there, step bro. Was je maar kwijt, aha. Okay, maar je hebt hem gevonden. Lekker man. Wil je nog echt iets hebben? Lekker man. Ja, jij wil door die pussycat. Gaat het, Jan? Hallo, jongen. Jan kunnen volgen. Hey, pussycat en wat nog meer? Jan? Lijkt me wel interessant, inderdaad. Knuffels, knibbeldes. Knibbeldes. Pussycat en een... Graag een slush puppy. Wat voor smaak wil je? Graag een labrador. Hoi. Een labrador. Hey! 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 Ik hoorde hem! Yeah! We hebben hem, jongens! Ja, ik hoorde hem! Ja. Wacht heel even. Zwolster met de 50 euro, die verlost ons even. Zwolster verlost ons even, jongens. We hebben hem! Dat was een box 5. We hebben de 3000 euro aangetikt, jongens. Ik hoor even een applausje in de chat voor iedereen die gedoneerd heeft. Allemaal even een bedankje. Allemaal even een bedankje in de chat voor de 3000 euro die wij zojuist even hebben opgehaald hier. Met z'n allen. 3000 euro. Zal ik hem gewoon... Ik ga hem niet naar 4000 verlengen. Ik ben niet gek. Dat gaat hem natuurlijk niet worden.
Maar om de balk wel weer terug te krijgen, wil ik hem, weet ik veel, 3500 of zo. Want ik ga nog wel één keertje live voordat het event klaar is. Voordat de week om is, ga ik nog één keertje live. Dus hij moet sowieso verlengd worden. Maar jongens, enorm bedankt voor de support die jullie tonen richting Kika. Ik had echt niet verwacht dat het zoveel zou zijn. Ik had oprecht niet verwacht dat het zoveel zou zijn. En of wij dan eventjes hem gaan verlengen weer. We hebben hem, Jan. Joepie. We hebben hem. Het is echt insane, what the fuck. Ja, het is oprecht echt insane. En of ik hem... Ik ga hem wel verlengen. Puur voor het feit dat ik nog één keertje hierna een bodycam aan ga doen. Ja. Hey, hey, Bob. Hoi. Yo. Hey, Sjefke. Ik heb een joint gekregen van Vince. Okay, je ziet er trouwens echt oud uit. Je ziet er letterlijk ouder uit dan... Betalen? Heb jij niet trouwens hetzelfde gezicht als, Toos? Gezegd. Oh mijn god, ja. Jij hebt hetzelfde gezicht als Toos. Ja, jullie moeten mij gewoon wel betalen. Hoe oud ben jij? Hou op, ik ben 60. Je hebt... Oprecht? Oh mijn god. Jij bent 60. Ben jij 60? Krijg je 5 cent, ja. Komt u binnen? Ik dacht ouder. Ouder? Ik dacht oprecht ouder. Hij moet heel gauw hier komen. Ja, zeg het eens. Dat is niet lief. Meneer, waarom heb je een sok op je hoofd? Ah, jij ook al. Ik word niet goed. Hoe is het, Sjefka? Goed hoor, hoe is het ja? Met jou? Ja, helemaal prima. Ik moet hele fietsen omhoog doen. Jullie hebben mij vandaag geholpen. Ja. We gaan hem heel even namelijk verlengen, jongens. Enorm bedankt voor de support. Oprecht insane. 3000 euro. 3000 euro. Ik weet niet wat ik moet zeggen. 3000 euro is er behaald. En hoe? Maar ja, 3000 euro verlengen we naar 3500 euro. Wie weet verbaasden jullie me allemaal extra. Save widget, ctrl-c. Goal, we gaan hem verlengen. Nou jongens, 3500. Oh. En dikke bots. Nog wat. Huh? Hoezo doet hij het nou niet? Oh kijk, zo, 86%. Nou jongens, we hebben een beetje verlengd. Maar dankjewel voor het doneren, enorm bedankt, hebben we die jam gehaald. Wow, wat is hij lelijk zonder baard. Oh nee. Wow. Oh, maar ik ben niet herkenbaar. Stap in, we gaan naar die agenten, kom. Oh. Ik wou net zo vol. Oh ja, dat gaat werken, Jan. Ik heb geen baard. Meh. Ah, geen baard. Bouw op. Ja, ik moet even een helm op doen. Stap in. Gast, Jan. Oh, 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 oh. Wat doet hij, Jan? Niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand, niks aan de hand. Niks aan de hand. Oh, ze gaat de politie bellen. Ja, ik moet heel snel. Nee, ga ze niet doen, ga ze niet doen. Ik heb mijn baard letterlijk afgedaan. Het is letterlijk een plakbaard. Ik heb niet voor niks makkers van plakkers. En of we mijn helm weer terug willen. Opgeslagen outfits. Netter. Hoppakee. Zo, die doen we weer even aan. Jongens, enorm bedankt. Zoveel donaties als dat er gedaan zijn. Had ik echt niet verwacht. 3022 euro. Dat is zo belachelijk veel geld. Dat is zoveel. We zijn letterlijk al 3 uur live. Hoe laat is het dan? Oh nee. Was dat een agent? Nee. Het is 10:30. Gaan we zo Game of Thrones kijken? Alles weer. En of we de Game of Thrones gaan kijken zo. En of we dat gaan kijken. Ik ga naar bed. Bebbe. Bebbe. Ik ga bed, joh. Fucking lul. Oké, okay, je mag nu echt even normaal doen. Maak je dood. Kom dan. Ah, oh mijn god. Nee! Kom dan, Jan. Kom dan. Wanneer Henkie en Jan... Trekken. Kom dan. Ik sla je kapot. Ambulance, ja, ik kan niet slaan. Ambulance is het toch, dus ja. Dat is waar. Ah! Ik kan niet slaan. Ah, oké. Okay. Nou, weet je wat. Hey, Marcus. Nee, dat ga je niet doen. Ik ga je slaan voordat je... Nee! Hij is weg. Kut. Oh. Kut, sorry. Ga, Bob, je loopt er lekker bij. Ja, ik ben nog steeds stoned. Ja, deze vent is ook joint gerookt. Lekker, man. Moet je er nog één? Ja, ook van Vince. Ja. Moet je er nog één, Joop? Nee. Ik heb er maar één voor je, wacht. Of niet? Ah, ik heb er niet eens één voor je. Nee. Wacht, ik heb wat anders voor je. Ik heb ook iets moois voor jou. Hier. Deze voor jou. Kijk, alsjeblieft, deze voor jou. Top. Ik heb jou een schep gegeven, jij geeft mij een spiegelreflexcamera. Ja, had je altijd al nodig, denk ik. Ja, dan jij die schep. Dat vind ik een goede ruil. Ja.
Dit is oprecht een goede naam. Je gaat ermee een stukje rijden terwijl ik een joint op. Niemand. Ja, meneer, je wil rijden met een joint op. Had je het laatst niet gehoord? Ja, nee. Had je het laatst gehoord? Nee, nee. Wel gerookt. Sorry? Niet gehoord, maar wel gerookt. Nee, maar heb je het gehoord? Of? Wat gehoord? Wat dat? Maar hij zegt gehoord eraf. Ja, daarom. Maar waar is Jan? Ja, Jan is door een put weggekropen hier. Jammer. Meneer, gaat u mee? Zal ik even, ik ga dezelfde put in. Nee, kijk, zal ik laten zien welke put het is? Ja. Kijk. Ja. Hele mooie. Je gaat hierheen. Ik ga ook. En heb je, zie je deze paar steentjes hier? Ja. Als je daar drie keer op danst, drie keer op trapt. Dan gebeurt er dit. Zo. Oké, jongens, we gaan de donaties even voorlezen. Dat lijkt me wel leuk. Lijkt me wel zo eerlijk. Zet even muziekje aan. Vind ik ook wel lekker. Audio Library Chill Music. Voor de mensen die nu gaan omdat ze puur van GTA zijn, snap ik. Dank jullie wel voor het kijken. Voor de mensen die nog even blijven chillen, jullie zijn nog helemaal welkom. Jullie zijn zeker nog helemaal welkom. En of er vandaag weer 123 donaties zijn geweest. Ze hoort me niet. Ze is aan het lezen. Nee, nee, nee. Ik was al een tijdje tegen je aan het praten. Het is zo. Nee, niks. Ik zei 123 donaties zijn er geweest. Echt veel. Ja, echt heel veel. Heel veel. Oké, laten we even een muziekje aandoen, jongens. Laten we even een muziekje aandoen. En daarop even gaan viben met z'n allen. Zullen we dat even doen? Zullen we dat zeker eventjes doen? Hip-hop en rap. Is dit chill? Ja, dit is vast chill. Oké, jongens. Laten wij even de donaties voorlezen, want die hebben wij nog niet allemaal gehad. Waar waren wij gebleven? Kijk. Zullen we even kijken. Het zijn namelijk heel veel zijn er geweest. Showmore events. Het zijn er heel veel geweest. Kijk, we hebben een saxofoon. Lekker vibe met z'n allen. Ja, waar ben ik gebleven? Jongens, het zijn er oprecht bizar. Bijzonder, bijzonder, bijzonder veel. Even kijken. Hier. Richie, bij jou waren we gebleven. Top, dankjewel Richie. Sera, 5 euro lof dat je dit doet. Max, heb jij een bepaalde setting voor je Blue Snowball of Voice Meter? Heb ze ook zelf ook eentje, alleen de kwaliteit soms kut. Nou, hier heb ik geen Blue Snowball. Hier heb ik een rood. Weet ik niet, rood nog wat. Maar ik heb, bij mijn andere dingen heb ik wel rood. Maar die, of een Snowball, maar die ga ik wegdoen. En een nieuwe nemen, omdat ja. De rood is leuk. Of de rode Blue Snowball, maar er zijn betere. Er zijn betere. En anders moet je gewoon echt met filters gaan werken. Dankjewel voor de 5 euro. Tijn, 1 euro. Fokieke, dankjewel Tijn. Slammy, YouTube, 3 euro. Boys, ik ben over 10 minuten... Ik ben afgeleid. Over 10 minuten live. Kom kijken, Fokieke. Ik bedoel dit niet als promo. Dankjewel, Slammy, YouTube voor 3 euro. En jongens, inderdaad, als je nog bij hem wilt checken, doe dat dan zeker. Joey Dammers, 5 euro. Max, veel respect dat je dit doet. Ook respect naar iedereen die dit doet. Dankjewel, Joey Dammers, voor de 5 euro. Gigi, 4-3 euro. Hey, goede avond. Hier was mijn tweede donatie. En voor alle anderen, ik heb een ding om te zeggen. Doneer nu, we gaan voor die 3k. Nou, we hebben die 3k behaald. Dankjewel, Gigi4 voor de 3 euro. Rini met de 5 euro. Roefeen voor Kika. Thank you, Rini. Love you. Yeah. Dankjewel voor de 5 euro. Lini met de 033, 10 euro. Dinges is mijn vader. Oh, dat meen je! Hoe leuk is dat? Nou, ik zat zeg maar een Dinges 033. Dat is volgens mij, ik weet niet, Danny. Hij had gedoneerd. Maar ik ken hem nog van wat oudere donaties. Hij was een van mijn eerste leden op mijn kanaal. Daarmee ken ik hem nog. En nu doneerde er iemand genaamd Lini 033. Dus ik denk, hey, toevallig, we hebben nog een 033. Maar nu doneert ze en zegt ze, Dinges 033 is mijn vader. Dus hoe leuk is dat? Dat ze allebei gewoon doneren en kijken. Dat is oprecht heel leuk. Dankjewel Lindy voor de 10 euro. Heel leuk vind ik dat. Daar word ik oprecht blij van. Dat ik dat hoor. Dankjewel voor de 10 euro donatie. En inderdaad alles voor Kika. Slamsy YouTube 3 euro. Hoi, ik ben ook live voor Kika stream. Zorg dat je erbij bent. YouTube kanaal namens Slamsy YouTube. Dankjewel Slamsy voor 3 euro. Ik heb de auto gescoopt. Ik heb daar als goed is een voice dinges van. Zal ik die eens even opzoeken voor jullie? Oeh, maar waar ga ik die vinden? Bij documenten. Mace is een meme. Used. Waar is die? Ik heb de auto gescoopt. Hè? Heb ik die gewoon niet? Hier is de APK gekeurd van Mees. Nee, maar meneer. Op dit. Ik ben Boksta. Ik ben APK gekeurd. Dankjewel, Mees. Voor de goede rode peper. Hier, Mees. Dat is ook leuk. We hebben heel veel Mees geluidjes. Hier komt hij. Klopt.
Maar ik wil het zo graag weten, jongen. Ja, ik wil van jou ook. Ik weet niet wat jij ook gaat doen. Ik, weet je, ik weet eigenlijk helemaal niks. Dankjewel, Mees. Oké, jongens, daarna het is verder, sorry. Ik heb de auto gescoopt. Hoi, Max. Super grote fijne kijk. Hugo, doe dit voor Kika. Dankjewel, Hugo, voor de 3 euro donatie. Shorty, 1 euro. Shoutout naar iedereen die op dit moment kijkt. Helemaal gelijk. Shorty, dankjewel voor de 1 euro. Sven, 2 euro. Het is niet veel, maar wilde toch doneren. Helaas hebben wij een leerling gehad met kanker. Jemig, dat meen je. En is helaas achteruit gegaan. Oeh, ik werk op een basisschool. Sven, dat is wel heel... Ook voor de klasgenootjes is dat heel verdrietig. Dat is oprecht niet fijn. Dat is oprecht heel sneu. Dankjewel voor de 2 euro donatie. En ik hoop dat echt dat die 2 euro... Nou, ben ik eigenlijk wel zeker dat dat... Ja, verdere kinderen kan helpen die er op tijd bij zijn en zo. Dankjewel voor de 2 euro donatie. Overigens, misschien in de toekomst ook die er niet op tijd bij zijn. Dat het dan gewoon zo goed geneesmiddel is dat het gewoon geneesbaar is. Dylan, 10 euro. Voor Kika en heel tof dat jullie dit doen. Dankjewel Dylan voor de 10 euro donatie. Enorm bedankt Dylan, oprecht. Daniel, 3 euro. Mijn oma heeft ook kanker, dus hier 3 euro. Dankjewel Daniel voor de 3 euro. Enorm bedankt. Tirsa, 3 euro. Super actie. Veel plezier met de stream. Dankjewel Tirsa voor de 3 euro. En het was zeker een leuke stream. We hebben hier Jay. Met Jay Francima. Francina met de 3 euro. Dankjewel Jay. SL Snipekill met 3 euro. Echt nice dat je helpt voor Kika. Helaas ken ik ook iemand met kinderkanker. Is overleden. Dat meen je. Heel veel plezier in Oefen. Heel sneu om te horen. Dankjewel voor 3 euro. Het gaat zeker naar het goed doen. En dan kunnen we het verhelpen. Althans, ja. Het is niet alsof dit natuurlijk alles magisch oplost. Maar het helpt echt enorm. Rodney, 20 euro. Rosa Rood, nu geef 24 euro per stoel. Geef kinderen toekomst en doneer voor het goede doel. Rodney, heel leuk om die donatie te zien. Dankjewel voor de 20 euro. Jij bent echt hoog in mijn lijst, hè, Rodney? Wist je dat? Jij staat op plek 10, sta jij gewoon. Je staat gewoon legit op plek 10. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Slams, dankjewel Rodney, even voor de donatie richting het goede doel. Slamsy, YouTube, 3 euro is hier weer. Ik ben live ook mee als Kika. Dankjewel Slamsy voor de 3 euro donatie. Het gaat allemaal richting het goede doel. Challenge, 5 euro. Echt lof dat je dit doet. Wij hebben zelf ook van dichtbij meegemaakt. Een jonge jongen die laatst overleden. Dat meen je. Hopelijk is snel weer genezing hiervoor. Trouwens, dit is mijn eerste donatie ooit. Heel leuk dat je dan besluit voor het goede doel gelijk te doneren. Als het je allereerste donatie ooit is. Enorm bedankt, Challetje. En heel sneu om te horen, oprecht. Nick van Kasteren, 3 euro. Nog veel succes. Hashtag voor Kika, dankjewel. Nick Thomas van de Heide, 3 euro. Even een kleine bijdrage aan Kika, dankjewel Thomas. Kika Slamsy YouTube, 3 euro. Ik ben live, kom naar Slamsy YouTube. Doe dit voor Kika. Hebben jullie nog een kleine bijdrage? Kom dan even. Dankjewel Slamsy YouTube. Inderdaad, mensen. Als je, ja, ga je gang. Roy, 3 euro. Dankjewel voor de 3 euro. Hashtag voor Kika. Helemaal jong. Spam inderdaad mijn hashtag voor Kika. Even in de chat, vind ik wel leuk aan. Rikby, jezus, we zijn echt nog niet dichtbij. Oh. Rikby, 3 euro. Doe dit voor kinderen met kanker. Dankjewel, Rikby, voor 3 euro. Helemaal gelijk. De kankerbestrijder, 3 euro. Mijn opa en oma zijn dood aan kanker. Ik heb respect en ik wil iedereen abonneren op Luca Poort. Dankjewel, Luca Poort, waarschijnlijk voor de 3 euro donatie. De naam was trouwens niet beledigend bedoeld voor de mensen die het zich afvragen. Dave B. met de 10 euro. Walnut, jij bent de eerste aan wie ik doneer. Roefeen voor Kika, Bladtrail, Eagle Eyes, Franke Z. Dankjewel. Dave B. voor de 10 euro. Het gaat gelijk naar een goed doel. Mooi is dat. En de donaties blijven rustig binnenkomen. Hoe leuk is dat, jongens? Smukse 3 euro. Superleuke stream. Iedereen die niet geabonneerd is, abonneer en doe een duimpje omhoog. Doe inderdaad nog even een duimpje omhoog. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Dankjewel voor de 3 euro. Jamie Das. De 1 euro. Dankjewel, Jamie Das. Dekkertje Edits. Wat leuk. Goede support voor Kika. Sorry dat ik niet zoveel kan geven. Hé, hey, je doneert 3 euro. Is letterlijk al eigenlijk voor 3 personen. Zo moet je het zien. 3 euro is al voor 3 personen. Als iedereen 1 euro doneert, zit je op veel. En jij doneert gelijk voor 3 personen. Dus het is niet weinig, dank je. En 1 euro is ook niet weinig, overigens. Dank je wel voor de 3 euro. Mattie, 3 euro. Top dat je dit doet, man. Dank je wel, Mattie. En heel leuk. Ik vind het heel leuk om te doen, oprecht. Recht. Dennis, frikandelbroodje, 3 euro. Ja, hopelijk haal je met het goede doel. Hopelijk haal je het met het goede doel. Ja, komt helemaal goed, joh. Al haalden we niet die 3000, was toch ook prima. Maar we hebben de 3000, dus hoe mooi is dat? Dankjewel Dennis, frikandelbroodje. Liam Kamphuis, 1 euro. Hey Max, veel succes met de stream. Deze is voor Kika, groetjes Liam, dankjewel Liam. Jacco, de fiets, 1 euro. Je zou me naar de inpout brengen. Ik zat later te fietsen en doe je dit. Je hoort nog van Jacco. Is goed Jacco, gaan we regelen. Dankjewel voor 1 euro. Wel leuk, je was een goeie, je speelde leuk mee, moet ik wel zeggen. MolP21, 5 euro voor Kika. Dankjewel MolP, voor de 5 euro. Daan met de 5 euro hier. Kan je lolly mee kopen, groetjes Daan, Kenny, Lucas, Danilo. Nou, dan gaan we hopelijk geen lolly verkopen. Dat ben ik eigenlijk wel zeker. Maar dankjewel voor de 5 euro donatie. Lucas, 1 euro. Succes met de stream. En ik hoop dat jullie nog veel geld op aan. Nou, Lucas, je ziet het. Groot succes. Dankjewel voor de 1 euro. Daan met 5 euro. Topstream. Groetjes Daan. Lucas, Danilo. Sorry. En Kenny. Dankjewel voor de 5 euro.
Jortbron 3 euro. Deze 3 euro is voor Kika. Ik heb zelf ook iemand erdoor verloren. Hoop dat de donatie goed terecht komt. Donatie komt mega goed terecht. Maak je daar maar echt geen zorgen over. Dat komt oprecht helemaal goed. Dani 4 euro. Super tof stream. Blijf zo doorgaan. Ik heb altijd al geld willen doneren aan een goed doel. Dit is mijn tweede keer. En nog niet, zeker niet de laatste. Blijf zo doorgaan. Iedereen fijne avond. Dankjewel Dani. Echt een leuke donatie. Goeie vibe aan je donatie. Heel leuk. Dankjewel voor de 4 euro. Just Kev 5 euro. Ik steun Kika. En ik steun jou en dat jij Kika steunt. Dankjewel Kevin daarvoor. Enorm leuk dat je doneert. Dat je besloten hebt om je 5 euro aan Kika te besteden. Goed doel. Goed bezig, kerel. Ik spuug op mijn microfoon. Lekker. Zeg even, de Spaanse prins spreekt prima Spaans. 10 keer zo snel mogelijk. De Spaanse prins spreekt prima Spaans. 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 Oké, laat maar. Weet je, klaar. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Ik deed mijn best. Esmee 3 euro. Laatste keer dat ik doneerde dacht je dat ik Femke was. Ha, maar ik ben Rodelistic Muix. Oh, dat meen je. In ieder geval wilde even doneren voor Kike. Ja, jij bent Esmee. Die altijd in de chat. Jij was de laatste keer heel lang bij mijn livestream. En weet je wat leuk is van haar? Als ik iets zeg, bijvoorbeeld, dit ga je in je edit stoppen, Esmee. Dan krijg je dat binnenkort in de edit te zien op Insta. Dus dit moment, nu ga je met de edit zien. Dat weet ik zeker. Dat is altijd zo. Dat is heel leuk. Dankjewel, Esmee, voor de 3 euro. Luc, 3 euro. Hoi, Max. Super tof dat je dit doet voor Kika. Love naar jou, Max. Dankjewel, Luc, voor de 3 euro donatie. Romy, weet 3 euro. Dit is voor Kika. Dankjewel, Romy, voor de 3 euro donatie. Gaat richting het goede doel. John B. Hoi. En nog een keer John B. Hoe gaat het met iedereen? Gaat helemaal goed met iedereen waarschijnlijk, John. Dankjewel voor de 1 euro donatie. En Jarne Voets was sub geworden. Dus het heeft eigenlijk helemaal niks met het goede doel te maken. Maar dat is gewoon lid worden op mijn kanaal, dus dankjewel daarvoor, Jan de Voets. Dankjewel voor dat. 10 euro van Nelis, ik doe het wel hoor. Ik doe het al voor, dankjewel Nelis. Hartstikke goed voor, ook had ik die al voorgelezen. Jan, dankjewel voor 1 euro, Jan. KVO met 10 euro hadden we voorgelezen. Helemaal top, Henkie hadden we voorgelezen. Ramon hadden we voorgelezen. Marije met de 20 euro, dat was Marije DJ. 20 euro speciaal voor Jan en Kika. Dankjewel Marije voor die 20 euro donatie. Het wordt echt, gaat richting de goede locatie. Vertrouwen maken, komt helemaal goed. Masco 3 euro. Jan, goede verkoper mee. Ja, Jan is een hele goede verkoper. Dankjewel voor de 3 euro. Verder, ik hoop dat deze euro telt voor het goede doel. Deze euro telt compleet. Deze 3 euro die jij zelfs hebt gedoneerd. Dankjewel, man, voor de 3 euro. Kevin uit 013, 5 euro. Hey Max, toffe, spannende stream. Gaat ze door, vooral dat je voor het goede doel doet. Kika's, hashtag samen tegen kanker. Vind ik een hele mooie hashtag samen tegen kanker. Dankjewel voor de 5 euro donatie richting Kika. Bart 3 euro. Vraag aan Jan. Kijk dat. En dan patat. Kijk dat. Huh? En dan patat. Oh, kijk dat. Wat? Patat. Ik snap hem. Dankjewel voor de 3 euro, Bart. Volgende keer gaan we het proberen. Joke Boutersmannen, 3 euro. Jan, dankjewel voor de 3 euro donatie. Linny, 10 euro. Hier nogmaals 10 euro voor Kika. Dankjewel, Linny, zoon van dinges. Ja, die gaan we onthouden. Devlin, 3 euro. Trouwens, heel tof dat je weer 10 euro hebt genoneerd. Devlin, 3 euro. Hierbij ook mijn bijdrage voor Kika. Dankjewel, Devlin, voor de 3 euro. Bert. Ik ga gewoon zeggen Berta, spatie nus, of het is Bert Anus. 3 euro. Strontslaafjes, dankjewel voor de 3 euro donatie. Bert A, spatie nus. Luc, 3 euro. Voorkieker, dankjewel Luc voor de 3 euro. Kevin uit 013, 5 euro. Hier nogmaals 5 euro, maakt samen. Vorige donatie 10 euro voor Kika. Dankjewel Kevin voor die 10 euro donatie in totaal. Het wordt echt enorm gewaardeerd, oprecht. Rafael 1 euro. Yo, Max en Jan en Boop. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Boop is een goede gast. Ron met 50 euro. Ron, je had hem gewoon even nog die 50 euro erbovenop geplopt. Alsof het niks is. Je bent echt een legende. Je bent oprecht een legende. Dankjewel voor die 50 euro donaties. Insane veel geld voor het Goebert doel. Nigel 3 euro. Jan, dankjewel Nigel voor de 3 euro. Vakkapietje met de 3 euro. Hoi. Dankjewel, Vakkapietje, voor de 3 euro. Dinges met Dinges is er weer. Leuk. Vader van Lin. Was het volgens mij. Oh, mijn god, zegt volgens mij nog verkeerd ook. Linny was het, sorry. 10 euro. Laatste stukje, dankjewel, Dinges. En Richie. No guts, no glory. Ze was toen 13, Max. En niet een directe vriendin, maar op de hele klas had het ook wel een groot effect. Ja, dat geloof ik echt oprecht. De ouders hebben gezorgd dat de hele klas bij het afscheid betrokken zijn, wat erg geholpen heeft. Ook school heeft de klas goed begeleid. Ja, dat is wel fijn. Alsnog heel sneu om te horen dat zoveel kinderen dan eigenlijk zoiets mee moeten maken. Dat wil je natuurlijk helemaal niet. Dat gun je letterlijk geen enkel kind. Ook geen volwassen, maar helemaal geen kind gun je zoiets. Het is allemaal nieuw en naar. En, nee. Dankjewel voor de 10 euro donatie. Enorm bedankt. Gaat gelijk richting de goede kant op dit. Solster met de 50 euro. Ja, die laatste donatie zonder berichtje gewoon erbij. Gewoon 50 euro. Dankjewel voor die 50 euro, Solster. Enorm bedankt.
Skyner, Skiner, 3 euro. Je bent trouwens echt degene, ik had je net, naast je net al benoemd. Maar jij hebt gewoon volgepropt. Je had die laatste 50 euro er doorheen gejast. Kijk, 25 euro donatie. Ik zie het ook gewoon gebeuren. Skyner, 3 euro. Jan is een pan. Hartje met Kika, dankjewel. Skyner voor de 3 euro donatie. Jan is inderdaad een pan. Killer Rohantje. Ik pas een Noahantje, Killer Rohantje. 3 euro. Hierbij 1 euro voor het goede doel. Dankjewel, Killer Rohantje. Gaat richting... Je hebt 3 euro gedoneerd in plaats van 1 euro. Maar dankjewel voor de donatie. Tom S, 10 euro. Makkers is een held. En Kika verdient het geld. Hey, dat is leuke. Ook al zie ik mezelf niet als held. Want dat is een beetje heel raar om hier krediet voor op te nemen. Want het is natuurlijk gewoon jullie doneren het. Dus ja, ik heb zelf ook gedoneerd. Ik heb bij Tobias gedoneerd. Had ik 50 euro gedoneerd. Ik dacht, ik kan bij een kleinere streamer. Is het leuk. Ik kan ook wel bij mezelf doneren. Maar het is leuk als ik aan mijn kleinere streamer doneer. Maar ja, jullie zijn juist de helden. Want jullie doneren al het geld. Dankjewel voor de 10 euro donatie, Tom. Dirk, 5 euro voor mijn opa. Dankjewel, Dirk, voor de 5 euro donatie. En die is voor je opa, man. Echt, shout-out naar je opa. En heel veel sterkte, succes, weet ik veel wat er gebeurd is. Misschien is het gewoon oprecht gewoon positief bedoeld. Maar dankjewel voor de 5 euro donatie, Dirk. Tijn met de 2 euro, hoi. Plaks en Klomp, goede actie voor Kika. Ja, vind ik ook leuk. Dankjewel voor de 2 euro donatie. Don Zevi, 10 euro. Hey, ik ben Don Zevi, ik wil heel graag doneren aan Kika. En ik zeur al de hele week. En nu kan het. En ik wil heel graag dat kanker weggaat. En ik hoop dat het dat maar dat weggaat. En ik hoop dat, maar dat is wel heel moeilijk. Ja, dat klopt. Het is niet iets wat zomaar gedaan is natuurlijk. Jongens, daar zijn ze al jaren mee bezig. Doei, groetjes van Don Zevi. Hey, Don Zevi met de legende dat je 10 euro doneert. Dat je het voor elkaar hebt gekregen. Dankjewel voor die 10 euro. Het gaat allemaal richting het goede doel. Ze noemen me Max met de 3 euro voor Kika. Nou, ze noemen mij toevallig ook Max. Leuk. Dankjewel voor de 3 euro donatie. 25 euro Gamerboy. Boyer Dem met 25 euro. Dit is de laatste Gamerboy. Je had meer gedoneerd deze stream. Dus dankjewel voor die 25 euro. Ik weet niet hoeveel je in totaal hebt gedoneerd. Maar enorm bedankt voor het aantal wat jij gedoneerd hebt. Het is echt heel tof, jongens. Oprecht heel tof. We hebben nu in totaal bijna 3100 euro opgehaald. Deze stream. Belachelijk veel. Moet ik even kijken hoor. Hebben we bijna die 1000 euro deze stream los opgehaald? Nog 16 euro. Zal ik zelf 16 euro doneren? Aan mezelf? Maar dan zou ik zelf 16 euro doneren aan mezelf. Want dan heb ik die 1000 euro deze stream opgehaald. Ik heb 50 euro. Huh? Ja, ik heb 50 euro aan Tobias gedoneerd. Ja, maar cool. Wat? Ja, klopt. Dan doneer ik het aan mezelf. En dan gaat het daarna weer door. Nee, dat doe ik dat niet trouwens. Als ik het aan mezelf doe, dan gaan de fees af. Dan kan ik net goed los aan Kika geven. Zou ik dat doen? Ja. Denk ik. Oké, nou, we hebben in ieder geval bijna die 3100 euro. Heel top. Heel top dit, jongens. We zijn al 3,5 uur live. We zijn oprecht al 3,5 uur live. Is Chefke live? Is dat zo? Kunnen we zo even spieken? Of is er iemand die ook voor het ding is streamt live? Nee, hè? Even kijken. Hoe heet Chefke ook weer op YouTube? Sorry? Gewoon dan. Ja, maar spam maar nog niet hoor. We gaan zo even. Ik wil nog heel even chillen. Nog heel even chillen. Ah, hij is inderdaad live. Lachen. Zo, hij heeft al 2000 abonnees. Wat goed. Wat goed van hem. Ik vind Chefke zo'n goede gast, hè. Chefke is echt leuk. Chefke is oprecht leuk. Nee, dat gaan we zo even doen, jongens. Als Chefke even nog live blijft, dan kunnen we hem zo even reden. 30 euro. Dit is echt de laatste. Jemig, dat meen je. Dat meen je. Gamerboy, dankjewel. Dankjewel voor die 30 euro. En of we dan... Ja, dan hebben we hem of niet. Ja, oh, en nog 16 euro. Dan doe ik het. Iedereen bedrijven. Net te laat, Danny. Maar dankjewel voor die 16 euro. Nu hebben we wel dik die 3100 euro behaald. Enorm bedankt, jongens. Gamerboy voor de 30 euro. Dit is echt de laatste. Je bent een legende dat je zoveel doneert. Oprecht. Dankjewel voor die donaties richting Kika. Helemaal top. Helemaal top. Ik hoop dat je... lekker slaap vannacht. Want dat verdien je. Dat verdien je oprecht. Danny, 16 euro. Dan doe ik het. Iedereen bedankt voor de support. Danny, even hartje in de chat. En dan niet voor jou. Danny, fuck jou. Nee, grapje. Nee, gewoon voor eigenlijk alles en iedereen. Hij zegt inderdaad bedankt voor de support. Dus dat vind ik het eigenlijk wel waard dat iedereen even... Omdat Danny het ook zegt, even een hartje achterlaat voor iedereen die gedoneerd heeft. Hoe leuk is dat? Dan creëren we even een hele positieve vibe. Dan creëren we echt even een hele positieve vibe. Huh? Er klopt hier iets niet. Heb ik deze week... Wanneer heb ik voor het laatst gestreamd? Maandag. Hè? Maandag
Ja, maar hij zegt dat ik hier meer heb opgehaald dan dat mijn donatie dingetje vastlegt. Precies, zijn dat de fees inderdaad. Ik hoop dat dat de fees zijn. Kut fees, jongen. Stom. Lucas, 1 euro. Hallo, fijne avond. Mijn respect voor jou en de rest van Roeveen is echt gestegen dat jullie dit doen. Ja, leuk. Hier mijn laatste donatie. Succes met je kanaal verder. Dankjewel, Lucas, voor 1 euro. Leuk dat je er nog even bent. Leuk dat je dit... dat je nog even langskomt. Ja, jongens. En dan hebben we gewoon vandaag weer 1000 euro erbij opgetikt. Gewoon. Alsof het niks is. Hebben we gewoon eventjes... We hadden al 2000 euro, maar we hebben er gewoon eventjes nog een extra 1000 bovenop getikt. Zo, pats. Alsof het niks is. Alsof het niks is. Jammer dat je niet topdonateurs van de avond kan bekijken. Dat had ik heel leuk gevonden. Oh, wacht. Jawel, dat kan ik wel zien. Current week. Zullen we kijken van wie de topdonateurs... Jongens, we hebben topdonateurs van deze week. Oh, dat vind ik oprecht leuk om te zien. Oh, ja, dit kan ik wel delen met jullie, denk ik, hè? Even kijken, hoor. Ja, dit kan ik delen met jullie. Ja, dan kan ik zeg maar laten zien wie de topdonateurs van de week zijn. Zo, oké, ik denk dat er niks in beeld is nu. Als ik even F11 doe, niks. Classified. Oké, jongens, kijk. Hoe leuk is dit? 40 euro... Je doet het even nog eentje omdat je mijn favoriete YouTuber bent. Jemig. Gamerboy, 40 euro. Kan het anders niet even? Oh, mijn god. Ik refresh hem de pagina voor je. Oh, mijn god. Je hebt in totaal nu al 90 euro gedoneerd. Wow. Gamerboy. Kijk, jongens. Ik ga het laten zien aan jullie. Scherm. Kijk hier. Oh, kut. Dan moet ik mijn camera dus net... Wacht even hoor. Moet je zien. Je kan hier zien wie mijn topdonateurs zijn. Ik heb letterlijk van Current Week heb ik gedaan. En dan kan je zien wie de topdonateurs zijn. Dat is wel leuk voor jullie ook om te zien. Je kan je, zeg maar, de donaties kan je ze voorlezen en zien. Maar voor Kika met de 650 euro. Of 658. Ron met 225 euro. Ron. Zoveel heb jij letterlijk gedoneerd aan Kika. Hoe goud is dat? Parimpost 159. Sander met de 220. Nelis met de 140. Itchyboy 110. Jullie kunt alleen niet lezen. Nu wel. Kijk, ik wil even mijn cam uit. Sorry. Ik kan ook wel even... Nee, trouwens, ik doe hem gewoon even uit. Hier kunnen jullie zien wie de topdonateurs zijn. De status. Hoe mooi is dat? Vind ik wel leuk om te delen met jullie. Dat jullie dat gewoon kunnen zien. We kunnen ook het respect naar de mensen die zoveel gedoneerd hebben. Kunnen we even tonen. En zo zie jij, Gamerboy Dem, dat jij echt al heel veel gedoneerd hebt. Kijk. 90 euro. Hoe goed is dat? Omdat je nog mijn favoriete YouTuber bent. Hoe mooi is dat, jongens? Echt. Enorm bedankt voor die support. We zitten ook gewoon op 90%. Ja, de 3500 halen we natuurlijk deze stream niet meer, maar dat is helemaal niet erg. Sorry, ik kon het niet laten. Edit komt er aan ooit. Ha, ja, dat wil ik nu wel echt zien, hè, van dat moment. Dankjewel voor de 3 euro donatie. Nee, misschien dat we de 3500, want nu hebben er al zoveel mensen gedoneerd, dat is natuurlijk, op een gegeven moment doneren we telkens minder. Ik ga nog één keertje live binnenkort, en dat is maandag, samen met Danny. En dan gaan we de hele dag, de tijd dat ik stream, ga ik nog de donaties open hebben staan. Maar vanaf het moment dat de donaties dicht zijn, dan maken we bekend hoeveel er in totaal gehaald is. Maar wie weet halen we dan nog de 3500. Wie weet halen we dan nog de 3500 euro. Doe 200 euro als make-up. Dus daar sta je tussen. Ja, zou het zijn. Je hebt me geskipt, Marcus. Ik heb 10 euro gedoneerd in je Synix. Dave B. Zou ik even zoeken, Dave? Zou ik jou even zoeken? Kijken of dat kan. Als dat kan namelijk, dan zou ik je nog even vinden. Filters. Ik ga even zoeken. Dave. Er is één Dave gevonden. Maar waar? Er is één Dave gevonden. Dave, ik ga je donaties zoeken voor jou. Waar ben je, Dave? Dave B, 10 euro. Want je bent de eerste aan wie ik doneer. Roeveen voor Kika, Bloodrail. Die heb ik gehad. Dankjewel, Dave. Die heb ik niet geskipt. Dankjewel, Dave B, voor de 10 euro donatie. Maar ik niet geskipt. Maar het is niet erg overigens. Hoor. Dan lees ik hem daar zelfs nog een keer voor. Als je hem gemist hebt, vind ik ook prima natuurlijk. Oh, ik denk dat het totaal wel minimaal 5k wordt van elke streamer van Roeveen bij elkaar. Ja, wie weet jongens, wie weet hoeveel het wordt. Ik bedoel, we hebben al heel veel opgehaald. Jullie weten in ieder geval dat het al 3100 euro is, wat al top is. En het maakt niet uit hoeveel de anderen ophalen. Het is geen competitie, absoluut niet. Daar wil ik er ook echt niet van maken. Maar ja, het gaat wel lekker veel worden, jongens. Daar kunnen we echt trots op zijn met z'n allen. Daar kunnen we oprecht trots op zijn met z'n allen. En verder, ja. Lekker, er zijn gewoon nog 900 mensen aan het chillen.
Ik weet nog dat ik dit zeg maar een half jaar geleden deed. Of een jaar, zoiets. En toen chillde ik ook af en toe even. En toen waren er nog maar 300 mensen aan het meekijken. En nu, als ik aan chillen ben, zijn er gewoon 1000 man aan het meechillen. Ik vind dat zo relaxed. We gaan zo chef krijgen. Ja, komt goed, jongens. Komt goed. Maar iedereen, bedankt voor de donaties. Heb je nog... wil je nog doneren? Kan dat nog steeds natuurlijk. Doe dat gewoon gelijk. Desnoods bij een andere streamer. Maar ja, je kan als je... We gaan zo stoppen, maar wil je het nog kwijt, doe het zeker. Alleen als je het kwijt kan, overigens. Ja. Ja, meer weet ik eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Like ook even de stream hier. Een 10 euro van Gamerboys, 90 euro is lelijk, even 100 euro van maken. Nou, en of je er even 100 euro van gemaakt hebt. En of je er even 100 euro... Refresh hem, klopt dat? Ja, 100 euro! Dankjewel Gamerboy en hem voor de 100 euro donatie in totaal. Hoe bizar is dat? Dat is zo bizar, oprecht. Echt heel leuk, het wordt echt enorm gewaardeerd. Het is in jouw handje trouwens telkens, hè? Is jouw hand op je muis, hè? Zien ze die? Doe eens. Ja, dat is gewoon echt... dat is echt heel veel 100 euro. Dat is echt heel veel Gamerboy. 100 euro richting Kika. 100 euro richting Kika, alsof het niks is. Je bent echt, echt een toffe peer. Ik vind het zo'n raar woord, toffe peer. Toffe peer. Je bent echt een toffe peer. Ja, we gaan chefke reden zo. Vind ik wel leuk. Vind ik wel leuk om te doen. Ik heb helaas de stream gemist. Moest voor mijn opa en opa's, opa en oma's zorgen. Nou, is toch belangrijk. Ik moest voor mijn oma, alleen voor je opa's zorgen. Sorry, is toch belangrijk? Jo, familie is belangrijker dan mijn stream kijken, hoor. Absoluut. Ja, Tobias, jij begint morgen weer. Lekker, man. Lekker, man. Nice setup nu, Max. Ja, chill, hè? Ook de belichting, hoe ik het gefixt heb. Ik vind het heel chill hoe de belichting gefixt is. Met die plantjes hier, het is een beetje blurry, mag. Want ik heb mijn camera heb ik gezet naar 4K. Als het goed is, is mijn stream zelfs gezet naar 2K. Maar, dat weet ik niet zeker. Of mijn stream oprecht 2K is. Ik dacht het van wel. Misschien na afloop, als je hem terug kan kijken. Ja, hij is 2K. Je kan mijn stream gewoon oprecht in 2K kwaliteit kijken, jongens. Hoe lijp is dat? En dan kan jij gewoon echt... En voortaan als ik dat stukjes uit mijn stream terug wil pakken... Voor video's, wat ik wat vaker doe... Dan heb ik gewoon goede kwaliteit tijdens het terugkijken. Dat lijkt me... Dat is zo chill. Dat is zo lijp. Dus en het is de kwaliteit van de stream zelfs goed is gewoon verbeterd nu. Dat is zo chill. Nee, ik ga zo afsluiten. Is goed. Hoe heet het? Kan jij mijn stream kijken? Hoe goed is de kwaliteit? Is het 2K volgens mij? Hey, donatie, 5 euro. Gamerboy Dem, laat je vriendin zien. Ze hebben de 5 euro donatie. Ik kan heel snel pakken, maar even zo tjik doen. Nou, trouwens, dan is mijn setup weer veranderd. Doe je hand, als je wil niet. Doe je hand gewoon. Het is niet erg als het niet hoor, overigens. Doe gewoon zo. Alleen je hand. Kijk, dit is mijn vriendin. Ze heet Hans. Aangenaam. Dus nu heb je een vriendin gezien. Nee, ze heeft even geen zin om in beeld te komen, man. Dus dan respecteren we dat even, hè, met z'n allen. Ik heb er vaak genoeg voor zit, nou, voor zit gepeerpressured. Nee, gaan we niet doen. Ze hoeft niet in beeld. Geen zorgen, jongens. Ik die op 480p deze livestream bekijkt. Oh, kijk je op die dingen. Dus is toch ook goed. Ja, die stream is ook mooi, hè. Oké, jongens. Dan gaan we de stream afsluiten. Dank jullie wel voor het doneren. Dank jullie wel voor het kijken. Voor het liken, voor het abonneren, voor het chillen, voor weet ik veel wat jullie allemaal gedaan hebben. Het zijn allemaal stuk voor stuk legendes. Maakt niet uit of je iets of niets gedaan hebt. Het feit dat je er bent, maakt je al een legende, vind ik. Ik zei toch mokkeltje, ja. Zullen we even elke dag mijn stem, die is ook op, merk ik. Dus we gaan lekker stoppen. We zijn al 3,5 uur live. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik spreek jullie allemaal volgende stream weer. Waarschijnlijk maandag. Morgen weer een leuke video. Even kijken of voor het weekend. Hoe ik dat ga regelen qua video's. Komt vast wel goed. Dank jullie wel voor het kijken. Ga allemaal zo meteen even chef kreden. Ik zet zo meteen een linkje in de chat. Weet je wat? Doe even eerst zo. Kijk. Doe even chef kreden. Vind ik wel even leuk. Gewoon Daan. Ga er even heen. Veel succes nog met de stream. Hij streamt overigens niet voor Kika. Dus... dat je daar niet je in vergist. Niet dat je niet mag doneren bij hem, daar niet van. Maar dat je niet vergist en dat je denkt, hij streamt ook voor Kika. Dat je dan daar doneert en dat je denkt dat het richting een goed doel gaat. Dan moet je even... Je mag overigens doneren, hoor, daar niet van. Maar dat je niet in vergist. Reet allemaal even, chefke. Ik zet zo meteen een linkje in de chat. Dank jullie wel voor het kijken. Enorm tof dat we het doel behaald hebben. Niet gedacht dat het ging gebeuren. Eigenlijk wel. Ik hoopte erop. Ging ervoor. Stond ook in de titel. Dank jullie wel voor het kijken. Spreek jullie later.
glaasje water. Telt tot 4. Flesje bier. Hou de chat in de gaten. We gaan chef kreden. En tot de volgende keer bij een nieuwe livestream. Doei doei. Makers van plakken is onze vriend. Jij hebt die 100k veel meer dan verdiend. Voor zo'n aantal heb jij hard moeten werken. Je ging er echt voor en dat was ook te merken. Je was vaak in de stad met een lach elke dag. Je was daar met de gang, pull up, eng, bang, bang. Je kreeg een gun, nu kon jij je verweren. Maar jij had al snel door, de stad zit vol met geweren. Roefeen is jou dankbaar voor je roleplay en verhaallijn. Tussen de mensen keken mee, wie zou de Riddler zijn? Veel mensen nemen een voorbeeld aan jouw content. Ga zo door bro en blijf wie je bent. Hey, ik ben Makkers van Plakkers. Ik heb nu 100k en dat ging met gemakkers. Ik ben niet te stoppen, kijk maar naar mijn views. Ik ben de leukste streamer van het land, vertel me eens wat nieuws. Ik ben met Milio en we rappen op de flow. Ik ben al mijn kijkers dankbaar, ja, dat sowieso. Abonneer voor content, goede prijs, kwaliteitsniveau. En dan nu weer terug naar Milio. Makkers van Plakkers, onze vriend. Jij hebt die 100k veel meer dan verdiend. Je gaf nooit op, jij ging door tot diep in de nacht. En nu op weg naar 6-0, wie had dat ooit verwacht? Want je was vaak in de stad met een lach elke dag. Je was daar met de gang, pull up, eng, bang, bang. Makkers en Milio, wij staan samen op 1. Iedereen zijn dronken waarheid worden bekend in Roefeen. Hij was vaak in de stad met een lach elke dag. Hij was daar op de streets met de boys op de fiets. Bekend zijn in Roefeen, dat moet je proberen. Luister heel erg goed, dan gaan wij het je leren. Stap 1, groei een baard, kan hem goed. Stap 2, zorg dat je de juiste mensen ontmoet. Stap 3, koop een gun en gebruik hem meteen. Geef je vrienden wat love en de support is insane. Wij hebben liefde voor kijkers en ook voor abonnees. Liefde voor G, Willem Riddler en ook liefde voor Mace. Liefde voor alle harde werkers in onze stad Roefeen. Liefde voor mensen met hun dromen en hunzelf op 1. Makkers van Plakkers, onze vriend. Jij hebt die 100k veel meer dan verdiend. Voor zo'n aantal heb jij hard moeten werken. Je ging er echt voor en dat was ook te merken. Je was vaak in de stad met een lach elke dag. Je was daar met de gang, pull up, eng, bang, bang. Je kreeg een gun, nu kon jij je verweren. Maar jij had al snel door, de stad zit vol met geweren. Roefeen is jou dankbaar voor je roleplay en verhaallijn. Duizenden mensen keken mee, wie zou de Riddler zijn? Veel mensen nemen een voorbeeld aan jouw content. Ga zo door bro en blijf wie je bent.